laatst bij, Wu-Tang? Waren jullie daar? Ja. Succes, hè? Waren jullie daar? Nee, ik was er wel. Gek. Ja, ik vond het heel sick, maar ik, op een gegeven moment dacht ik ook van, en nu wil ik weg. Tuurlijk. Why? Ja, ik weet niet. Gewoon... Maar wanneer heb je dat niet? Ja, dat is waar. Toch? Dat je denkt van, oh ja, oké, ik heb het gezien. Ja. Is klaar. Sta op en loop. Ik ga nu weg, ik ga geen gedag zeggen. Ja, precies. The Irish goodbye. Ja. Nu we hier toch zitten, even een vraag voor jou. Wacht even, het staat nog niet aan. Jawel, ja, we zijn erin, man. Hallo, we zijn erin, Want we hoorden heel veel gepraat op de straat. Ja. Maar de vraag is dus eigenlijk, chap je bil, bro. Wie, ik? Ja, want in de streets hoorden we zeg maar, van mensen dat je het alleen maar zegt. Dat je het niet doet. Je nee, zegt het alleen maar voor de show. Snap je? I've been doing this. Ja, ze zei inderdaad dat je dat zegt, ja. Ik weet waar ze mij gek om maken. Hij is met een plan gekomen. Hondenkop. Nee, we zijn zonder plan. We gaan gewoon raw dog in rookworst. Let's get it, man. Gewoon vier guys op worst gewoon, man. Pause. Laten we jullie introduceren. Let's get it. Man. Dat is een motherfucking jeugd van motherfucking tegenwoordig. Goddamn, de motherfucking legends. De mannen die als eerste 50 doezoek vroegen voor een motherfucking show. De mannen die drie dagen AFAS, wat was het? Drie dagen AFAS? Of was hij, weet die andere show? Hij deed anders toen. Nee, Olympisch Stadion. Olympisch Stadion. Dagen. Nee, dat was één dag. Wat hebben we drie dagen gedaan? Heineken Musical was wat heette toen, ja, inderdaad. Oh ja, AFAS. En Sportstadion, ja. Olympisch Stadion. Hoeveel mensen is dat? 23.000, toch? 23.000. Ja. Dat is wel gek. Kijken jullie mee, kinderen? 23.000. Motherfucking Faber. Je eerste naam was die van die ei, toch? Ja, Fabergé, ja. Pedronk was het nog daarvoor. Ja, daarvoor, ja. Wat was het? Was het daarvoor, Pedronk. Pedronk, met een Q. Met een Q. Op het eind. Gek. Ja. Gek. En toen werd het Fabergé en toen Fabergéo. Nee, het was ook nog... Het was eerst Pedronk, toen P. Fabergé. Ja, dat is waar. Toen Fabergé. Toen, Ja, toen Fabergé. Ja, en na de transitie was het Nico. Ja. Ja. In het begin gingen we J.O. nog altijd fokken daarmee, dat hij altijd zijn naam veranderde. Want mensen wisten nooit wie hij was, zeg maar. Gingen we fokken. Jij bent D.A.G., die andere gast. Ja, bedankt. Jij wil je naam toch steeds veranderen? Ja, maar jullie waren ook al, zeg maar, iemand voordat de pokoes er waren. Ja. Dat was ook heel sick. Wilma was al lid, hè? Wilma was al een... Je name was buzzing. Je name was buzzing bells in on the north side. Ja, ik was dus... Ik draaide ook al in het buurthuis en zo. Rietwijker. Ja. Met vinyl, bro. Was je toen al DJ? Ja, man. You started as a DJ? Ja, man. Eigenlijk wel. Ik had dus eerst die draaitafels gekocht en platen. En toen dacht ik, oké, sick, want Freddy en ik hadden zoiets van, we moeten DJ worden, man, dat is hard. We zagen een DJ. Jij wou dat en ik ging gewoon mee. Oké, ja, we zagen het een soort van in een videoclip of zo. Dan dachten we, dat is hard, man, dat is goed. Je weet toch, je bent in het midden en zo. Dus en toen had ik die platen gekocht en toen wist ik niet wat ik moest doen, man. Ik wist niet dat je ze in elkaar moest mixen. Ik was nooit in de club geweest, ook. Ik was 13 of 14. Ja. Ik had gewoon die platen. Ik dacht, wat moet ik doen ermee, man? Ja. Dus toen ging ik maar gewoon over die instrumentals heen rappen. Gek. Ja. En dat waren je eerste. Was dat freestyle of was dat gewoon schrijven? Dat was allemaal freestyle, man. Ons allemaal freestyle. Shit rappen. Man. Was dat zeg maar ook met die cassettebandje dat je die play en die record doet? Ja. Het is jammer dat ons huis een keer op een gegeven moment is leeggehaald door de deurwaarders. Maar die cassettebandjes zijn wel geld waard. Die liggen ergens in de opslag. Ja. Bij de belasting. Ja. In de Sjoerdgar. Ja, jammer. Fiesse. Ja, man. Bro, Fiesse. Echt, hè? Vieze Freddy. Daar begon het volgens mij, toch? Ja. En Fiesse was zeg maar de die verbastering gewoon. Die alter ego, zeg maar, van... Mag ik het tabakken van jou? Ja, natuurlijk. Vieze Freddy. Ja, man. De man van... Van? De man van 0% bier. Rivella. Een beetje vreemd, maar wel lekker. Toch? I like it. Toch? I fucks with it. Ja, man. Ik weet nog, jullie weten niet zeg maar van hoe, ik heb met jullie zoveel, soms vertellen mensen mij dingen. Dan denk ik bij mezelf, denk van, ik kan me helemaal niet meer herinneren die dag, want I was just being great. Je weet wat ik bedoel? Ja, ja. En ik heb dat met jullie zeg maar. Jij weet niet zeg maar, bijvoorbeeld één keer hadden we opgetreden ergens, moesten jullie optreden. We waren met jullie mee, zwervers.
En toen waren jullie kamer op trainen, jij moest ergens draaien. Ja. En ik moest aan meegaan in Delft, volgens mij was dit. Ben ik wakker geworden. De dag daarna werd ik wakker in een buurthuis bij mij. Dat was real shit. Jij moest nog draaien, ik was meegegaan. We komen daar, ik krijg flessen vodka en shit. Die rijden, ik denk, krijgen ze weer drinken? Hij heeft net drinken gehad bij jullie. Ja, jullie waren echt nog groen. Het was echt lekker om op jullie te stunten. Jullie wisten niks. Krijgen jullie gratis drank? Ja bro, dat is legit bro. Ja, ik denk, gratis drank? Niet helemaal gratis, maar ja, het ligt hier. Ja, zeker. Wij drinken natuurlijk, zeg maar, gratis drinken. Ik was paantje, ik was niet eens Os gekomen. Ik was zo dronken dat die boys mij niet naar huis, durfden te brengen. Dus dan hebben we gewoon, zeg maar, naar de buurthuis gebracht waar we een sleutel van hadden. Ik word wakker in die buurthuis op de bank. Welke dag? Rietwijker. In de bannen of niet? Nee, dit was in Hoogvliet. Hoogvliet gewoon. We hebben je ook één keer gebracht dat je te lam was. Gewoon. Die was, horizontaal de trap op. Ja, horizontaal de trap op. Gewoon. En ik liep zo, zeg maar. En ik voelde steeds iets zacht. Bij elke stap voelde ik zo iets zachts onder mijn voeten. Ik dacht, wat de fuck is dat? Dus ik kijk, zo was gewoon je hand die zo op de grond sleepte. En ik stond er elke keer weer op. Je had één Shrek-hand en één normale hand. Ja man, jammer dat je niet bij bewustzijn was, anders was het een gekke pacha geweest. Nom shit. Je snap je. Ja man, Anouska in the flesh. Jij bent aan het koken en shit nu man. Ja man, zeker. Waar is die liefde begonnen? Gewoon thuis, moeder kookte, vader kookte, dus ik zag deze mannen lekker gaan op de Insta en toen dacht ik, ik moet ook iets, ik wil ook iets gaan doen. Ik wil ook kom niet mee met de groep. Ik wil ook een swaggertje. Ik voel me buitengesloten. Nee. En toen dacht ik, ja, er zijn toch wat zakken die ik laat liggen en dat kan niet man, niet in deze tijd. Ga je voor een, of heb je al een restaurant? Of ga je voor een restaurant? Nee, ik wil die hoofdwijn niet. Nee. Is echt veel gedoe. Ja, moet je personeel gaan fixen. Ik weet niet hoe het werkt, dus als iemand zegt dat het werkt zou, kan je makkelijk met die manier ervan doen. Er zijn andere manieren. Ik zou je zoals financieel. Om leuk te koken. En dingen op te zetten. Gewoon een beetje stunten op de gram. Ja. Want je kookt niet normale dingen, bro. Het is niet dat jij een broodje knakworst maakt. Je maakt... Ik heb wel een tijdje niet gekookt, maar ik kook wel dingen die... ik ook niet. Vaak niet doe normaal. Standaard shit. Nee, het is geen kip. Wat is Campy. Shout out naar Campy. sowieso, man. Wat is het kast, man, laatst. Ja, hij is gek, hè? Ja, hij gaat kwijt. Wat is het gekste wat je gekookt hebt? Eerste film was koeientong taco. Die was what the lijp. Fuck? Ja. Koeientong taco. Ja, maar koeientong is echt heel lekker, want dat is. De spier is gewoon heel vaak actief, dus die is gewoon heel mals en sappig. Ja, het is ook helemaal niet zo'n lijpe smaak als je denkt. Het smaakt gewoon, het lijkt best wel... Leverachtig? Nee, helemaal niet. Juist gewoon biefstukachtig. Echt? Ja. Wij eten wel, wij eten tong. Wij eten ook, volgens mij ook koeientong. Linga zeggen wij. Ja. We zeggen Linga. Ja. Ik wou weer op die beeld terugkomen. Maar je ging er overheen. Ja, nee. Hoezo wil je Fiesta niet goed zien, man? Gun hem gewoon die fatu. Als ik ergens ben, wil ik wel altijd de meest rare dingen chappen. Maar het moet wel goed bereid zijn. Wat had je ook alweer genakt? Ja, broer wou met mij een keertje nakken. Wat dan? Die wist hiervan. Ja. Die zei, ik heb... Joey. Kakastu of zo. Kakastu. Nee, ik weet precies wat het was, het bro. Was het was gewoon een pan. Bedorven het was een pan. Pannenresten. Het was een soort van overslagtijd. Dus het was een pan, zeg maar. Alleen maar mannen in huis en mijn zusje. En er was gewoon een pan met voedsel wat al bedorven was. Gewoon op het fornuis, zeg maar. Je weet toch? En toen zei Joey, hey man, Freddy, wil je geen boulanger, chap? Ja, dat was het. Hij zei, ik weet nog precies. Hij zei, wil je geen boulanger? Joey is echt een hondenkop. Deze nikker heeft een hap genomen. Nee. Je bent wel met een lepel in die pan gegaan. Ja, om te kijken, maar ik heb het niet gedaan. Weet je wat het is? Ik hou zoveel van jullie, hè. Jullie eerlijkheid naar elkaar toe. Weet je wat het is? Dit is voor jou ook heel belangrijk. Voordat je iets gaat chappen, ruik altijd even goed. Ja, is het niet onbeleefd? Nee, man. Nee, zeker niet. Weet je wat onbeleefd is als je iets chapt en je wordt er doodziek van? Ja, inderdaad. Het is ook onbeleefd als je een soort van... Maar geur kan je alleen maar kijken of het... Of het nee, maar je ruikt of iets niet bedorven is, zeg maar. Ja, als het echt pok op is, dan ruik je dat wel. Bij mossels moet je ruiken en
ja, bij veel dingen moet je gewoon eerst even ruiken. Ja. Ja, voordat je het gaat chappen. Wat staat er nog op je bucketlist om te chappen? Even denken, dolfijn, man. Dolfijnen verkrachten niks, hè? Ja, daarom. Ja, want dolfijnen zijn para. Dolfijnen zijn gek, zijn slim, man. Ze zien er wel leuk uit, maar nee. Ja, precies. Ga je dat doen alsof je een joke ook had? Ik weet niet, man. Ik ga gewoon naar plekken en dan wil ik het chappen als het gekke dingen zijn. Tijger en dat soort tijger. Nee, niet dat, geen bedreigde dieren. Maar, oh, precies. Dan heb je ook weer een... Ja, ook niet per ongeluk? Ook niet soort van... Je zit ergens en... Ze hebben iets heel speciaals. Bam. Ze het blijkt bedreigd te zijn. Tijger. Dat snap ik niet. Ik was in IJsland en toen, daar heb je best wel veel walvis. Maar dan vind ik dat dier toch te mooi om te chappen of zo. Hmm. En het slaat ook niet echt ergens op, maar gewoon, je weet het. Te mooi om te chappen. Maar geloof je dan ook dat er dan ook, chap je het gewoon voor de smaak of chap je het zomaar voor de, wat erin zit? Nee, sommige dingen, dan denk je ook gewoon, je hebt in IJsland heb je ook die bedorven haai, die krijgt een soort ammoniakgeur. Hmm. Dat is niet per se dat je denkt, oh my god, dit is zo lekker. Maar dat is wel een soort van, oké, het is een ervaring, je weet ook. Ja. Je luistert soms ook naar neppe rappers, omdat je dan denkt, oh ja, dit... Wat ook dit een ervaring was, ja, dat je gechapt had in Peru. Wat was dat ook alweer? Was het cavia of zo? Nee, luister, wij waren daar voor het programma met die auto. Gevaarlijkste wegen. En toffe programma, man. Ja, zeker. We moeten ook daarheen gaan. We waren wel bijna dood. Ja, zeker. Een paar keer. Ja, twee keer. Ja. Echt? Ja? Ja, maar echt. Eén keer echt eerste dag na een paar uur door mij en één keer nog een keer omdat Fred achteruit het ravijn in wilde rijden. Maar ik had gelukkig wel met allebei iets te maken. Want bij die eerste zei ik... Ja, sneller. Dat is een bitch, man. Ja, dat is een bitch, man. Hij gewoon die naar 30, bro. Hey, go. Toen had hij zoiets van, ja, man, we hebben gelijk, man. Ja. Draft the fuck out. Even later hadden we zoiets van, waren we allemaal stil. Hadden we zo, nee. Ja, gewoon rustig, bro. En bij die andere was Fiesta aan het sturen. Fiesta had letterlijk soort van één dag zijn rijbewijs en toen vloog hij weg, nee, toch? Nee, ik had twee weken mijn rijbewijs. Ja. Oké, Fiesta had twee weken same zijn shit. Rijbewijs. Same shit. Ja, en we zijn, je bent gewoon op de bergen, ravijnen. Om de 200 meter zie je een soort van, ja, zo'n shrine voor iemand die dood is gegaan op die plek. Je weet Peru. Toch? Ja. Peru, om de 200 meter zie je weer zo'n klein, je weet, dus cool. Op een gegeven moment, we moeten een soort van, we staan aan de buitenkant, want dat is ook een regel. Als je naar boven gaat of zo, dan moet je aan de buitenkant. En ja, we moesten achteruit, man. Maar ja, je moet staan... ook toeteren en dat soort dingen. Ja, precies, gewoon gek. Ja, ja. Dat mensen weten dat je eraan komt. Je moet actief bezig zijn, man. Ja. Ja. Dit is niet appen. Dit is niet even appen en andere poppen zetten. Wel als je dood wil. Ja. Aan de ene kant heb je berg. Dan is er een modderweg van plat van, denk ik, 4 meter. En dan heb je ravijn. En aan die bergkant kwamen dus gewoon grote vrachtwagens. Ja, man. Stenen en mannen die helemaal niks met je te maken hebben. Nee, maar gewoon hard rijden. Gewoon gaan. Iedereen door. Ja. Dus wat gebeurt er? Op een gegeven moment moeten we achteruit. Dus ik zit achterin die waggie. En Fred achter het stuur. Even 2 weken zijn rijbewijs. Maar het ging echt goed. Dus ik zei heel langzaam, oké, rustig. En toen kwam het cruciale punt. Toen zeg ik, oké, goed. Nu moet je naar rechts. Als we naar links zouden gaan... Dan zouden we gewoon naar beneden vallen. En ik zeg rechts en hij gaat naar links. Waarom? Ik zeg, stop bro. Dit is niet rechts, man. Eerlijk, ik had het gevoel dat ik nog wel 10 centimeter had of zo. Ja, je had mij toch, bro. Je had mijn ogen, bro. Maar goed, anyway, we zijn daar. We hebben al zoveel gegeten dat Fred de scheiterij heeft. Yeah. En er is daar niks. Yeah. Er zijn zeg maar bergen. Dus af en toe moeten we stoppen... En de andere kant op kijken, zodat Fred ergens eventjes, ja, zijn ding kan doen. Robin van Persie kan zijn. Ja, en op een gegeven moment stoppen we ergens langs de weg in een soort restaurantje. Ja, maar een schuur. Met zand op de grond. Ja, precies. Ja. Maar de buitenvloer loopt gewoon door naar binnen. Er waren wat tafels. Dat was het restaurant. Ja. En het ding was van, ja, ze eten hier cavia. En hier hebben ze cavia. Oh ja. En maar wij waren gewoon cool. Dus wij hadden zoiets van, oké, nou, we willen het wel een keer proberen. En cavia is, zeg maar, met alle respect naar die beesten, het stelt gewoon niet zo heel veel voor. Het is gewoon een soort heel klein kippetje. Respectfully, cavia gang, sorry. Ja, toch? Het is gewoon een soort heel klein cavia kippetje. Ja. En toen ging Fred zijn hand, zeg maar, toch ook ernaartoe. Ja.
En toen keek Wibba hem aan en die zei, we stoppen om de 50 meter. Omdat je moet schijten. En nu ga je hier een cavia ja, eten. Weer cavia. Ja. En toen heeft hij toch gedaan. Ja, waarschijnlijk was hij ook, dat we op het eten zaten te wachten, is hij ook nog naar buiten gegaan om te poepen aan de overkant. Dit is echt zo. Ja. Ik weet dat ook. Maar je ging gewoon fire door idioten. Ja, maar ik ging toch wel fire, dus het maakt toch niet uit. Ja, ja ik weet het goed. Ja. Ik ging toch wel fire. Ja, laat. Dat was wel echt leuk dan, man. Ze vragen jou nooit voor tv-programma's of zo, of niet? Weinig, man. Ze zijn haters, zie je? Zijn racisten. Weinig, man. Maar jullie... Ik denk dat mensen jou echt in gevaarlijkste wegen willen zien, man. 100%. Ja, die zou ik heel graag doen. Ja, 100%. Dat is echt het leukste. Ja, zeker. Die zou ik heel graag willen doen. Wat zijn nog meer goede programma's? Wat checken jullie nog meer? Checken jullie een jaar van je leven? Ken je dat? Nee. Is dat die met die mensen die elkaar niet kennen en dat ze dan wel met elkaar moeten chillen? Ja, precies. En dan voor een miljoen. Best wel interessant. Maar hoe is het anders dan de Gouden Kooi? Ik weet niet, van Gouden Kooi was ik nooit echt ingedoken. Maar deze mensen doen het zitten een jaar daar en hebben 1 miljoen. En dan moeten ze samen, en dat is fucking grappig. Dus ze zitten met allemaal mensen in een ruimte en die moeten dan samen, mogen ze elke maand 1 manager hebben. En dan samen mogen ze ook bepalen van oké, laten we, want er is 1 miljoen toch? Maar je mag samen bepalen of je shit van die miljoen pakt. Sommige mensen willen dat die money daar blijft. Sommige mensen denken, no, buiten ben ik scared. Laat me die money bossen hier. Zo. Laten we Vesa zetten. Ik gooi dat sterling. Klinkt als Wibba. Ja, iedereen gooit sterling. Ach, Barkie, eigen gebruik. Hun zeggen, ach, Barkie, waarom moet je ach, Barkie gebruiken? Gaat zoveel draaien. Allemaal van zulke discussies, zeg maar. Oh, hard. Het klinkt wel maar tof. Maar wat doen die mensen dan? Ja, geen shit, bro. Ze moeten niet zingen of zo. Nee, man. Om de zoveel tijd moeten ze een soort illuminatieopdracht doen. Dan gaat iemand weer eruit, zeg maar. Dat soort shit. Illuminatie zeg je echt, ja? Hoeveel mensen zitten erin? Ze waren begonnen met 40 uit mijn hoofd. En nu zijn ze volgens mij tegen de 50. En wat, hoeveel... Er is wel 8 ton in de pot. En even, er blijft 1 persoon over en die wint het? Of ja, wat? Ja. En elke keer als iemand faaier gaat, zeg maar, dan krijgt een gele kaart. Gaat weer een 10 van die pot af. Het slaapt. Er zijn niet genoeg domme mensen voor die tv-programma's, man. Nee, echt niet. Te wonen in Nederland. Crazy, man. Te land te zijn in de lucht, bro. Ja, nee, sowieso. Ja, dat is een hele goede programma. Dat is springen in de sloot. Ja, man. Maar ik kon daarvan genieten, die programma. Ja, ik ook, man. Was mijn shit. Ja, mijn moeder had wel... Karretjes. Ik ga die halen. Vroeger ook kankerblij als ze gewoon een camera naar hun stad toe kwam. Ja, nog steeds. De magie van de camera, die blijft altijd, man. Ja, maar nu zijn het zulke camera's, man. Vroeger kwam als het camera, televisie kwam, als het iemand, zo'n toon. Ja, als je voelde je echt van, oké, I'm getting recording right now. Ja. Dat is een real ass shit. Ja. Maar het was ook het vetst als die shit er gewoon echt heel sick uitzag en het helemaal niet lukte. Ja, precies. Zomaar niet, bijna niet. Dat je gewoon, als je aan het begin van die schans, je moet van die schans naar beneden, moet je in de lucht, moet je die bel aantikken, pating, en dan ga je in het water. Ja. Dat je dan, wanneer je hier bent, dat alles al uit elkaar valt. Ja. Ja. Dat is het mooiste. Die glijbaan af zo in het water. Of de hele stad eromheen. Hij waait gewoon meteen ervan af. Ja. Die man heeft 4 jaar in die ding gebouwd. 4 zomers heeft hij die karretje gebouwd. Ja, precies. Brugas gelijk. Want 1 keer in de zoveel tijd hadden ze ook die... dat ze bij die kandidaten gingen kijken hoe ze dat ding in elkaar gezet hadden. Maakten, ja. Die mensen met zo'n filmpje, die gingen vaak het slechtst. Ja, tuurlijk. Fokten jullie met Jambers? Jambers. Ja, ik ken het niet goed, man. Ik ken het concept en ik heb het... Maar ik keek dat niet echt. Ik was toen net iets te jong, denk ik, of zo. Of, ik weet niet, man. Man bij het hond? Man bij... Ook niet... Ik ben geen tv-kijker, man, bro. Nee? Niet meer, man. Dat is allemaal oude dingen. Allemaal als kind dingen. Wel, maar sinds... Wat, welke tekenfilms keken jullie? Man bij het hond kwam langs. Wat is uw kankerprobleem eigenlijk? Nou, ik zou je vertellen. Ik ben een racist. Shout out dan man bij het hond. En het zit mij helemaal niet lekker dat ze hier komen mij vertellen hoe het dan wel moet. Houd ze maar. Op welke tekenfilms zijn jullie? Transformers toch, G.I. Joe. De Turtles. De Turtles was best shit. Turtles was dom. Wie is je lievelings Turtle? Eerste die nu in me opkomt is Michelangelo. Ja toch, Michelangelo is een party dude. Ja, hij is die party, hij is die dansende guy toch? Ja man. Michelangelo. Wat heb je nog meer? Donatello, want ik heb een stok voor je. Shout out Atje. Ja, man. Shout out. Hij wakker met die stok hele dag. Ja, die bow. Ja, dat je Raphael. Juist, Raphaello. Raphaello. Was het Raphaello, toch? Dat weet ik niet zeker. Ja, hij had die vork, zeg maar. Die grote size. En hij was cool, but cruel. Ja. En dat je Leonardo. Hij is met die je kent ze allemaal. Wow, hij zag ze allemaal. Splinter in the back. Splinter in the back. Je got Splinter in the back. Ja, is goed. Ga door.
Doe salto, doe salto. Ken je leuk die ene van Earth? Ja, Wind. Captain Planet. Captain Planet, ja. Captain Planet, he's a hero. Gonna take pollution down to zero. Gonna help him. De rest weet ik niet meer. ja, gek. Hey, die was helemaal gefund door, volgens mij door een private person, maar zeg maar echt om kinderen aware te maken van de klimaatcrisis. Bill Gates. Wij zijn die kinderen. Ja, Bill Gates. Nee. Het is zeg maar echt goed bedoeld. Ja, nee, ik weet het. Ik weet nog het logo op het eind. Zag je ook echt soort van... Microsoft? Ja. Hoe ken jij Bibba eigenlijk? Door Turk. Maar Adje heeft in Banne gewoond, toch? Maar toen kende ik Bibba nog niet. Ken ik jou van de Banne altijd? Of ik je... Nee, Banne niet. Nee. Eitje, man. Echt Eitje. Okay. Eitje tijd, hè? Grappig. Echt Eitje. Maar je broer heeft wel... Maar jij stond ook op dingen, toch? Wat wil je doen? Ja. Misschien had je die tijd misschien al wel kunnen voorbij zien komen of zo. Waar dan? Ja, oké, maar jullie kennen Adja, elkaar. Adja was toen al met Dero, toch? Ja, oké. Ja, precies. Artificials was ik er ook al. Ja, oké. I was hanging in the back, ja, man. Oké. I was hanging in the back. Dus misschien had ik je toen al voorbij zien komen. Zou best kunnen. Maar officieel denk ik... Maar toen was je echt onbekend, dus dan laat ik hier niet echt op je heen. Dan ben je gewoon iemand erbij, iemand die Somebody's iemand extra om op te stunten, ik ken hem verder niet. Je pak een drankje. Weet je wat vroeger deed altijd met ons? Ik en Turk hadden opgetreden. Waren we koude brein, weet ik veel, 1200 euro of zo. Allebei 1200 euro, weet ik veel, 3 shows, 4 shows gedaan allebei. Die man heeft 1 show gedaan, hij gooit die koude rekening op. Hij zegt, kijk, ciao, ik had nog nooit in mijn leven 25.000 gezien op een rekening, bro. Hij heeft 25. Die man bestelt Sushi Express 6 barkies. Bro, weet je die dingen dan? Bro, money bossen. Ik heb het ze geleerd, man. Hou op, man. Money bossen. Je eet nog steeds pizza. Hier, man. Sushi. Bam, 6 barkies. Ja, man. 6 barkies aan sushi. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Je schoonmaker en shit. Dat was echt een leuke tijd. Schoonmaker, bro. Ik dacht, wat is dit? Hoe kan? Waarom komt deze persoon schoonmaken? Zijn huis was zo groot dat wij er allebei gewoond hebben toen het uit was met onze relaties en we moesten huilen. Ja. Toen konden we gewoon in deze man's huis wonen en hem gewoon nooit zien. Ja, Reverse is ook nog in Heartbreak Hotel geweest. Ja. Die was ook even crushed. Hij had hem lang te pakken toen. Ja, maar hij is een vriendje toch? Hij is emotional echt toch? Echt voor mij was het vakantiehuisje, man. Ja. Dat maar was ook wel een gevoel. Gewoon daar toch? Was de koelkast was vol. Ik kom daar wat koken. Oké, wat gaan we. Je ging zomaar shit bij. Ik was dead broke weer, man. Laatste Donnie misschien in mijn zak. Je koopt shit. Turk kookt. Ja, man. Wat chappen. Ik weet nog de allereerste keer. Ik ging met Turk daar wonen toch? Dus ik kom zo. We moesten, die os was net nieuw, dus we moeten naar de supermarkt of naar de Ethos of zo om douchegel te halen, je weet toch? Dus ik ga gewoon daar, maar ik denk, ja, douchegel, pap. Maar je moet gewoon die hele badkamer vullen, is gewoon, je weet toch? Dus we gaan daarheen, Turk is ook zo van, ja, oké, let's go, we gaan tandpasta halen, hey, we moeten ook dat halen, dus cool, kom daar. En toen, dus ik had gewoon dingen voor de badkamer, ik weet nog goed, het was iets van 150 euro voor de Ethos, gewoon, je weet toch? En toen keek Turk al zo van, wauw, nee, man. Ik kan niet eens meedoen, man, bro. Ja, want je vraagt toch als lade money. Ja, precies. Maar ik in die tijd, ik voelde me gewoon... Ik dacht dat ik strugglend was, man, bro. Ik dacht, kanker, man, wat is dit, man? Ja? Tuurlijk, je kijkt naar Jay-Z, je denkt, kanker, man, ik heb niet eens 5 auto's. Ja, zo gooi. Het is niet meer realistisch wat het met je hoofd doet, snap je? Je denkt gewoon, ja, ik kijk naar Amerika en dan zie ik allemaal rappers. En die hebben allemaal chains. En 1 chain is al meer dan alles wat ik heb bij elkaar, zeg maar. Wat ik misschien ga verdienen. En dat is alleen 1 chain die ik gewoon 1 keer heb gezien, zeg maar, ergens. En verder hebben ze meerdere chains. En dan hebben ze nog dingen om hun polsen. Als ik hun tanden uit hun mond zou kunnen slaan, dan zou ik ook nog een huis kunnen kopen. Ja, snap je? Ja. Dus je gaat gewoon, je weet toch, vergelijken, man. Vergelijken. Ik ben blij dat er toen nog geen Insta was, Bjorn. Dan was ik nu al dood. Ja, je was toen ook bijna dood, een paar keer. Ja, waarschijnlijk ben ik vanavond ook weer bijna dood. Dat is een beetje mijn ding, bro. Living on the edge. Maar waar zijn we? Kijk, Smokey, trouwens, je eigen jonkel. Laat het zien. Ja, kijk even. Hij is echt... Geef me een cijfer. Hij is echt niet slecht, man. Trouwens, nee, Hef. Ik wat ik je nog moest vragen. Ja. Chap je bil. Hoe vaak zijn jullie nog samen nu dat jullie ouder zijn, man? Je ziet het. We zijn hier, man. Nooit. Nee, maar gewoon vaak. Chillen jullie nog samen? Luister, Jij niks ging drunk together nog steeds. Waarom wij bij elkaar zijn nog steeds, is omdat wij chillen met elkaar. Ik ben precies gisteren niet naar de verjaardag van zijn zoon gekomen.
Omdat het... Hij wel. Ik was het ja, wel. Precies. Maar hij is de goeie, snap je? Waarom? Ja. Hij was, je zoontje was jarig gisteren. Ja, man. Gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Hoeveel heb je er? Eentje? Twee zoontjes. En Ennio en Claudi. Shout-out, man. En vroeg hij van jou een vlieger en heeft hij die ook gehad? Nee. Ennio, zijn naam is wel echt heel sick. Ennio? Leg even uit. Ja, dus leg Ennio Morricone. Hij is die Italiaanse componist die muziek maakte voor die oude westernfilms. Clint Eastwood films. Ah, die. Ja, is dat? Ja? Hard. En ik vond dat wel een harde naam. Hard. En ja, dat. Maar, zijn initialen... Hey, laat me zelf praten, man. Vertel jij ik denk, nee, ik denk, je gaat, ja, ik denk, je gaat stoppen. Dan, je vertelt zo langzaam, bro. Je weet toch. Dus, weet niet, man. Iets sneller, man, bro. Kom op, man. Dat is VS, dat is VS, bro. Ik kan niet hangen met die man. Kan niet hangen met die man. Ja, ja. Ja, mijn tweede naam is Alfred. Dus ik had toen kwam ik erachter dat zijn afkorting EAT was. EAT. Ennio Alfred Tradlener. EAT. Mm-hmm. Oh, oké. Okay. Oh, eat. Ja, ja toch? Chop. Chop. Hij gaat koken, deel. Toch? Ja, gek. Ja, nu pas valt hij. Nu pas valt hij, ja. Goddamn, ja. Geloof jullie dat ze zit? Toen Ennio Morricone overleed, was het Ennio mijn zoon 1 jaar. Dus nu is die ziel van Ennio Morricone in dat kind gegaan. En terecht ook? Ja. Ja. Gaat hij wat willen dat je kinderen gaan doen? Ah, beeldchappen, man. Als ik eerlijk ben. Yes, zonder te ruiken. Gewoon erin, gewoon. Gewoon erin. I just met you, but I think I like you. Ik ben die vader van als ze maar gelukkig worden. Ja, en wel hun best doen. Ja. Ja, maar wat als ze ongelukkig worden van hun best doen? Ja, dan moeten dan doen ja, ze zijn we toch ook... het gebied van gelukkig worden hun best. Dus dan doen ze iets verkeerd en dan krijgen ze een pak slaag gewoon. Oké, okay, ja, ja. Sterk. Snap ik wel. Ja, ik weet niet. Het is gelukkig gewoon. Zijn jullie gelukkig? Zijn gelukkig? Ja, we hadden het er laatst nog over, man. Ja. Ik, niet, die is ik, na niet, de hele niet per tijd se. Gelukkig. Ja, ja, ik niet zijn per momenten, se. Zijn fases, toch? Ja, precies. Gewoon een dag, een moment en dan denk van, ah, eigenlijk... Ja, nu pretty is happy. Het goed. Ja, I'm pretty happy. En dan is er weer gezeikt, sta je weer vast in het verkeer. Ja. Kijk je naar Instagram, heeft iemand een grotere chain, denk je, wat ben ik aan het doen? Ja. Ploeteren in de modder. Zo oud, ik heb nog steeds geen jacht. Waar slaat ik nou, als Fiesse een jacht zou halen, bro. Als Fiesse een jacht zou halen, bro. Hij zou echt een sick halen. Ja. Hoeveel kids heb jij weer? Twee toch? Ik heb 2 kinderen, man. 2 kinderen. Daya en Otello, man. Real niggas, shout out. Ja? Ja, ja. Jongen en een meisje ook, toch? Jongen en een meisje. Meisje van 7, jongen van 5. Ja. Mm-hmm. Ja, ze zijn dus allemaal een beetje rond dezelfde periode. Ja, dat is heel leuk. Ja, maar, ja, toevallig werkt, is dat zo gelopen. Ja, want jij hebt ook 2, toch? Nee, man. 4. Ja, man. Jij bent de spuiter. De spuiter. Hij chapt geen bil. Nee, hij spuit alleen. Nee, ja, hij is een drukke spuiter. Maar niet spuiten zonder bil te chappen. Ja. Maar 4. Ja, man. Zeg dan. Ik heb een zoon... Oh, vandaar ook de Vader-podcast. Ja, man. Wanneer kom je langs? You being a ze zeggen dat je niet wil. Ik wil wel. Kan je maar zijn. Ik wil wel. Je moet, ook al zou je niet willen. Je kan niet... Maar je moet me gewoon zelf checken, man. Ja, is goed. Ik check je bij deze. Pak even de agendas bij elkaar. Dan, ja. Je meteen, dan is het gewoon meteen gefixt. Verfixt. Snap je? Als je het echt wil fixen. Nee, nee. Vader is wil ik doen. Oké, okay, maar zijn. Maar ik heb nu nog niks te verkopen. Dus zeg maar rond een volgende album of zo. Zo. Oh, you gonna use that boy like that? Dat moet dan wel over vaderschap gaan. Ja, daarom. Oké, okay, master. Maar ja, dan kom ik gewoon voor vaderschap, maar dan kom ik sorry. Nee, je album moet daarover gaan. Nee, ik kom gewoon langs over je vaderschap. Je moet een energy drink voor kinderen ontwikkelen. Nee. Kleine blikje zo, ja man. Hoe heet het is wel echt een gat in de markt. Ja, 100%. Hoe heet die kid? Ik heb een zoon van 8, hij heet Blake. Hij heeft sinds Manico. Kort een rapnaam Klebba. Klebba? Ja man. Hard. Hard. Hij leeft het ook wel echt. Ik heb een dochter die heet Mei. En heb ik nog een dochter. Mei, in de zin van? M-E-I. Hard. En heb ik nog een dochter die heet Liu, L-I-U. En mijn jongste zoon is net geboren, die heet George. Hard. Hoe oud is je jongste zoon? 2 maanden. 2 maanden, gefeliciteerd man. Ja, thanks. Speak some motherfucking noise.
Lil George. Lil George. Snap je? Ja, man. Dus die, Melk doet het nog. Yeah. Zeker, still ja. Still going strong. Nee, luister. En hij is een real G. It's been a blessing van begin tot eind. De laatste tijd ook, zeg maar, vlak voordat mijn zoon geboren werd, was ik de hele tijd para dat er toch iets aan de hand zou zijn of zo. Ik dacht ook van, misschien heb ik toch misschien heb ik ook toch te hoog spel gespeeld of zo. En hij is gewoon gezond, alles gaat goed. Dus ik ben ook wel echt heel dankbaar daarvoor. Want de reden waarom ik die vraag stel is omdat, I know you, zeg maar. En Jannik is mijn party en zeg maar, gewoon voor de grotere deel van je leven is het party. Ja. En dat je dan toch nog zeg maar geblest bent om 4 kids te... Zeker. Toch? In de zin van alle, gewoon alle drank wat we nuttigen, al die shit die we, alle dronken die we roken. 100%. Ja. Toch? Dan ga je ja, nee, absoluut. Zeker. Dan ga ik er wel bij zeggen. Er druk over? Nee, maar ik realiseer me wel dat het ook anders had kunnen zijn. Ja, maar dat kan altijd, man. Ja, zeker. Fiesse zijn gehalte van not giving a fuck is super hoog. Nee, maar dat is niet waar, want ik heb namelijk met Fiesse ook wel eens dit gesprek gehad, voordat je überhaupt nog kinderen had. Ja, toen zei jij van, oké, nee, dat is waar. Toen zat jij zelf in, zijn. Kan ik mijn shit opfokken met te veel alcohol? Ja. Je kan dat leven niet leiden, dat je de hele tijd para bent. Nee. Over dat soort shit. Ja. Ja. Ik heb daar wel echt moeite mee. Het lekkerste is wel gewoon als je gewoon iemand bent die gewoon over niks nadenkt en gewoon de hele tijd in het moment bent. Ja, maar bestaan die mensen wel? Ja, maar die zijn gewoon goed dom. Nee, maar misschien denken we dat goed alleen. Goed dom. Hoor, die zeg je iets slims, man. Ja, toch? Die zijn gewoon net niet kankerdom, maar wel gewoon dat ze... Ik weet niet, man. Een stuk onder het gemiddelde. Ik denk dat er gewoon te veel variabelen zijn, man. Je geeft dat... een barkie en dan zijn ze blij. Ja, maar volgens mij... Ik denk dat alle combinaties mogelijk zijn, precies, man. Precies. Ik denk ook dat die mensen, die hebben dan ook weer iets anders waar ze para over zijn. Iets stoms. Ja. Iets wat wij dan weer iets, stoms iets vinden. Iets wat er niet toe doet. Ja. Mijn dochter is deze gisteren, of eergisteren is mijn dochter, die moest een cadeautje gaan kopen voor iemand. Brooklyn. En moest een cadeautje gaan kopen voor iemand. En dus ging ze dat doen. Was ze met twee matties gegaan. Ze zijn naar de stad gegaan. En ze had een pasje van haar moeder meegenomen. En ze moest dus gewoon een cadeautje kopen. Ja. En ze had van Brooklyn dat ze zin had om naar de HEMA te gaan. En te ontbijten voor met de squad, zeg maar. Ja. dat ze die gedachten hebben. Zes donies gebost. Dat ze die gedachten hebben gewoon. Van dat kan. Dan heb je het toch gewonnen, man. Bro. Dan heb je het gewoon gefixt, toch? Ja, ja. Als je dochter gewoon op dat niveau is. Ik was met mijn verjaardag, waren we naar Terschelling gegaan. Een paar dagen. En toen, soort van, vrouwtje had het allemaal gefixt. Best wel een tof hotelletje. En die kamer was ook sick. En toen deed Daya, mijn dochter, zeg maar, die koelkast open. Toen zei ze, mama, de koelkast is gewoon leeg. Dat kan niet. Wat is dit? First time on fucking life. Zo op de achtergrond dacht ik, deze bitch is echt kankerverwend. Ja. Bling, 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 bling. Zij vindt het gewoon gek. Zij denkt gewoon, de koelkast is leeg. Leeg. Hè? Hoe kan dat? En toen dacht ik, wauw, dat heeft ze gewoon nog nooit gezien, man. Ja. Rare chick. Para, hè, als je daarover nadenkt. Ja, man, ja. Terwijl lege koelkast, bro. Als ik eentje voor je zou moeten tekenen, zou ik een lege tekenen. Eerst wat je denkt, aan de koelkast denk ik een lege altijd. Mijn dicht, bro. Kijk hier. That's the stuff that legends are made of. Ja, man. Lijp, man. Ja. Sick. Want dat is zeg maar die theorie toch, wat ik altijd zeg maar zie bij inderdaad, bij mensen die mensen legends noemen, toch? Dat meestal de kids zeg maar niet per se super legendary zijn. De wat niet legendary? De kids niet super legendary zijn. Van dat is iets waar wij, denk ik, scherp op moeten zijn. Ah, mijn kinderen wel, man. Wat je moet doen. Mijn kinderen wel, man. Je moet gewoon kijken waar zij goed in zijn en waar zij van opleven. En dan dat gewoon een beetje faciliteren, die omgeving, dat ze gewoon shit kunnen doen. Ja. Wat al bij hen past. Je moet ze niet gaan dwingen een rapper te zijn. Nee, mijn dochter wil voetballen. En ze kunnen ook al meer soort van claimen dat ze uit de hoed zijn, want ze hebben heffen. Hun vader is al stank. Dat gaat niet meer, man. Ja. Gisteren toevallig kreeg ik een foto geweest met Kevin. Shout out Kevin. Kevin die zegt, ik had jou herkend. Maar dat is voor haar, zeg maar, is dat... Tuurlijk. Ze zijn zo wakker zo van, Kevin, herken mij. Hoe bedoel je het, hoor? Bro, daarmee kan ze op de basisschool mensen klappen. Gewoon platte hand. Kevin, ken mij. Hey, Kevin kent mij, bro. Je gaat me niet slaan, man. Ja. Real shit. Moet ik iemand bellen of zo voor jou?
Ja, ja, maar ja, ik had ook... op een gegeven moment was er... Jij zat in Spangas. En daarna was er een programma met jou. Ja. En ik zeg van, hey, kijk, Opie weer waar op tv. Opie Fans ook op tv. En mijn kinderen hadden echt zoiets van, ja, natuurlijk, iedereen die jij kent komt op televisie, toch? Relax, ja. Ja. Mijn dochter heb ook zoiets. Mijn dochter was nu sinds bijna jarig en dan loopt ze nu te zeggen, ja, misschien gaat Enzo Knol komen. Ik denk, hoe kom je? Ze loopt gewoon tegen kinderen te zeggen in de street, ja, misschien komt Enzo Knol. Je bent fuck op, man. Mijn vader kent iedereen. Enzo. Enzo. Money. Kom niet met die bitch asses. Kom gewoon even langs. Brooklyn heeft je nodig. Film het. Maak er een leuke dag van. Nee, shout out naar Enzo. Hij heeft wel een filmpje gemaakt voor haar. Sick. Ja. Dan neem ik dit allemaal niet per se terug. In Den Haag aan het optreden. Maar shout-out sowieso. Ja. En al die kids waren daar. Van ons. Mm-hmm. Niet allemaal, maar het grootste gedeelte. Nee, dat is niet waar. Want die vier van mij waren er niet. Dus dan is het max vier van jullie. Ja. Dus het is nooit meer vergeet dan gewoon alle vier jouw kinderen. Zie je, nee, zie je hoe die is? Was even onder te jouw kinderen zijn niks voor jou. Zoveel kinderen daar. Die van Crescello waren er. Ja, shout-out Cassius. Dat is je zusje. Ja. En al die kinderen waren... Ja, ik was in jouw familie, hè, bro. 100, ja, zeker. Daarom is het gek dat ik hier nog niet eerder heb gezeten. En al die kinderen, die waren aan het springen op dat podium. Ja. En Claudie zegt daarna, heb je me gezien? Heb je me gezien? Ik was beter dan papa, hè, mama? Zo denken ze gewoon. Ja, tuurlijk, man. Ze hebben scheid aan ons, man. Ze hebben echt scheid. Ik weet nog, vroeger als kind... was ik in de kamer aan het gamen met allemaal neven en nichten bij Gino thuis. Shout-out Gino. Ja, shout-out En dan was het al laat, zeg maar. En we waren te luid. En dan kwamen je ouders kwamen dan soort van naar die kamer toe. Hey, doe zachter, dit, dat. En dan deed je even rustig. En dan zodra ze weg waren, wij zijn nu die niggas op de achtergrond. Ja hoor. Wij komen nu in die kamer. Hey, wat vraag je van familie? Je moet er nu gaan slapen. Als je nu niet gaat slapen, dan moet papa heel boven worden. Soms kom ik... Je kan die niet winnen, bro. Ze hebben scheid. Oké, ja, papa, wel rusten. Ik hou van je. Zodra die deur dicht is. Soms kom ik met de kinderen slapen samen op een kamer. Of de oudste drie. Soms kom ik boven en dan... zijn ze gewoon uit bed. Zeg maar, allemaal boeken in bedden. Iedereen is iets anders aan het doen. Ja. En het zeg maar, voor een microseconde denk ik dan... ik ben gewoon outpowered hier. Ja, ze hebben een hele plan. Ja, dan moet je toch weer van... Hey! Ja. Liegen ze voor elkaar? Ze liegen wel over elkaar. Okay. Ja. Wie heeft dit gedaan? Ja, hij. Ja, okay. Ja. Ik denk zij. Ja. Ja. Dat is toch even de richting, zeg maar. Ja. Daya had ook vast niet, hoor. Oké, je moet nu zeggen of je broer het gedaan hebt. En dan, als ze het zeggen, dan word ik fucking boos. Zei toch dat je niet moet snitchen? Wat is dit nou? Niet snitchen. Ja. Is je broer, man, bro. Is je broer, man, bro. Nee, ja, ze moeten wel snitchen, maar tegelijkertijd moeten ze ook niet snitchen. Ja. Precies. Wat voor muziek luisteren ze? Young Dolph. Echt? Ja, man. Die rapper, Klebber. Ja, man. Ja, nee, maar mijn oudste dochter ook. Zij zaten helemaal in die... Oudste was ik, is mijn zoontje is 8 en mijn oudste dochter is bijna 6. En die luisterde Young Dolph? Ja, ze zaten helemaal in die, die pokoe met Megan Thee Stallion die hij had. En daarna ook in allemaal andere tunes. Ja, man. R.I.P. Flipper. Sowieso. Ja. Maar ze houden sowieso gewoon van rap en... of tenminste gewoon echt duisteren, harde straatrap en de jeugd. Ja, man. Otello heeft nu even echt een gekke fase. Otello heeft nu een gekke fase dat hij alles van de jeugd gewoon aan het luisteren is, man. Hij is alles. Ik hoor al die tunes ook weer, zeg maar. Best wel grappig. En ja, het is wel hij gek, is even man. Door die disco. Hij gaat er helemaal doorheen. Discografie. Ja, Nederlands gewoon. Nederlands. Sorry, helemaal. It's not Rootwashed. Ja, ja. Gewoon ook worst. Sorry. Maar hij is even door jullie archief aan het gaan. Ja, man. En vandaag was hij... Maakt dat je trots? Ja, best wel, man. Hij voelt dan, het echt allemaal. Heb je die? Nee, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Maar het is wel gewoon heel grappig om te zien hoe hij... op die muziek gaat, weet je, want hij is soort van... Kijk, Daya is ook heel muzikaal, ze kan zingen en shit, maar... zij heeft dan weer niet soort van... zij is een soort reverse, zeg maar. Ze kan niet...
Ze heeft wel de moves, maar het is nooit in de maat, zeg maar. Mm. Het is heel gek, zeg maar. Ja. Maar ze kan wel zingen, gek, zeg maar. Beter dan ik kan zingen, zeg maar. Maar Othello is een soort van... hij voelt gewoon die muziek, man. Als er een vork op de grond valt, pitting-ting, dan denkt hij al van ass-pokoe. Gek, toch? Gek. Ja, ja. Gek. Dus dat soort, hij is soort van... En hij houdt ook van alle soorten muziek. Hij houdt van alles. En, maar hij is ja, ook gewoon heel veel hip-hop. Hij houdt van Young Thug ook. Hard. Ja, hij houdt van Young Thug. Daar zit hij diep in. Kodak Black vindt hij ook echt hard. Lil Wayne vindt hij ook hard. Ja. Check ze ook Nederlandse shit nog? Oh, andere Nederlandse? Buiten Bad van Rico. Hard. Die vinden ze echt hard. Hard. Want dat herkennen ze gewoon. Je weet toch? Is zo van, hé papa, ja. Buiten Bad, buiten ja. Bad. Even kijken. Nee. Ja, maar grappig, tuurlijk. Eetje sowieso, veel Frenna. Grappig dat het dan zeg maar een soort van Rico, want dat is zeg maar, natuurlijk zeg maar jullie, dat is het tegenovergestelde van wat jullie waren, zeg maar heel lang toch? Of nog steeds zijn toch? Ja, ik weet niet man. De jeugd is sowieso gewoon de hardste man. Ja, oké. Okay, maar, ja. Maar ik vind het hard hoor. Ik bedoel, ja. Shout-out naar die mannen sowieso man. Maar ja, ik weet niet hoe hun muziek tegenover die van ons staat. Ik weet niet man, bro. Ik weet niet man. Nou, coming up, zeg maar. Ik ga jullie niet vergelijken. Ja. Maar coming up was het wel, zeg maar... Had je één kant was zeg maar de jeugd. En de andere kant was... De opgezwollen kant. Opgezwollen. Gewoon zeg maar de hip-hop ja, shit en dan de... Toch? Ja, ja, ja. Maar dat was ook al voordat wij er waren zelfs. Ja. Jij started this commercial shit. Ja, thank you very much. Of zeg ik iets verkeerd? Dus eigenlijk zeg je dat iedereen blij moet zijn dat ze geld kunnen verdienen omdat de jeugd het voor jullie gefixt heeft? Ja. Dan moeten jullie echt blij zijn dat we dit voor jullie gefixt hebben, Bobby. Nee, maar als een jullie waren, toen wij... Ik weet niet precies wat je bedoelt, man. Muziek gemaakt met de intentie, oké, hier gaan we money mee maken of zo. Dat nee. Geloof ik ook. Wij hebben altijd gewoon, omdat we gewoon dat heel leuk vinden, gedaan. Ja. En die eerste pokkel van ons, die was gewoon een soort movement. En dat kwam ook gewoon omdat wij iets anders waren doen dan wat er al was. Dat is niet eens een soort van gedachte, maar dat is gewoon logisch wat wij altijd doen. Ja, dus man. Je ziet van, oké, okay, er zijn te veel mensen die dragen dit, ik kan er niet meer dragen. Te veel beats klinken als dat, geef me iets anders. Ja. En ik denk dat wij daarom als de jeugd zo zijn. Ja. Mensen waren er ook blijkbaar gewoon klaar voor. Ook dat, of, ja. Ja. Want die alles klopt ook, maar bro, ik de denk naam, wel bro. Dat die... Die opgezwollen movement heeft wel een soort van die standaard een stuk hoger gezet dan wat er ervoor was. Mm, ja, maar zeker. We gaan niet dat nadoen. Ja. Dat is nu wie wij zijn. Kan niet hangen met die man. Jij bent met de naam gekomen, hè? Nee, mijn broer had een shirt gemaakt waar de jeugd tegenwoordig op stond. En we moesten een naam hebben en toen we kwamen er gewoon niet uit. Er waren gewoon geen... waren ook niet dingen wat waren, die... Wat waren de potentiële namen? Ja, Witte Bliksem. Witte Bliksem? Hete Bliksem. Ja. Ja. Hete Bliksem. Ja. Knalbazen. Knalbazen. Ja. Knalbazen. Maar zeg maar, geen enkele van die dingen was dat iemand zoiets had van... Oké, okay, ja, dit moet het echt zijn. Het was gewoon allemaal een beetje van... Ja, ik weet het niet zo goed. En toen zei mijn vriendin op dat moment... waarom heten jullie niet gewoon de jeugd tegenwoordig? En toen dacht ik, ah ja, dat is echt een fucking goede naam. Ja. Zou dat naar haar, man? Ja, zeker. En toen... Dus het kwam wel uit jouw hoek. Ik voelde dat. Zijn broer. Shout-out, man. Ja, ik voelde dat, zeg maar. Maar en inderdaad, het was ook gewoon perfect. Want eerst is het gewoon... Als mensen praten, dan is het toch al de jeugd tegenwoordig. En dan later is het ook leuk, omdat we gewoon oud zijn en wel nog steeds zo eten. Ja. Er zijn ook letterlijk mensen boos dat wij zo heten nog steeds. Want? Ja, die mensen vinden het gewoon moeilijk. Maar, bro, sowieso, heerlijk als een mensen. Ja, ik hou echt van boze mensen. Boze mensen, shout-out naar jullie, man. Hey, hoezo heten jullie eigenlijk nog steeds de jeugd van tegenwoordig? Keep being boos, man. I love it, man. Dankjewel. Ja. Hoe gaan jullie op al die... Ik ga het gewoon zeggen. Hoe gaan jullie op zeg maar, al die soort namaak jeugd van tegenwoordig die zijn geweest? Ik zie dat niet. Ik kijk niet eens naar dat, man. Eigenlijk. Fuck dat. Ik kijk niet naar je ziet wel dat er pogingen zijn geweest, toch? Ja, ja, ik weet het niet. Ik heb sowieso... niemand kan ons dodgen. En nogmaals, de muziek die we maken, de dingen die we doen, die doen wij omdat wij het leuk vinden. Hmm. En zeg maar, als je dan precies dat gaat kopiëren of dat gaat willen benaderen... Dan kan je het nooit echt leuk vinden. Nee, je moet gewoon muziek maken omdat jij dat vet vindt... of omdat je heel erg de urgentie voelt om die muziek te maken.
En dan is het sowieso vet of andere mensen het nou sick vinden of niet. Maar als je kijkt naar iemand anders en denkt, oké, ze gebruiken geen samples, maar veel synthesizers, de live shows, ze dragen andere kleren. Ik ga dat ook allemaal doen. Ja, dan wordt het whatever. Ja, ja, ja. Dat is niet meer jouw shit dan. Nee, ik bedoel, dan heeft het ook niks met ons te maken. Ja. Dan gaat het ook niet lang mee, man. Maar ik snap het. Op zich is het natuurlijk een hele goede template, zeg maar, om meerdere successen op te bouwen, maar de muziek is gewoon te goed, bro. Fuck a bird, man. Fuck a bird, man. Ik weet niet, wie heeft me geslagen, man, bro. Goed zo'n respect, goed zo'n respect, oh man. Ik neem even een upper. Hier. Nee, man. Ja, wat moet je, een suikertje? Hier. Ik heb een... Nee, dit is niet oké. Er zijn kindjes in Afrika die heel graag deze snoepjes zouden willen. Dus ik ga ze gewoon netjes opruimen. We stoppen wel even 5 in je mond. Ja, dat sowieso. Bro. Dan word je wel weer een beetje dinges, man. Word je wel een beetje nuchter. Cool, man. Fuck jullie, man. Dan word je wel een beetje wat. Ik ben gewoon goed. Ik ben gewoon goed, bro. Ik zit gewoon hier, man. Weet je wat jij zou moeten doen? Dat zou ik doen. Oké. Okay. Dus in de coffeeshop een bangum, maar zou die met wiet erin. Mm-hmm. En het heet billetjes. Wow. Het zijn kleine billetjes. Wauw. Ja. Je kan het chappen. Ja, man. Ja, wauw, man. Zie je, kijk, dat is fierce. Vegan, vegan. Vegan, ja. Want vegan, zeg maar, we moeten die vegan logo erop hebben. Deze van die zitten zo met varkens... Ja, deze is vegan volgens mij, bijvoorbeeld. Bindmiddel gemaakt. Nee, hebben die winegums, bedoel je. Winegums, dit is... Ja, die met varkens gelei, toch? Hoe noem je het? Gelei? Gelei. Zeg je gelei? Gelei. Gelei. Wat je wil. Je kan het ook met zeewier doen. Ook. Ah. Mm-hmm. Billetjes. Ah, waarom weet je die? Waarom weet je die? Billetjes. Chop jij het al. Ja, let's get it, man. Chop jij het al. Oh, ik kom weer die slogan. Ja, man. Ziek. Ja, man. Ziek. Let's go. Ziek. Nigga, I been chopping billetjes. Wat is de kinkje is die vrouwelijke kant. Iedereen op school chop billetjes, man. Wat? Op welke album, de fake, man. Op welke album ben je trots, Jero? De laatste gewoon, man. Ja, dat blijft gewoon, dat is gewoon niet door. Ja, dat werkt het toch gewoon. Het is ook, zeg maar, op een gegeven moment... Zeg maar, dit album was ook best wel... dat ik op een gegeven moment dacht, misschien gaat er wel nooit meer iets gebeuren. Mm. Ook om vanwege COVID, de lockdown, misschien kunnen we nooit meer optreden. Wat voor muziek ben je dan eigenlijk aan het maken? Waar gaan we naartoe met z'n allen? En dat we toch uit die tunnel zijn gekomen en dat het nu een hele plaat is met gewoon allemaal stukken muziek. Ja. Net na al die tijd ook. We bestaan nu officieel 18 jaar, maar eigenlijk al 19 jaar. Bang! Ja. 18 jaar, bro. Ja. Help, man. Maar dan gaan we naar de 2 Donnie's, bro. Ja, man. We gaan naar de 50 open, man. Ga weg, man. Let's go, man. De 2 Donnie's, bro. Para, hè? Ja. Nee, fucking sick. Juist. Maar het raarste vind ik nog wel dat... toen we 10 jaar bestonden, toen hebben we die shows in de Heineken Musical gedaan. En dat voelt echt als gisteren. Ja. En terwijl, zeg maar, die eerste 10 jaar, dat was wel... Dat voelde wel gewoon echt als een periode van 10 jaar met allemaal shit erin. Ja. 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 Omdat in het begin is het nieuw, toch? Ja. Moet je alles uitvinden. Is wel zo. Jij, Fiesa? Waar ben jij trots op? Welke album ben je trots? Ik vind die... Ja, natuurlijk wel echt sick. Want daarvoor, dat is het 4e album volgens mij. Ja. Klopt dat? Ja. Dat is een beetje waar... Die eerste 3 albums zijn gewoon party met wel katers er doorheen. Maar die 4e is, zeg maar, oké, we hebben te veel gepartied. We gaan beginnen ons nu waanbeelden te krijgen en... Nare shit begint in mijn hoofd op te doen. Cool, ja. En dat hoor je op dat album. Ja, maar dat vind ik wel vet. Dat was ook wel piek waanzin. Ja. We woonden toen bij elkaar om de hoek ook. En ja, ik deed niet eens zo heel veel... gebruikte niet eens zo heel veel drugs meer op dat moment. Maar daardoor had ik juist het idee dat ik nog meer moest drinken. Ja. Als vervanger. Ja, precies. Maar, ze zijn aan het pillen. Dan moet ik... Het zit wel echt in die plaat. Het was wel een gekke tijd. Dan hadden we gewoon veel shows in een weekend. En dan was het 5 uur ochtends. 5 uur ochtends. En dan gingen we gewoon nog vissen houden. Ja. Met vrienden. Even gewoon na die shows. Ja. Ja. Ja.
Ik moet er nu niet aan denken, man. Gek. God damn. Nee, ja, don't do drugs, kid. Maar het was wel gezellig. En we hebben het overleefd. Dat is het mooie ervan. Dat is het mooie ervan. Als je het overleefd hebt en als je we can talk about it. Ja, ja man. Man. Ja, man. Dat is hem wel. Veel maar wat deden jullie toen? Waren jullie toen ook al, zeg maar, op de MDMA en de 3M? Wat is het? 3MC? Nou ja, ja, gewoon pillen en poeders. Maar het was maar nog wel... vooral heel veel drinken. Heel veel drinken, ja. Wat was jullie drinken? Wodka, hè? In een nacht. Ja, wodka, champagne alcohol, en gewoon. Ook whatever. Hmm. Gewoon anything. Alcohol, gewoon veel alcohol. Ja. Ja. Ik ging Fred een keer... want hij was jarig. En toen ging ik met een goede vriend van ons, Lucas. Shout-out naar Lucas. Shout-out dat was een verrassing. Gingen we Fred 3 dagen meenemen naar Berlijn. En toen kwamen we bij zijn huis. En toen, hij moest gewoon bijna huilen toen hij begreep wat we gingen doen. Omdat hij zo krokant was. Eindelijk kan ik even rusten. Al die mensen zijn mijn huis uit. Tering. Moet ik nog naar Berlijn. 3 dagen hebben we het vliegtuig terug ook nog gemist. Mijn huid was gewoon al die dingetjes. Hoe noem je dat? Al die poriën. Die waren aan het kotsen. Die waren gewoon alcohol aan het uitkotsen. Die moesten we met een... Ja, dat is niet leuk. Maar ook weer wel heel leuk. Ja. Want hebben jullie ook emotionele momenten? Huilen jullie? Hebben jullie ook samen gehuild en zo? Vast wel. Ik heb in Freds oude huis al een keer gehuild, ja. Maar toen had jij zoiets van, waarom ben je aan het huilen? Why are you crying? Dat echt niet meer, man. Why are you crying? Ja, dat was toen nadat we die popprijs hadden gewonnen en... toen we meteen 's ochtends weer waren begonnen met alcohol drinken. Toen moesten we naar de wereld rijden door of zo, toch? Oh ja, precies. Ja. Ja. Maar ik weet wel dat ik heb gehuild dat met die pokoe die This Is My Song. Ja, oh, dat was toen, ja. En ja. I wonder... Waarom zou je dat? Ja, ik weet niet meer. Gewoon niet echt een specifiek ding. Gewoon pure emotie. Geluk. En alcohol. Ja, en pijn ook. Zeg maar alles. Ja. Gewoon de human experience. Ja. Maar komt dat dan door alcohol eigenlijk? Nee. Okay. Ik hou ook... Ik heb nu best wel lang niet gehuild. Maar ik kan wel huilen, man. Dat is wel lekker, man. Ik ben ook iemand die dan echt gaat huilen, gewoon. Eventjes. Ik huil veel te snel, man, de laatste tijd. Als ik al bij een domme serie of zo, als ik meekijk met vrouwtje... Dan is het zo'n domme romcom dat die chick naar een dorpje moet om soort van een bedrijf te gaan bekijken, je weet toch? En dan die guy die dat doet is zeg maar een knappe guy. Ja. En dan gaan ze lekker met elkaar en opeens krijgen ze ruzie, dus dan gaat zij weer weg. En opeens komt die guy weer terug naar haar toe in de grote stad, je weet toch? En dan heb ik over, oh shit man, ik moet wel even gewoon normaal doen, dit is niet het moment om te huilen man. Even zonder Marieke door. Ben je emotioneel? Ja, toch wel. Heel erg, man. Bijvoorbeeld de eerste keer dat mijn dochter naar Taekwondo ging. De eerste keer dat mijn dochter naar Taekwondo ging, zat ik ook zo... dat ik opeens dacht, shit man, ik ga gewoon huilen hier in die gymzaal gewoon, man. Ja, man. Fok op licht hier gewoon. Ja. Kan ik niet, dat kan niet. Ja, stop deze feeling weg. Ja. Luister, ik keek mijn vrouwtje aan, toen waren we allebei, zeg maar, toen gingen we elkaar uitlachen. Kleba, hij ging laatst examen doen bij Kung Fu. En toen dacht ik, ze kunnen hem niet nu al die gele band geven. Hij is pas net begonnen, dat kan niet. Dan krijg ik waarschijnlijk gewoon eerst nog zo'n slip erbij. Ja. En toen, dus ik stond daar, ik zat er toch veel, maar ook... Van, ja, misschien gebeurt het. En toen riepen ze zijn naam, dacht ik, nah, ik ging gewoon helemaal dood. Ik zei, ja. Wat, ik krijg gewoon die gele band. Ja. Waaste. Gele band, ja, ass nigga. Ja, waaste. Ik denk dat Fiesta wel het emotioneelste is van jullie. Waarom niet? Ja, maar uit het anders. Fiesta is gewoon een pure emotie als persoon. Ja. Okay. Er zit geen laag omheen. Ja. Het is al een... Ja, ik hoor, snap wat je bedoelt. Ik snap het niet helemaal, maar I take it. I like it. Nee, je bent wel speciaal. Je bent echt een hele speciale guy. Hey, pas op wat je zegt, vriend. Volgens mij gaat de bil gechapt worden. Fiesta, you're special. Waarom niet? Ja, dank sowieso, wel, man. Love, 100% man. Fiesta. Shout-out naar Fiesta, man. Hou op, man. Ja, toch? Weet je nog dat we op Eiburg waren? We waren met Adje en Kroeks erbij. We waren eigenlijk gewoon met z'n zessen.
En we zouden die pokkel maken met z'n zessen. En iedereen zou opteamen met iemand. Ja. Ik zou met jou opteamen. Tuurlijk, vies en fies. Ja. Doe normaal. Maar dat, jammer dat iemand moest toen optreden of zo. Ik weet niet meer. Iemand moest lossen. Ja, jullie was jammer, man. Jullie waarschijnlijk. Ja. Daar moet ik soms nog om halen. Because I cry when I think about you. Yes, oh my god, damn, man. Jullie weten echt niet, zeg maar, van... Gewoon als je hoort, zeg maar, als rapper zijnde, zeg maar, hoort, zeg maar, dat deze man als jullie gewoon banko doezo voor een show krijgen, bro. Jullie hebben een keer nee gezegd tegen Lowlands, toch? Nee, dat is niet. Kom volgend jaar wel. Nee, man. Heb je dat gedaan? Ja, trouwens, wel. Hoe kan je dat vergeten, bro? Ja, maar... Dus de Lowlands zijn gekomen en zeggen, kom volgend jaar wel. Ja, maar dan hadden we weer een nieuw album of zo. Of dan was het zeg maar dat we zouden komen, maar dat het album dan... Nee, ik weet het ook nog wel. De show, die hadden we al een keer daar gedaan. We hadden nog geen nieuwe show. En we hadden zoiets van, als we daar gaan spelen, Alpha, weet je wel, iets, dan moet je wel gewoon echt weer een soort van dom komen, snap je? Dan moet je gewoon wel even laten zien wie de baas is, zeg maar. En dat konden we niet op dat moment met die show. Dus dan is het van, ja, wacht even, er komt toch een album aan. En dan komen we volgend jaar gewoon iedereen neuken. Ja. Er is nu niet meer zo'n spot als Lowlands, hè? Zeg maar, soort van, you gotta be there. Lowlands. Ja, wel, man, ben je normaal? Ja, ik weet niet. Maar alles hip-hop is Lowlands niet meer zo, voor mijn gevoel dan, hè? Ik weet het niet zo goed. Maar hip-hop is toch sowieso als soort van... Vertakt. Als festival, nou ja, nee, als festival muziekstijl. Nee, het heeft juist veel meer zijn eigen ding gekregen, toch? Ja. Je hebt nou nu Rolling Loud en zo. Nee, man, bro. Ja, maar dat was toch niet soort van... Je hebt wel bij Hoa en zo opgekomen. Ja, maar Hoa is nu Rolling Loud geworden. Ja. Precies. Nee, maar ik bedoel meer dat ze dat gewoon proberen te marketen als gewoon een één ding. Ja. Was dat uitverkocht trouwens? Was dat uitverkocht of niet? Rolling Loud? Ja. Durf ik niet te zeggen uit mijn hoofd, man. Durf ik niet te zeggen, man. Maar dan zeg je wel iets, man. Want als je... Shit, wat was het kwijt? Oh, koude weer, man. Misschien moet je nog een shortje denken. Ja, of je moet misschien iets smoken, man. Ja, ik ga het zo. Laat me even een slimme vraag. Laten we over slimme shit praten, ja? Oké, slimme shit. Wiskunde. A of B? Altijd B, broertje. Maar wel in kwadraat. Wil je wel 5 talen of 5 diploma's? 5 talen, man. Leg uit. Oké, dan moet ik niet gaan liegen, maar... Luister, met talen kun je communiceren met mensen. En diploma's zijn manieren van bedrijven en geld om stickers op je te plakken. Ja, als je de taal leert, dan leer je ook soort van het volk kennen, snap je? En het land kennen. Je leert ook cultuur kennen en je gaat ook dingen leren van het land. Dat je denkt, dat zijn goede eigenschappen, man. Dat is dope, dat moet ik ook doen. Dat kan ik toepassen in mijn leven. En met diploma's betekent gewoon dat je kan gewoon wel shit onthouden als iemand iets tegen je zegt. Dat is helemaal niet waar. Ja. Want zeg maar, dat jij iets goed kan onthouden heeft niks te maken met dat diploma. Je kan iets goed onthouden of je kan iets niet goed onthouden. Ja, maar dat diploma bewijst wel dat je het kan, snap je? Nee, is leren onthouden? Nee, toch? Voor mij niet, man. Voor mij niet, man. Dat zeg jij nu echt, toch? Dat is ook wel zo. Nee. Nee, voor mij nee, man. Gewoon doen, man. Doen. Ja, maar zeg maar, je kan een heleboel dingen onthouden en dan examen doen ergens in. Maar dat betekent helemaal niet per se dat meer waard is dan inderdaad wat je zegt, kunnen communiceren met allemaal mensen en het verschil begrijpen tussen als iets op één manier wordt gezegd of op een andere manier. Ja. Omdat je de nuances daarin herkent. Betekent dat als je het goed onthoudt, dat je dan automatisch het dan ook goed kan blijven uitvoeren? Nee. Of is dat weer een tory, toch? Ik weet niet, man. Ik weet het, als ik zo van mijn kinderen iets goed kan uitleggen, zeg maar, dan weet ik dat ik het snap. Dus dat is altijd wel een goeie om soort van aan te houden, zeg maar. Kan ik dit aan een kind uitleggen? Ja. En als ik het niet aan een kind kan uitleggen, dan snap ik het niet. Ja. Zijn er dingen die je niet snapt? Ja, man, bro. Tuurlijk, man, bro. Hou op, man. Er zijn heel veel dingen die ik niet snap, man. Ga je dit nu zeggen, ja? Ja, zeker, zeker. Het laatste grote wat ik niet snapte, wat me echt heel erg fokte, was het van neerwaartse kracht.
met schepen op het water, dat ik gewoon dacht van, hè, ik snap zeg maar dat het een boot kan drijven, zeg maar, je weet toch? Mm. Maar ik snap het niet, man, bro. Ja, dat hij niet, zeg maar... Ik heb het gezien, dus ik weet dat het kan, zeg maar. Maar ik snap het niet. Ja, en dat was wel een soort van... dat was wel een gekke journey. Nu heb ik gewoon het ding van dat ik soms dingen in... dat ik dingen om me heen gewoon niet snap vaak, man. Ja, ik weet niet. Ik heb wel vaak dat ik dingen niet snap, man, eigenlijk. Ik heb heel vaak dat ik zie van... Oh ja, er is een manier om dit te begrijpen, maar ik kan dit niet. Ja. Ik heb hier geen zin in. Niet zin in, nee, niet zin in. Zeg maar, ik zie hier de stukken, maar ik kan er geen geheel van maken. Ja. Ja. En dan denk ik ook meestal van, nou ja, dat hoeft ook niet. Want ik kijk gewoon naar mijn kind. Wie is het intelligentste van jullie? Is Bas. Ja, Bas, sowieso. Bas is een fucking genius, hè? Waarom zit hij erbij, man? Bas is zo intelligent dat hij... dat hij gek is. Ja, dat hij niet... niet op dit soort plekken kan zijn. Leg uit. Ja. Als je meestal het gevoel hebben dat wij ontregelen. Ja. Hij is gewoon in hart en ziel gewoon ontregelaar. Zonder dat hij daar per se mee bezig is. Mm-hmm. Maar het is gewoon hoe hij op de wereld gewoon soort van is. Hij heeft zeg maar zo ver door de Matrix heen gekeken. Dat hij ook door zichzelf heen heeft gekeken. Jullie geloven in de Matrix? Nou ja, hij wel. De Matrix, een Matrix. Bas wel. Ja. Bas wel. Ja. Ja. Ik geloof het niet, maar ik ben het wel aan het checken. Ik check alles een beetje. Nee, maar je hebt de Matrix van robots en computers hebben deze droom voor ons bedacht. Maar je hebt ook gewoon een soort mildere vorm van de Matrix. Nou. Ja, precies. Het kan allemaal, iets kan symbool staan voor iets of het kan... letterlijk iets betekenen. Kennen jullie Anunnaki shit? Nee, wat is dat? Ook een soort Matrix shit. Zeg maar, er zijn mensen die geloven dat er zeg maar, dus andere wezens zeg maar, nog ergens in de heelal wonen. Ja. Zijn. En dat die mensen zeg maar, zijn gekomen naar de wereld. En dat die mensen dus een nieuwe wezen hebben gemaakt. Oké, dit is allemaal gewoon vrijblijvend, hè? Zeg maar, van, je moet niet denken, ja, niemand hoeft te betalen, deze dus krijg je gewoon, je weet toch? Hef zegt dat dit waar is. Nee, dat is allemaal gewoon... ChatGPT zei het. Ik ben het zelf ook nog allemaal aan het onderzoeken. Maar die mensen die geloven dus dat die wezens eigenlijk, Anunnaki zijn gekomen naar de wereld. En dat een van die Anunnaki's tegen zijn zoon zei van, creëer een nieuwe wezen. En die heeft toen zeg maar de DNA van een aap gepakt. En het DNA van hun zeg maar, gepakt en dat samengebracht. En dat zijn wij geworden, zeg maar. Je weet wel. En dat zijn allemaal rare dingen, zeg maar. Want hun zeggen bijvoorbeeld van... Ja, als wij zijn gekomen van de apen... Waarom zijn apen nog steeds apen nu? Ja. Zeg maar. Weet toch, als poezen komen van... Als tijgers komen van poezen... Waarom zijn poezen nog steeds poes? Ja. Waarom, weet toch, waarom gaan wij door? Waarom evolueren wij niet door? Zeg maar. Het zijn allemaal zeg maar, gewoon vragen. Wij evolueren zeker wel door, bro. Ja, alleen veel langzamer. Er zijn hele verklaarbare redenen voor. Oké, leg uit. Ja. Oké, dus... Basically, de krokodil is hier ook al sinds de dinosaurussen. Ja. Toen een heleboel beesten konden zich niet aanpassen aan hoe het dan ging met die komeet of whatever. Hoe die dinosaurussen dood zijn gegaan. Maar waar geloof jij in, zeg maar? In de Big Bang, zeg maar? Is dat, want dat zeg je nu toch? Is dat, je hebt de Big Bang Theory, Adam en Eva, de Bijbel toch? En... Oh nee, dan geloof ik wel van wat natuur, of wat, hoe noem je dat, wetenschap tot nu toe kan verklaren. Dus daarna zou misschien wel weer iets komen. Want wij denken wij zijn kankerslim, omdat wij denken dat de wereld rond is of whatever. Maar daarna zullen we er vast wel weer achter komen dat het dan ook weer niet helemaal waar is. Ja. Of zo. Dus in ieder geval, die krokodil die gaat gewoon lekker omdat hij gewoon kan blijven eten en gewoon niet echt hoeft te evolueren. En soms is je... omgeving wordt anders, waardoor... Ja, het is gewoon nagenoeg als perfect al. Ja. Veranderen. Ja. Het is heel makkelijk. Eén simpel voorbeeld. Je blijft in de hood wonen. Mm-hmm. Je blijft een hood persoon. Ja. je kinderen blijven daar wonen. Die blijven ook een hood persoon. Ja. Je wordt rapper. Je gaat langzaam te veel geld verdienen. Je gaat op andere plekken bewegen, ander milieu. Je gaat anders praten, je kinderen worden anders. Oké. Maar dat is die evolutie. Oké. En op een gegeven moment worden de kinderen van jouw kinderen... hebben blond haar. Ja, want als je weer... Want straks zijn we allemaal, over 500 jaar zijn we allemaal grijs, bro.
Zijn er niet eens andere rassen en kleuren? Rassen misschien wel, maar let's get it, man. Iedereen beige gewoon. Iedereen the same? Ja. Yeah. Ik denk, dat zeggen ze over 500 jaar, is iedereen the same. Yeah, let's go. Zou heel veel oplossen, toch? Nee, dan gaat het weer over nagellengte. Ja, gaat het dan over dat soort tuurlijk, man. Of kleur haar of dat soort. Ja, ik hoor je. Mensen zijn fire. Ja. Je weet toch hoe lekker het is om te haten op iets? Ja. Dat is een primaire emotie. Ja, man. Maar ja, en ik bedoel, als je het op een leuke manier op kan lossen. Ik kan wel lekker haten op shit, man. Ja? Ja, man. Ik kan wel echt wel lekker haten. Zit ik echt lekker op te haten. Wie is de grootste hater van jullie drie? Ik, Adje en Kroeks? Ik wel, man. Ja. Ik haat op hun ook, zeg maar. Ja. Maar dat snap ik en ook. Jij bent ook wel de meest emotional. Ja. Ja. Waarom zeg je dat? Weet ik niet, dat komt gewoon zo naar boven. Ik ben wel emotional, man. Ja, man. Ik ben wel een emotional guy. Ja. Ik leef gewoon, man, weer waar. Niet ik ben een Nee, maar allemaal wel. Maar hij is wel... Okay. Ja. Atje vind ik dat hij het minst soort van zich laat zweeën door zijn emotions. Zeg maar. Hun zijn, weet je wat het is met hun? Weet je wat ik zou zeggen? Hun zijn misschien emotioneler dan mij. Alleen hun hebben zeg maar, zo'n lange, hoge muur gebouwd zeg maar, om hun emotions heen. Ja, precies. Daar kom je nooit doorheen. Daar kom je nooit doorheen. Ik heb wel eens met hun gezeten, allebei. We hebben een docu geschreven, waar Atje ook helpt in die docu, zeg maar. Waar we echt, zeg maar, een soort van... Als weet je toch, steenbokken zo tegen elkaar gaan, zeg maar van jij is dit en weet je toch. En dat we eventjes. Als even, bitches. Even de real. Bitches onder. Nee, gewoon de waarheid tegen elkaar zeggen. Ik snap het. En dan komen de emoties eruit, snap je? Ja, tuurlijk. Maar dat is die muur waar je overheen moet, dat is echt 4 dagen praten. En dan 4 dagen. En wat was dan eigenlijk, soort van, misschien stel ik nu een fok op vraag die ik niet moest stellen, maar wat is dan eigenlijk de issue tussen jullie? Dus in één woord gewoon. Ik en Adje? Ja. Zonder slecht te praten over wie dan ook. Mag nee, ik zal nooit slecht praten over Adje, man. Kijk. Nou, leg uit. Waarom heb ik nooit slecht gesproken over Adje? Natuurlijk niet. Ik was niet meer schrikken, man. Nou, ik heb een opname uit 1992. Laat me even inbreken. Ik was een keer ergens, ik weet niet meer. En toen hoorde ik een pokoe. En toen schrok ik gewoon. Toen dacht ik, wauw, dit is zo sick. Dit is sicker dan de jeugd. En toen dacht ik nog dat zeg maar, er is niks sicker dan de jeugd. En toen was die pokoe afgelopen. En toen zeiden ze, dit was Mick Swagger van Adonis. Ja. Toen dacht ik, oh gelukkig, die kent Wibba. Hij is in de gang. Ja, toen heb ik Wibba opgebeld. Toen heb ik gezegd, ik heb een pokoe gehoord van Adonis. Het is zo sick. We moeten nu meteen ook een pokoe met hem opnemen. Maar om te establishen, zeg maar. Ja. En toen... Jij heeft nog geprobeerd ook Adje bij Costain bij ons management te krijgen. En zo. Hard. Ja. Maar en toen zei jij, ja, hij is vet hè, maar heb je zijn boertje al gehoord? En toen had jij die puur pokoe. Puur uit, ja. Ja. Maar goed, continue. Ja. Ja, wat vroeg je me ook weer? Wat is dan eigenlijk... Gewoon... Oh, ik denk het is mijn Adje. Ja. Oké, ik zie Adje als mijn brada, man. Ja. Kijk, ik denk dat het ding tussen mij en Adje is, zeg maar, dat ik zelf ook een brada ben. En omdat ik zelf een brada ben, zeg maar, en ik weet wat ik allemaal doe als brada zijnde voor Kroeks... Voel ik soms dat ik dat niet van hem krijg. Oh, hij is enig kind, toch? Daar wou ik heen gaan. Oh, op die manier. Ik en Kroeks hebben zeg maar, vanaf kleins af aan gewoon. Ja, als we waren scare, bro. Als ik bij hij is niet enig kind, want hij heeft jullie. Maar hij is het van wel in huis in, als enig in zijn kind mind. In zijn mind, ja, toch? Dus als ik ergens ging spelen vroeger. En ik kreeg snoepje ergens bij de rijke boy in de straat, zeg maar, kreeg ik snoepjes. Dacht ik van, ik breek een helle voor Kroeks. Weet je toch, ook al je hebt een stukje haat van, goddamn, moeten we delen met hem. Maar you're gonna share, zeg maar. Begrijp wat ik bedoel? Je probeert nog een hapje van zijn stukje te nemen. Ja. Voordat je het geeft. Ja. Ook nog even ruzie maken met hem, zeg maar, voordat je het geeft. Je weet toch? Maar je geeft het hem wel, zeg maar. Je weet toch? En dat heeft Adje nooit moeten doen. Dus ik kan Adje ook nooit kwalijk nemen. Ja. Ben ik nu achtergekomen. Ja. Dat ik hem niet kwalijk kan nemen, zeg maar, voor shit wat ik zeg maar, van hem wil. Terwijl hij, zeg maar, hetzelfde met Turk. Wat ik bedoel, van dat zijn mensen die zijn ingesteld om hunzelf te redden. Gaan altijd hunzelf redden eerst, zeg maar. Wat ik bedoel, omdat je altijd je was alleen. Ja. Wat ik bedoel, dus ik kan niet eens boos worden, bro. Mijn visie, zeg maar, hoe ik kijk, is altijd voor iedereen. Snap je wat ik bedoel? En ook gaat dat ten koste van mijzelf. En, dat is gewoon hoe ik mijn levenspad geweest, zeg maar, wat mij zo gemaakt heeft. En dan bij een Adje bijvoorbeeld, is het dan wat ik zeg.
Ja, hij was gewoon alleen. Dus hij kijkt altijd, zeg maar, weer... Hij vindt het niet erg om alleen te zijn, zeg maar. Zou ik bedoel? Ja. Ja. Ja, zeker. En dat is dus iets wat je hem soort van kwalijk nam. En nu niet meer. Ja, ik nam dat nam ik hem niet kwalijk. Wat ik hem kwalijk nam, is dat hij nooit de broer dingen deed, zeg maar. Ja. Zo van, de stap naar voren nemen, zeg maar. Jezelf opofferen, zeg maar. You gotta be the... Begrijp wat ik bedoel? Ja. En Atje, in ons drieën is Atje zeg maar de grootste artiest. Er is niks anders wat Atje zeg maar zou willen doen dan artiest zijn. I don't give a fuck what it is, zeg maar. En met alle respect zeg maar voor alles wat ik gedaan heb, zeg maar. Weet toch, maar dit vind ik ook leuk. Ja. Weet je wat ik bedoel? Als ik morgen, weet ik veel, A&R moet zijn, ben ik ook A&R, zeg maar. Weet je wat ik bedoel? Ja. I don't give a fuck, zeg maar. En Atje zijn ding is gewoon, you just wanna make music and perform, zeg maar. En ik regisseer, dus ik kan ook nog wel doen, hoor. Ook. Beeld, zeg maar. Ook. Ja. Maar dat is het gekke, maar dat gaat pas gebeuren wanneer hij, zeg maar, voor zijn gevoel geen muziek meer kan maken. Ja, hè? Ja. Want muziek is zijn eerste liefde, bro. Precies. Die staat echt, dat staat zo ver, zeg maar, boven alles wat hij... Weet je toch? Ja. Ik heb ook de liefde voor muziek, zeg maar, van hem gekregen, man. Hoe dan? Gewoon wakker worden met muziek. Gewoon shit die ik nooit deed, zeg maar. Ja, ik had het ook niet. Ik had geen radio in mijn kamer. Mijn ouders sliep met muziek. Dat soort shit had ik nog, deed ik niet. Zeg maar. Je wordt wakker, Kanye West is nog steeds aan het gaan daar. Dat soort shit. Zeg maar. Eerste wat je hoort dat je wakker wordt is rap, zeg maar. Dat zijn allemaal kleine dingetjes die je zo erg kunnen touchen, zeg maar, om te gaan doen wat je moet doen, zeg maar. Je weet toch? Ja. Maar vertel even over Puur. Mm-hmm. Hoe was het die... dat is ook een van de eerste pokkels die jij opgenomen hebt, toch? Of niet? Niet mijn eerste pokkel, maar wel een van de eerste pokkels die echt af was. Dus refrein, twee verses, introotje, beat had ik gestolen van Dead Piff. Ken jullie dat? Tuurlijk, ja, man. Help, man. Jij moet sowieso Dead Piff kennen, van al die mixtapes. Daar kwam alles vandaan. Ja, man. Ik moet altijd, weet je wat ik aan jou denk? Moet ik altijd aan Space Case ook denken, zeg maar, omdat jullie twee... Gewoon Nederlandse guys zijn natuurlijk, maar hun ja de blackest in de motherfucking, zeg maar. Jullie zouden eigenlijk Black Ass Jonesy moeten eten. of niet, dus shit die hun luisteren, zeg maar, is zo... Dus dat is zo in de cultuur, zeg maar, dat het zeg maar, zelf voor jou te ver gaat. Ja, 100%. Nee, zeker. Ik weet nog dat ik het van een keer... Toen ik één keer dat ik hem nog niet echt goed kende... Toen kwam hip-hop te sprake, bro. En toen hadden we het over... We noemden allemaal dingen, weet je. Want dan ga je kijken van... Vroeger ging je gewoon dingen opnoemen om te kijken hoe ver, hoe diep zit je erin eigenlijk. Ja. Welke artiesten ken je allemaal, je weet toch. Toen kwamen we bij Master P en zitten. Toen ging hij gewoon albums noemen van allemaal... Matties van Master je P. Weet toch, je weet toch. Al die guys die om Master P heen hadden. 17 zeg maar. Albums per maand uit, je weet toch. Zit van... Wauw, man. Ik zag het alleen van foto's in de source, man. Ik heb geen idee wat dit is, man. Nog een guy met helikopters en leeuwen en stacks van money gewoon. Young Lead, man. Ja, precies. En hij wist die shit daar dan. Ik zo, dat is wel echt wat Pepijn maakt. Hij gaat altijd fucking diep in heel veel kleine cultuurdingetjes. En hij geniet er ook echt van. Gaat die stuk om iemand in een stripboek die dan zijn veters met bangums heeft gestrikt of zo. Vindt hij dat echt maas en het blijft dan in zijn hoofd. En dan pakt hij dat weer voor een volgend ding. Dat vind ik het hardste aan Pepijn. Shout-out naar Pepijn, man! Ja. Donder op, man! Pepijn. Maar je hebt ook New York gewoond. Mijn schoonmoeder die werkte, shout-out naar mijn schoonmoeder, zij werkte voor Nike. Mm-hmm. En ze hadden haar daar een positie aangeboden en zij zei, ja, ik wil wel komen, maar dan wil ik wel dat jullie een huis faciliteren waar mijn kinderen ook een plek kunnen hebben. En toen was ons eerste kind net geboren en we hadden een heel druk jaar gehad met de jeugd, omdat we toen 10 jaar bestonden. Mm-hmm. En het jaar daarna was het rustiger en mijn vrouw wilde heel graag een deeltijdopleiding volgen aan een school op Manhattan. En
toen zijn we daar naartoe gegaan. En toen ja, hoefde ik verder niet zo heel veel te doen. Dus toen dacht ik, ja, dan ga ik gewoon met mijn zoontje chillen. Daar ja, ga ik, kijk ik gewoon. Je gedaan, wat waren je dagen? Hoe zag je dagen eruit, man? Ik ging, Central Park. Taking a walk. Ja, nee, ja, pretty much, ja. Nee, maar ik, we woonden in Fort Greene, Brooklyn. Let's talk English, man. Of Nederlands met Amerikaans accent. Nee, American accent. Accent American bro. Accent. Ja. Yeah. We woonden in Fort Greene, Brooklyn. Mm-hmm. En, Fort Greene. Mm-hmm. Waar het vlakbij waar Biggie's huis was. Hard Bed-Stuy. Ja, precies. En ja, meestal ging ik eerst naar de gym, dan daarna meteen iets eten, waardoor je net zo goed niet naar de gym had kunnen gaan. Ja, precies. En daarna keek ik gewoon, wat kan ik doen? Dan ging ik met mijn zoontje naar en toe met de metro of whatever. En daarna teruglopen en een beetje kijken van what's what. Ja, wat is het gekste wat je meegemaakt hebt daar, man? Ja, alles was... Ja, kijk, ik het was het lijpste was eigenlijk dat ik me realiseerde van ik zou hier nooit kunnen wonen. Mm. Want het is zo'n grove plek voor mensen. Maar het is... Alles is gewoon... Zwart-wit. Het is hard. Heb je geld? Ja, oké, okay, kom maar binnen. Nee, oké, okay, kankerhoep. Ja. En iedereen heeft ook zoiets van... Ja, nee, we hebben het geld. Het is hier. Ja. Ja. Wij mogen naar binnen. Ah, wij hebben het nog niet, maar we komen eraan. En er is ook helemaal, zeg maar, hier leeft dan nog een beetje het idee dat dat niet expres is. Of dat het soort van... groter is dan je denkt, maar het is gewoon echt helemaal fully de realiteit daar. En die buurt, het was zeg maar vlakbij dat basketbalstadion van de Brooklyn Nets. Waar Jay-Z ook in zat toen. En daar heb ik hem nog een keer gepoept, man. Shout-out naar mij. In het stadion? Ja. Ik zat in de metro daar en we hadden kanker veel gedronken die dagen ervoor. En ik moest kanker uitpoepen. En shout-out G. Patta zei van... Ja, shout-out sowieso. Ik zei, oké, ik moet gewoon even hier poepen. Ik ga gewoon scheiden. Ik ga gewoon in die metro wc. En G zei, no, dat kan echt niet. En ik kom en ik denk, hoe erg kan het zijn? En die hele metro is een soort van begroeid met mos. Op aan het plafond. En een soort van, alsof het een open rio is. En ik denk, no, dat kan niet. Toen waren we toevallig bij dat station... Toen ik zo... naar binnen gerend. Even scheiden snel. En toen heb ik in het stadion eventjes gepoept. Ga verder met je verhaal. Nou ja, dus het was daar heel soort rap aan het gentrificeren. Dus je had zeg maar tegelijkertijd... En het? Ja, gentrifieren. Oké, dat is wel heel dat. Ja, dus dat er allemaal mensen met geld komen wonen... omdat ze aangetrokken worden door nieuwe faciliteiten... die specifiek daar zijn witte geplaatst. Witte mensen komen in mensen... de buurt. Nee, niet alleen witte mensen. Witte mensen kopen Hoogvliet. Gewoon mensen met geld. Gentrification. Ja, gentrificatie of... Gentrify. Ja. Geef ze airfryer. Gentle fries. Ja. Ain't nothing gentle about it. But y'all getting fried, though. Ja, yeah, y'all getting fried. Ain't nothing gentle. Maar dat was gewoon heel grof. Maar ik weet nog één keer, was ik daar in het park. En toen liepen er drie young boys langs me. En die ene kijkt zo naar me. En die zegt, hey, je bent een kankerlang. en ik was meteen op mijn hoede, zeg maar. Maar hij zei in Nederlands. Nee, in het Engels. Hoe zei je dat? Ja, en hij zei ook niet, je bent kankerlang. Ja, hij zei, you fucking low. Ja, maar hij noemde me ook een woord wat ik niet kan herhalen. Als okay. Dat. Ja. En toen dacht ik, oké, ik ben ook kankerlang. Dus toen zei ik, why thank you, sir? en toen was hij een beetje in de war. Toen keek hij zo. En toen zei hij nog zoiets van, wil je grappen met me maken? Maar toen zei een van die andere jongens, zei ik, ja, ik snap het wel. Heb je lang en heb je een beetje dat briesje. En toen keek die guy, die andere guy, en toen liepen ze weer door. Dat is in, ja, allemaal in Central Park waar ze gewoon... Nee, dit was in Fort Greene Park. Oh, Fort Greene Park. Fort Greene Park. Volgens mij is het Most Def New York is wel een film, man. Ja, ja, man. Je kan daar gewoon over straat wandelen en je hebt gewoon 5 characters voor een film. Gewoon. Gelijk, achter elkaar. Ja, man, elke hoek, elke straat die je binnenloopt, hoor je die pokoe. In New York. Ja. Meet of order.
Hey, wie is de beste Nederlandse groep? Na jullie. Groep? Ja. Groep van wat? Wat doen ze? Muziek maken. Goddamn. Kom eens met, wat zijn we, noem eens iemand. Waar mogen we het kiezen? Ja. Oh, de Opposites, Broederliefde, SFB's. Ah, oké. Okay. Er zijn nog meer groepen. Help me even. Oh, waar ben je? Duvel Duvel is een groep. Duvel Duvel opgezwollen. Sjaar Duvel Duvel. Sjaar Duvel Duvel, sowieso. Apotheek, Rijnpapi nummer 1. Dus wie na ons is, zeg maar. Zeg ja, maar. Okay. Groep. Dus van, laten we een top 5 groep. Neem nou even wat suikers, man. 15 jaar of zo. Top 5. Mensen die al 10 jaar bezig zijn. Top 5, top 5. Ik weet niet, man. Ik ben er niet genoeg mee bezig, man. Jij mag die top 5, man. Ik vind heel veel artiesten wel gewoon hard, man, bro. Ik weet niet, ik vind alles wel dope, man. Je weet, ik ben gewoon op alles, man, bro. Ik ben slet, man. Ik ben slet, man. Ik ben op alles gewoon geroepen. Ik heb jullie nodig, man. Jullie zijn de beste groep. Jullie moeten van. Er zitten nu groepen te kijken, zo van wat gaan ze zeggen. Fokken jullie met Goldband? Sowieso. Maar dat heeft niks met hip-hop te maken, bro. Huh? Dat heeft niks. Nee, was gewoon een groep. Dat was gewoon een groep. Gewoon een groep. Ik weet niet, man. De Frank Boeien groep. Wat? Wat? Volgens mij is dat iets helemaal anders, bro. Shout-out Frank Boeien, man. Ik weet niet, man, bro. En hoe kijk jij daar tegenaan dan? Als iemand dat aan jou vraagt, zeg maar. Wie is het van... Heel veel mensen kijken wel echt naar jou als die... Bro, jij bent die guy gewoon klaar. Je weet toch? Een soort van een bepaalde stijl in de rap gewoon. Maar dat zijn jullie. We praten niet over jullie. We praten niet over jullie. Dat snap ik. Ik weet je doet reclames voor Lipton. Ik weet. Investigative journalism. Ja, man. Hey. Ja. Nee, maar het is toch gewoon gek. Want, ja, ik weet niet, man. Oké, okay, ik ga het anders doen. Waar plaatsen we Opposites? Maar welke groepen zijn er allemaal? Opposites. Opgezwollen. Zou dat Opposites, zou dat opgezwollen sowieso? De nieuwere guys zijn een Broederliefde, een SFB. Oké, shout-out. Van wie is... SBMG. Ik was al binnen. Dat is van, ja, dat zijn allemaal verlos artiesten. Maar fuck met, ik was al binnen? Broeders, ja, man. Toch? Jij is het, tune? Ja, man. Yeah? Huge tune. Ik weet wie, man. Wie? LaRouche. LaRouche. Groep. Band. Dat is toch hard? Ja. Ja, man. Ja. Dat voelde ik wel. Ik weet niet of ze er nog steeds zijn. Kalef, yes. Of er nu een soort nevenrelatie is. Ja. Ik denk dat het bij jullie ook zo gaat zijn. Als je weet wat je doet met mij. Je lekkere kom. Natuurlijk. Remix crew. Relax, man. Je doet. Weet je, mooie man. Je doet. Die lekkere beel. Maar je bent pas echt... Oké, wacht. Want er zijn ook groepen geweest, en dan misschien niet in Nederland, maar in Amerika zijn er volgens mij wel groepen geweest. Volgens mij is Bluff de grootste groep in Nederland. Hun gaan wel kwijt. Zeker. Ze hebben een festival waar 3-4 dagen achter elkaar mensen komen om hun te zien en ook nog... Toen we boven in het ding stonden, bro, dat we met die lift naar boven waren gegaan, soort van in de wind zo, kik. Bijna dood. Bijna dood. Toen kon je zeg maar het hele terrein zo zien. Dan zag je al die mensen van boven. Bro, het was wel echt crazy imposant, man. Het is soort van... En het is hun festival, dat is van hun, zeg maar. Dat is gewoon soort van, ja. Je gaat kwijt. Ja, dat is mijn festival. Waarom heb je nooit de Vrienden van Amstel of zo gedaan? The timing just wasn't right. Ja, dat. Het komt steeds gewoon net niet uit. Maar we willen heel graag. Ook wij zijn vrienden. Ja, sowieso. Shout out. We willen echt heel graag, maar het komt gewoon steeds niet uit. Maar we gaan het laten lukken, ik weet het zeker. Het ene filmpje. Is gewoon knak. Het ene filmpje van Vrienden van Amstel. Iedereen op de foto over wie je normaal slecht gaat. Ja, maar sowieso. Guus is echt mijn mattie. Kom, ik pijp je. Kom. Leuke jam sessies. Ja. Met Acta en de Munich. Dat zou jullie niet kunnen, hè? Ja, tuurlijk. We move in all spaces. Maar we kunnen gewoon muziek maken, man. We kunnen wel lachen in je gezicht en achter je rug om... Ook nog lachen. Ja. Nee, maar even serieus. Zou jullie dat doen? Zou jullie openstaan voor een Vrienden van Amsterdam? Als die money goed is, man. Ja. Als het gewoon uitkomt en als het andere artiesten ook kloppen, gewoon tuurlijk. Het lijkt me echt heel sick, man. Tuurlijk. Die andere artiesten zijn gewoon die andere artiesten. Ja, precies. 100%.
Was de jeugdfeature in Amstel Live. Amstel Live. Ja, Amstel. Vrienden van Amstel. Vriendjes van Amstel. Kolo, vriendjes van niet Amstel. Zo, man. Niet zo, man. Wat is de zijn aardige mensen, man. Wat is de volgende stap voor de JVT? 20 jaar, toch? Ja. Ja. 20 maar jaar. Maar eerst nee, hebben we dit album. Met, ja, en ja, het nieuwe album en de... Wanneer komt die? De grote zalentour, 18 augustus. 18 augustus. Bedenk. Moderne manieren. Ja, man. Hoe heet het? Hoe heet het? Moderne manieren. Moderne manieren. Dat is echt een goede naam voor jullie. De deze man. Ja, kwam je met die? Deze kwam... Ja, maar ik ga eerlijk met je zijn, bro. We hadden nog geen naam. En toen ging ik gewoon schieten, man. Ja. Hij stuurde er 10. En toen waren er 3 best wel sick. Ja. En moderne manieren. Zeg even een stomme die jij gezegd hebt. Nee, maar hij is echt nooit stomme. Nee. Kom je niet met fire shit? Nee, man. Nee, maar hij was ook degene die zei... dat volgende album heet dan De Lachende Derde. De Lachende? De Lachende Derde, ja. Ons derde album. Met De Machine? Die was jij daarmee gekomen? Ja. Ja, oké. Okay, maar ook tijdens een telefoongesprek. Ja, precies. De Machine is ook ik stond in de woonkamer nog. Ja man, De Machine is ook een sterke naam. Ja. Toen voelden we ons ook zo, bro. Ja. Fueled by cocaine. Kijk uit, we neuken je moeder. En mede mogelijk gemaakt, hoor. Ja. Ja, para. Ja, wel die lekker dat we van die high af zijn. Ja. Maar het was wel echt heel leuk. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. Inderdaad, relaxed dat we kinderen hebben en dat we het overleefd hebben. Wauw. Ja. Toch? Ja, welke features hebben jullie op het album? Fiesse komt een paar keer langs. Ja. Hebben Jeo kunnen strikken ook. Ja, gelukkig. Ja. Bas is ook gewoon... Toevallig was hij een keer in de studio. Ja. Er heeft wel iemand gitaar ingespeeld nog. Ja. Marcel Singhoort. Ja, Marcel Singhoort. En gewoon ook dingen is gewoon weer, hè. Onze boy uit Almere. Ilko. Shout-out sowieso. Hij is zeg maar een hele gekke technische gitarist. Echt crazy. En dan ga je met hem optreden, bij een groot optreden, want alleen dan neem je zo iemand mee, toch? En dan zeg je tegen hem, oké, jij doet van hier tot hier dit stukje, dat is precies 2 minuten 20. En deze nigger is na 5 minuten 60 nog steeds gewoon. Ik schrijf erin, nigger, stop man. Hij is gewoon, het is wel hard, hè? Het is hard, hè? Ja. Maar een soort van, bro, je bent door die verse van Fiesse heen gegaan. Je had misschien wel moeten voelen dat het klaar is. Je bent chill, the fuck out. Ja, shout out Ilko, man. Ilko, heet die Ilko? Ja, maar hij is een soort van te goed om dan een soort van niet meer met hem te werken, je weet toch? Ja. Dus hij weet gewoon van, ja bro. He's passionate. Ja, hij he's kijkt niet naar je, want je wil zo doen. Zo van, je weet toch. Ja. Nee man, dus op een gegeven moment hadden we besloten, dan zetten we hem gewoon op een ding neer. En dan, je weet toch, met wieltjes. En dan kunnen we het gewoon wegrijden. Gewoon. Hij speelt nog steeds. Speel maar, nigga. Legend has it, he's still playing to this day. Shout-out naar Ilko. Sowieso, man. Het is mooi dat jullie met echt met een klein groepje jullie shit maken, man. Ja, maar weet je wat het is? Er zijn al mensen drieën. Precies. Ja. Dus dan je moet al zoveel lullen tegen elkaar. Nee, maar je hebt al, zeg maar, er zijn al zoveel stemmen, zeg maar. Dus het is ook gewoon niet nodig. En iedereen heeft ook een beetje zijn eigen ding. Heel af en toe dan is er nog wel plek voor iets anders, maar meestal eigenlijk niet. En ook heel vaak, als we dan iets maken met iemand anders, dan wordt het of iets wat niet helemaal klopt voor diegene, of iets wat niet helemaal klopt voor ons. Ja, special like that. Oké, 18 augustus. Mensen, als ze iets met ons dan willen doen, hebben dan ook vaak een voorbedacht idee van, oké, dan ga ik met de jeugd de studio. Wat dan super slecht is. Zo'n soort pokoe. Maar dat komt er dan gewoon echt vaak niet uit. Ik weet niet wat het is. Ja. Nou ja, het is juist ook goed, toch? Zodra je in voorbedachte dingen gaat denken, dan verdwijnt. Ja, maar het verdwijnt. Is niet eens voorbedacht, maar het is ook gewoon met Sjaak. Het is gewoon op nieuwe shit zijn, gewoon, toch? Het is gewoon op nieuwe shit zijn. Ja, Sjaak, een van de hardste. Mm-hmm. Zeker, shout-out naar Sjaak, man. Shakes, hij moet komen een keer, man. Is hij nog niet geweest? Shakes, kom, man. Maar dan klopt het toch niet wat eruit komt, of zo. Nee, maar ja, dat was ook, waren we niet ook gewoon helemaal gek in die studiosessie? Ja, maar dan nog. Dat zou toch een goede voedingsbodem moeten zijn voor een pokkel. Ja, maar te gek. Nee. Kom even, vertel me eventjes één gekke Dennis Rodman verhaal van Fiesse.
Heb je vijf jaar? Ja. dat jullie hem ergens moesten halen, zeg maar. Dat jullie hem al die Dennis Rodman shit. Nee, luister. Ja, hey, oké, toen we... De eerste keer dat ik heb gezien. Gaan we daar straks over. Toen ik met Lucas en Fies naar Berlijn was gegaan... Ja. Toen, het was eigenlijk al meteen duidelijk... Zeg maar, we waren voor zijn verjaardag waren we er naartoe, maar het was de eerste dag was het al duidelijk van, oh, deze man, hij is gewoon veel... We moesten hem de eerste avond al om 10 uur in bed leggen. Ja, gewoon letterlijk van, oké, vet, jij gaat slapen. Ja. Waar gaan we? Dan hebben we nog wat aan die andere dag. Precies. En toen, volgens mij, de laatste avond dat we daar waren, hadden we op een gegeven moment een taxi ergens naartoe genomen en toen... Er waren ook wat andere mensen uit Amsterdam die we toevallig waren tegengekomen. Het was heel gezellig. En toen hoorde ik allemaal glas kapot gezien. Wacht. Want daarvoor waren er nog andere dingen gebeurd. Ja, eerst was het nog dat je me kwijt was. En toen zat ik met die zwerver te praten. Oh, je begint hier zelf over. Daar is nog beeld van trouwens, toch? Nee, zat je met een zwerver te praten? Nee, luister. We moesten even iets halen bij de supermarkt. En er was een bankje voor die supermarkt. Er zat een zwerver op dat bankje. Ja. Fred mocht niet mee naar binnen. Ik kom buiten. Fred is het eten van die zwerver op aan het eten. Yes, gewoon die zwerver had een soort tupperware. Dat is al white shit. Regen van iemand. En Fred zit gewoon te chappen. Maar je bent koud, man. Fiesse houdt van iedereen evenveel, bro. Fiesse houdt van iedereen evenveel. Leg uit. Zij waren naar binnen gegaan. Ja. Zij waren volgens mij alcohol halen. Ja, ik denk het. En ik was aan het praten met die zwerver. En het was gewoon echt zo'n grizzly guy. Zo'n groezelige guy met een baard. En hij had gewoon wel een tupperwarebak waar volgens mij nog de cellofaan omheen zat. Dus ja, tuurlijk. En het was gewoon een soort van curry met veel groenten en rijst. En ik dacht van, ik wil dit chappen. Dus ik heb het gechapt. Ik heb hem volgens mij ook nog wat geld gegeven. Oké, dat is waar. Een donnetje of zo. Het was geen boulanger. Zo is dit in mijn hoofd. Ja, nee, tuurlijk. Het zou ongeveer zijn. Ja. En toen waren ze uit. Waarschijnlijk heb je hem een badkie gegeven voor dat. En toen was ik aan het chappen. Ja. Je komt naar buiten en ziet hem aan het chappen. Ik zie gewoon letterlijk dat eten van die zwerver chappen. Maar goed, dan had die zwerver wel iets minder gechapt. En hij had wel een monnetje gekregen om drugs te halen. Dus hij is wel harder gegaan die nacht. Hij had waarschijnlijk eerst een bodempje gelegd met die kleine laatste. Snap je? Doorgegaan. Hij had ook te goed voor de zwerver. Ja, was het goede eten. Het was warm en... Het was nog warm alles? Ik weet het niet meer precies, maar het was gewoon echt een soort van stomende bak rijst met groenten en een soort... Maar goed, curry. We moeten wel... Fred was ook helemaal nuchter, hè? Ja. Ook was ik kwijt, toch? Ja, je mocht niet mee naar binnen, zeg maar. Nee, maar het was ook zo dat... Ik viel de hele tijd op een gegeven moment. Nee, maar hier ging ik naartoe. Dus oké, dus we zijn in Kreuzberg... En ik hoor allemaal glazen stuk gaan. Ik hoor een mannenstem schreeuwen. En toen dacht ik, dit heeft vast niks met ons te maken. Dus ik kom daar en ik zie Fred als, zeg maar... je weet nog in Street Fighter, als je iemand nog niet doodgemaakt hebt... maar hij staat wel stil zo met steentjes. Finish him, finish him. Dus ik dacht, oké, nou, dit is afgelopen. Ja, palmboom. Ja, dus ik zeg, oké, ik ga wel gewoon met hem terug naar het appartement. En ze gaan in de taxi, worden meteen uitgegooid... omdat hij kotsgeluiden gaat maken. Express. Ik denk het wel. Dus vervolgens zijn we een heel eind aan het lopen. En op een gegeven moment gaat hij gewoon liggen. Hij zei, ik kan echt niet meer. Ik kan niet meer. Volgens mij zei je niet eens. Het was meer gewoon een soort... Ja. Dit is het nu. Collapsing. Hier moet je het mee doen. Dus toen had ik zoiets van, oké, fuck. Ik ga nog één keer proberen om een taxi aan te houden. Te gewoon in die taxi kunnen. Ja. En... wonder boven wonder is er ineens een taxi. Ik zeg, vet, er is gewoon een taxi. En hij is gewoon een berg opgeklommen.
En hij hangt aan een hek, hangt hij daar zo. Zijn lach is plat. Ja, ik kan niet meer. Ik kan helemaal niks meer. Je wordt zo de berg. Yes. Zo. Ja. Ja, man. Dat was ook die vakantie dat ik met die vriend van ons, Lucas, shout-out. Ja, nog een shout-out, Lucas. Lucas was erbij bij al die gekke dingen. Ja, man, Lucas sowieso. Ik ken hem al sinds mijn derde jaar. Let's hear it. Ja, Lucas, damn it. Lucas, man. Maar ik was met Lucas. Was jij er ook bij? Toen waren we de, hoe heet die ene tent? Die soort snackbar-achtige club. Ja, die in dat Chinese restaurant. Ja, precies. Ja, de White Trash. Ja, ons appartement was daarboven. Vet. Ons appartement was daarnaast. En het was dicht, maar Lucas en ik waren gewoon via de achterdeur in een lege club gegaan. Waren we daar gewoon chillen. Toen kwam die guy gewoon zo van, what the fuck doen jullie in een club? Ga naar huis. Zijn we eruit gejaagd. We gaan gewoon ergens heen. Zonder te bedenken dat het, ja, shout-out aan Lucas. Ja. Ja, mooi man. Ik zeg, jullie zijn legendary op zoveel vlakken, boys. Dat is niet normaal, man. Dat is niet normaal, man. Hey, daar ga ik nog wel een Hennessy'tje op doen. Ja, gaan we nog een shotje doen? Ja, man, zeker wel. Shit, ik ben een paantje ook, man. Ja, ik sla hem over, man, bro. Ik heb ik nog nooit gehoord. Dit is op camera, hè? Feeling like a retard. We kunnen nu nog eruit knippen. Bro, ik ben vriendje op camera. Ik ben vriendje op straat naar mij, ga je zien hoe vriendje ik ben. Trek strep, ik schenk je. Nee, sorry. Maak het maar een grapje. Hoe valt hij? Denk ik het dus niet meer. Ja. Ja, man. Nee, we hebben gewoon aan de bier gewoon rustig 0.0. Een nulloutje gaat er nog wel in. Ja, gewoon voor de smaak. Ja, voor de gezelligheid. Ja. Anders ben je niet van, nee, ik drink water. Ja. Meestal voelen mensen zich dan fok op, toch? Ja. Dat ik dan diegene ben die niet drinkt en dan zegt ze, ja, ik moet ook minder drinken. Ja. Je hoeft helemaal niet het is van jouw gedrag in hun spiegelen, zeg maar. Dan Fred is echt... Eigenlijk denk ik ook te veel, ja. Fies is echt de minste alcohol-shaming person alive. Zeg maar, hij vindt het gewoon echt fijn als mensen tappen. Ja. Je ziet hem ook altijd vrij snel met alcohol in de hand. Zo van, willen jullie dit? Ja, ja. Hij schenkt voor mensen in. Ja, man. Ja? Die fucked up. Ik leef mijn leven nu via anderen. Ja. Ja. Nee. Het is wel, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het, zeg maar, via ze, dat het wel echt heel gek is om jou te spreken nu. Je bent zo helder, man. En niet dat je vroeger niet helder was, maar vroeger... begrijp je wat ik bedoel? Ja, zeker. Vroeger was ik helder en panja. Ja, ja. Zeg maar, van vroeger was je zeg maar een soort van panja. En zeg maar, in die panja zat dan zeg maar een soort van... Af en toe kwam er genius, er zat een geniusheid in. Ja, ja. Zeker. Hele grote gehalte, hele hoge gehalte, ja. Geniusheid. Einstein shit, bro. Zeg maar, gewoon een soort van, je ziet... Laat hem. Ja, zeker. Laat hem. Dit nigga special, bro. Ja, zeg maar. Je weet wat ik bedoel. Dit nigga special, bro. Zeg maar. Van Dennis Rodman, bro. Van. Heb je shit van hem? John Coltrane, eigenlijk. Wie is dat? Ja, een jazz saxofonist. Maar precies dit zijn Miles Davis over John Coltrane. Oké. Leg uit. Mannen praten jazz. Mannen praten jazz. Nee, dat John Coltrane bezig was met die saxofoon. En de rest van die band zoiets had van... What the fuck is die gast aan het doen? En dat Maas zei, nee, laat hem. He's looking for something. Hard. Ja, dat klinkt wel als Fies inderdaad. Ja. Want jullie, Fies hebben ook gewoon verses opgenomen, zeg maar. Waar die helemaal naar de tyfus was. En dat jullie dan gewoon de stukjes pakten en zo. Ja, zeker. Dat weet Bas. En dat is dan weer zeg maar, veel gedaan. Ja, Bas en dat is weer de geniusheid van als groep zijnde, bro. Ja, dat jij zeg maar gewoon je shit doet en dat mensen dan weer kunnen. Want dat is hoe gaat het in Amerika, hè, bro? Gewoon, dat is volgens mij dus hoe het in Amerika gaat. Ja, man, ik heb gehoord, Young Talk die doet Future die doet. Die laat eigenlijk alles gewoon door zijn. Zijn engineer doen, man. Ja, dus hij doen gewoon één lange toren. Hij gaat gewoon en zijn engineer knipt het gewoon sick, zeg maar. Maar ja, kijk, dat is even sowieso wel een goeie om te zeggen hier. Mensen die dat kunnen, dus als jij een engineer bent die gewoon smaak heeft en die dus een soort van iets in elkaar kan zetten, maar niet per se alleen een vocaal, maar ook misschien een nummer,
een jam, zeg maar, van een elektronische artiest. De refrein kan bepalen, de intro kan bepalen, de verse kan bepalen. Als je dat kan, bro, dat gaat heel veel geld waard. Dat is Bas toch dan in jullie? Bas is nog verder dan dat. Hou op, man, Bas is gek. Maar in jullie squad neemt hij die rol vooral, toch? We kunnen samen liedjes schrijven, maar we kunnen ook zomaar iets opnemen. Ja. Op een dag dat je 5 of 6 dingen opneemt. En dat hij daar dan gewoon de allerluiste tune ooit van gemaakt heeft. Hij was al in zijn studio en er komen 3 lijpe jongboys gewoon, waarvan hij dus blijkbaar wel ziet dat er iets in zit. Ja. Wij wisten het zelf nog niet eens. Ja. Nu weten we dat we de beste zijn. Ik wel om. Had hij wat gebeurd gemaakt? Zeker. Ja, sowieso. Had hij wat gebeurd gedaan? Bas. Ja. Bas heeft alles gedaan. Alles. Behalve dingen, man. Behalve Shanky. Alleen Shanky. Verder is alles. Shanky gaat ook kwijt. Ja. Maar we moeten even erover hebben, man. Ja. Kom op, konijntje. Doe maar. Wie ben je? Kom hier, man. Ja, big tune, man. Kom hier, man. Gewoon zomaar even een Spaantje in de studio. Thuis, man. Toen woonde ik bij Westerpark, Waterkersweg. Dat waren ook dagen. Dat waren ook dagen, bro. Ja. En dan was het dus weer zo'n dag dat ik zeg maar thuis kwam. En ik was met Arjuna, shout-out Arjuna ook. En ik had dus die bovenste. Als je binnenkwam had je zeg maar 2 slaapkamers. En eentje was de slaapkamer, andere was mijn studio. En Fiesa woonde beneden met zijn vrouwtje, zeg maar. En dus kwamen we binnen, toen gingen we gewoon pokoe maken. Toen kwamen we terug van de club, zeg maar. Maar het lukte niet echt. En op een gegeven moment, ja, we bleven gewoon doorgaan. Maar we waren natuurlijk ook drugs aan het gebruiken. En op een gegeven moment om 10 uur 's ochtends zei ik, konijntje, man. Konijnen hebben echt seks, toch? Je weet toch, konijnen. En toen zei hij, pen en papier, dus ik schrijf zo. En ik had niks, man. Ik had alleen een konijntje. En toen, er kwam niks. En toen zei ik, fuck it, ik ga het gewoon opnemen. En toen heb ik dat, zeg maar, gewoon gedaan. En ik had gewoon een nieuwe app, een nieuwe plugin, zeg maar, van Waves. Iedereen heeft die gecrackte Waves plugin, toch? Ja. En ik had die toen net, en had ik die pitch, zeg maar. Dus had ik naar Kostijn gestuurd van, check deze plugin, je weet toch? Ja. Ik ga gekke dingen doen met deze plugin. Ja, ja. En hij zei, ja, je hebt wel iets geks ermee gedaan, bro. We gaan het uitbrengen. En dat is eigenlijk gewoon zo gegaan, man. Gek. Van, ja, man. Gek. Was, you made a lot of money on that shit, toch? Ik kan het me niet herinneren. Oké, Rutte. Is die bij Westerpark gemaakt? Ja. Oh ja. Ja. Ik zie een lied. Domlompen Famous ook daar opgenomen. Dom. Ja, man. Ja. Hard. Ja, zeker, man. Hard. Ja, man. We did that. Dat is para, man. Dat is para als je erover nadenkt, man. Staan jullie wel eens stil bij wat jullie allemaal gedaan hebben? Ik doe dat nooit, Weet man. Je wat ik vet vind? Soms hoor je een track terug. En dan denk je, hè, zeg ik dit hier? Ja, wow. Dat heb ik nu dus de hele tijd. Ja. Dat heb ik, daarom maakt mij gek, bro. En dan, je denkt ook van, oeh, ja, hier ga ik dan... Heb ik dit gezegd? Ja, ja. Precies, maar dan, het landt precies goed. En de woorden kloppen ook, dat het net allemaal kan. Ik had jullie al gezegd, maar Othello is nu zo. Hij zegt, samen die telefoon. Hij zegt, meet me met mijn pik in de kut van je moeder. Shit is going down. Ik denk, S5, man, bedoel. En je weet waar je hem kan ontmoeten. Hey. Een tijdje geleden was ik nog bang dat hij niet zou kunnen praten. Dat ik dacht, hij is retard of zo, je weet wel. Nu is hij gewoon met ketamine. Dan denk ik, gek. Ja. Denk ik, hier spreekt hij die kabel goed uit. Koude weer. Ja, man. Hij kan het wel, maar hij doet het niet. Hij doet het gewoon niet, man. Ja, man. Wat zijn jullie angsten? Hebben jullie nog angsten? Ik heb... Alles en niks. Ja, dat. Precies dat. Zeg maar, of het wordt zeg maar zo groot, of het is gewoon het niet. Ja, of het maakt niet uit. Ja. En we zien wel of gewoon, nee. Alles. Ja, thuis onder de tafel gaan zitten met een zonnebril op. Bij mij is gewoon, ik denk gewoon van, je weet toch... Wanneer er iets ontploft zo achter je en je vliegt zo, zo chaos, zeg maar. Dat is live gewoon. Dus het is sowieso fok op. Je weet toch? Je weet niet waar je terecht gaat komen, bro. Je bent aan het vliegen. Kijk gewoon om je heen, man. Je weet toch? Want iets gaat sowieso fok op gaan. Ja. Snap je?
Dus, dat is precies hoe het leven ontstaan is. Gewoon een ontploffing in de en rest. Nu vliegen we al. Ja, man. Yeah, we still angry flying. Birds. Angry Birds. Ja, man. Dus dat gaat sowieso fok op zijn, man. Ja, dingen gaan sowieso fok op gaan, man. Ja, ja. Sommige vragen stel ik ook omdat ik gewoon shit wil leren voor mezelf ook gewoon. Hè. Soort van, weet je toch wat ik bedoel? Ja. Dan zou ik gewoon bellen. Ja, helemaal niet. Deze poppenkast, ja, daar hebben we ook helemaal geen album uitgebracht. Dus we zijn gewoon hier voor jou, man. We zijn hier voor jou, man. Dan vraag je dezelfde vraag aan ons alle drie en dan krijg ik en dan hoor je drie verschillende antwoorden. Ja, maar dat vind ik goed. Okay, en dan kan ik dan uit alles een klein beetje halen van wat ik denk van dit werkt voor mij. Maar zit je in de knoop met jezelf? PC. Wel, soms. PC. Ja. Hoe lang al? Heel mijn leven, man, denk ik. Oké. Okay. Sommige dingen snap ik gewoon niet, man. Ja, dat snap ik. Het is toch logisch, man? Dat snap ik gewoon niet. Maar daar zijn we toch al geweest. Wat de fuck moet je doen om een goede mens te zijn, bro? Je moet volgens het niet willen. Volgens mij doe jij het al, toch? Die vraag is al genoeg. Precies. Doe je iets, of doe je wel eens dingen waarvan je denkt, no, man, dat kon echt niet. Ik geloof in balans. Dus zeg maar, een soort van... Je kan, ook als je te veel water drinkt, ga je dood, zeg maar, weet ik veel. Of als je te veel gezonde shit... Ik probeer dingen gewoon nu bewust te doen. Ik heb heel lang gezegd van, deed ik alles heel onbewust. Gewoon niet nadenken bij niks, weet je wel. En dat werkt echt wel heel goed voor alles. Voor gewoon shit reguleren en jezelf in de gaten houden. Ja. En dat, ja... Ik weet niet, man, het is gewoon... Ja, live gewoon, man. Ja. Ik weet niet, man. Weet je waarom ik het zeg? Je moet geen mensen vastbinden en met een gasbrand bedreigen en dan een kluis van zo. Nee. Oké. Dat weet je. Dat kan alleen in poppen. Dat is stap 1. Ja, precies. Ja. En als je bezig bent met dit in je hoofd, dan weet je toch dat je de juiste beslissingen gaat nemen. En dan juist is dan wat voor jou juist is, toch? Want dat is ook weer een ding. Je moet ook wel durven... Wat je nu zegt, ben ik helemaal met je eens. Dit is voor mij goed en misschien is het voor jou kut. Maar dat is voor mij goed. Maar kijk, oké, dat ik ermee bezig ben in mijn hoofd, dat is één, dat is inderdaad goed voor mij, zeg maar. Ja. Zeker. Maar wat als de rest van de fucking wereld, zeg maar, bezig is met slecht doen? Nee, maar kijk, je moet ook beseffen dat wat goed is voor jou, helemaal niet per se op dezelfde manier goed is voor andere mensen. Ja. Dus, zeg maar, iemand kan heel actief bezig zijn met dingen die helemaal niet stroken met hoe jij een goed mens zou willen of kunnen zijn. Maar dat betekent niet direct dat diegene dan een slecht persoon is. Hmm. Dat is denk ik ook het grootste probleem van mensen die met elkaar botsen. Iedereen wil van iemand anders dat ze precies hetzelfde dingen goed of en denken, slecht vinden. Ja. Ja. Terwijl en dat is, heeft ik denk ook dat dat ook het probleem is, bro. Dat je gewoon echt twee concepten hebt van goed en slecht. Terwijl dat is nou precies wat je niet... Dat is nou precies er is geen goed of slecht. Nee. Helemaal in elkaar... Jij dochter zegt altijd... Met, er is geen goed autisme, of slecht. It's a spectrum. Het zit van goed en slecht, bro. Dat is een soort van... er zijn gewoon gebeurtenissen. En één ding is voor vijf verschillende mensen iets anders, snap je? Ja. Dus, je moet gewoon... Ik vind het allemaal heel vaag worden. Het is heel vaag. Ja, maar je moet gewoon jezelf zijn en niet naar andere mensen kijken. Nee, maar je hebt dan wel een goed punt, want dat is denk ik ook belangrijk. Als je met elkaar kan praten en kan zeggen dat je het niet eens bent met elkaar, is al iets heel anders dan als je allebei thuis zegt, dus uit allebei thuis zit en zegt, ik ben het niet eens met diegene. Fuck hem, man. Ja. Goddamn, man. Ja, dat is heel smart en shit. Die jeugd back to save the world. Bro, dan moet je me nuchter zien. Nuchter is zeker nog 40% hersencapaciteit erbij. Ja? Ja. Detective Smokey. Ik had net zoiets van, hoe spreek je ja ook alweer? Ben hem even kwijt. God, yeah. Oké, 18 augustus. Ja, man, moderne manieren. Hebben jullie nog een release party? Of jullie dat niet meer? Ja, in de Ahoy. Ahoy. 28 oktober. 28 oktober. Doen jullie Ahoy? Dan doen we Ahoy. In Rotterdam. Ik ben daar, man. Je moet komen, man. Als jullie mij niet goed zetten, boys, is het niet eerlijk. Man. We zetten je niemand goed kan goed. Naar de waggie lopen. We zetten je goed goed. Niemand kan naar de waggie lopen. Jij pak ik als we eerste. We zetten je goed goed. It's be the same color. We zetten je goed goed. Of je wordt opgehaald in een roze limousine vol lieve kinderen. Ja, ik ben down. Dit is niet oké. Dit is black on black crime. Zagen jullie het? Zogenaamd is... Het is niet oké. Hef is Uncle Ruckus geworden. Kijk uit. Uncle Tom. Nee, klootzak. 28 oktober.
Je moet komen, man. Het wordt master. Ja, man, we're gonna show out. Ja, hou op, man. Even laten zien waarom we de beste zijn, man. Ja. Ik weet, ja. Zal ik het zeggen? Zal ik het zeggen? Ik ga ook doen, man. Ik ga ook eerste keer ooit doen, boys. Echt? Woe! Ja, man. Maar hard, wow! Wauw, Erofa, man. Ja. Wauw. Erofa, stand up, man. Ik weet nog niet of ik het erin ga laten, maar... Ik ben sowieso daar. Ik ga sowieso iets verpesten voor je daar. Hou op, man. Ik ben Wibba, man. Ik sta gewoon daar bij die, bij die beveiliging achter. Ze laten me gewoon doorlopen. Wibba heeft er hart van gekregen, ja, man. Man, ja. We moeten die show... Skappen. Ze kan staan bij shit. Ja. Weet je nog hoe je binnenkwam met die poker die we samen gedaan hebben, hoor? Je was geeking the fuck out. Nee, bro. Was het, je gaat het toch niet hebben over die... Ik ben mijn eigen goon nee, of zo. Nee. Oh, oké. Okay. Ik had over die poker gaan. Nee, van die wou ik niet eens opbrengen. Hij heeft één pokoe. Ik zei tegen hem, you my guy. Ik hou van jou. Maar dit kan niet. Dezelfde pokoe. Die pokoe waar ik op sta, zeg maar. Ik weet, jij bent Wilba. You trying to shock the world and shit, zeg maar. But you're shocking me right now, zeg maar. Ik ben mijn eigen goon. Ik ben mijn eigen held. Ik ben mijn eigen goon. Ik heb mijn eigen geld. Ik pijp mijn eigen pik. Ik ben mijn eigen superheld. Ja, zoiets was het. Dat was het, man. Ja, maar... Toen had hij zo, nee, dat gaat te ver. Nee, dat is met homo's. Nee. Nee. Nee, dit kan niet. Dit nee, kan niet. Dat twee jaar later, nee. Drie jaar later zie ik deze niks zo grappen maken. Homo grappen. Nee. Bro, ik was te soon voor jullie, man. Nee, dit kan echt niet meer, maar dit gaat echt te ver. Denken ze dat ik gewoon. Ja, wauw, man. Nee. Luister, voor mij, als ik soort van een verse schrijf. Je eigen spreekwoordelijke pik. Ja, als het. En al is het echt een pik, bro. Maar het is mijn verse, man. Biggie zegt ook, hè. You look so good, I suck on your daddy's dick. Ja, het is gewoon een uitspraak, bro. Ja, maar dat is gewoon fully gay. dat is fully gay, zeg maar. Dit is nog een awesome, andere man. Dit is nog awesome self-love, je weet toch? Ja, self-love. Self-love. Is ook echt een woord nu, hè. Ja, ja, self, ja. You got self-love. Ja, wij zeiden gewoon pacha voor de goed. Ja, self-love. Oh, nee, ik heb anxiety. Ik moet echt even een pacha slaan, want dit kan je... Hey, wat checken jullie? Jullie checken series? Of checken jullie? YouTube? Hey, de laatste wat mij echt geraakt heeft, is Finland Saga, man. Op Netflix, wow, man. Finland Saga. Die heeft mij getouched in mijn soul. Luister, ik was vanaf het begin van een paar jaar met die man. Ja, nee. Wat dan? Leg uit. Wat is het? Ik ga plassen. Leg die shit uit, man. Het is een anime over vikings. Mm-hmm. Maar je hebt een soort young boy die heel goed is in vechten. En hij vecht voor... Een groep met vikings, maar je ziet dat er iets niet helemaal klopt. En dan blijkt later dat de leider van die vikings heeft zijn vader vermoord of zo. En op de een of andere manier werkt het zo dat hij hem onder zijn hoede heeft genomen om hem in de gaten te houden. En hij plot gewoon de hele tijd nog op revenge, maar hij is een soort super jonge guy. Mm-hmm. Ik weet niet, het fokte mij op vaderniveau gewoon helemaal op. Rond. Gewoon getekende vikings. Ja. Maar ik ben sowieso alles met kinderen en vader-zoon relaties word ik altijd meteen helemaal fire. Ja, man. Ik hoor je. Ik kan ook niet meer films kijken over kids en shit. Kind wordt vermist en dat kan ik niet meer kijken, man. Nee, man. Dat is toch kind wordt ontvoerd. Ik kan niet kijken, bro. Nee. Ik kan niet kijken, bro. Ik begin te gooien met televisie daarin, bro. Soms lees ik die tori. Hoe ik die tori al lees, begin ik al, zeg maar, mijn hart begint... Raar te kloppen. Ik had die Spider-Man tekenfilm, niet die nieuwe, maar die vorige, heb je gezien? Die Miles. Miles Morales met dan, zeg maar, zijn oom is soort van de bad guy. Ja. Maar zijn vader geeft hem niet genoeg aandacht. Ja. En die oom probeert hem te helpen en dan, spoiler, hij gaat dood. Ja, ik heb die in het vliegtuig gekeken, ik ging zo... Fire? Ja, man. Ja. Gewoon die zoon die het maar teleurgesteld werd door alles... En toen heb ik daarna de Queen film gekeken. Ja. De film over Queen, die groep. Nee, en een guy die eruit ziet als een geschoren rat. Ja, precies. Shout-out naar hem. Uit Mr. Robot ook. Maar echt. En daar was ook een ding met dat hij eigenlijk alleen maar gewoon zijn vader... hij wilde niet eens zijn vader trots maken, maar zijn vader had gewoon de hele tijd zoiets van... Je ziet eruit als een geschoren rat, ik ben niet geïnteresseerd. Ja, en toen was ik ook helemaal... Terwijl ik haat Queen. Ja. Ik vind die muziek echt verschrikkelijk. Weet je nou, twee keer gehuild in het vliegtuig toen. Gek. Ja. Hoe kijken jullie nu naar tekenfilms dan? Ik kijk tekenfilms met mijn dochter nu en dan zie ik allemaal shit die wat, eigenlijk... Wat vindt ze sick? Luca.
Hebben jullie dat gezien? Die film. Ja. Nee, het is een tekenfilm is dat, hè? Ja. Wat voor tekenfilm is dat? Maar een zeemonster. Ja, precies. Zeg maar, zodra hij uit water komt, wordt hij een mens. Wordt hij een jongetje. Ja. Het is eigenlijk bijna mermaid, zeg maar, bijna zeemermin. Oh ja, oké. Okay. Maar dan een guy, zeg maar, en dan een zeemonster. Dus elke keer als hij uit het water komt, is hij dan gewoon een mens. Oké. Okay. Zodra hij weer water aanraakt, wordt hij weer een zeemonster. Okay. Maar nog nooit, super. Heb je die andere gezien van die muziek live? Heet die live? Nee, hoe heet die? Met die jazz guy die in het gat valt. Ja. Soul? Heet die Soul? Soul. Ja. Soul. Heb je die gezien? Ja, was ik ook heavily emotional. Ja, toen was ik wel overdag alcohol aan het drinken. Sick. Dat is ook een goede tip voor mensen die niet kunnen huilen. Ja. Ja, tekenfilms kijken die een beetje... Hebben jullie andere tekenfilms die je checkt met je dochter? Met je kinderen? Wauw, man. Nee, ik probeer ze wel altijd op shit te gooien, man. Studio Ghibli? Ja, Studio Ghibli. Studio Ghibli? Laatst heb ik die ene gekeken met die... Dat is zo'n Japanse studio. Die animes, die tekenfilms maken. Spirited zeg maar. Away, My Neighbor Totoro. Laatst heb ik die ene gekeken dat die vader met die twee dochters verhuist ergens naartoe. Totoro. Ja, die heb ik gekeken, man. Studio Ghibli? Ja, G-H-I-B-L-I. B-L-I, gewoon een I. Okay, ik ga het voor je opschrijven. Je krijgt het thuis gestuurd, het komt helemaal goed. Okay. Ja, en zelfs die van die Othello, die lijpen van 5. Hij had in het begin nog zoiets van... dat hij het lang vond duren, want het gaat best wel langzaam, toch? Dus dat is ook met de hand getekend en shit. En, maar op een gegeven moment begon de muziek, toen zat Othello ook erin, man. Was ook een soort van... Ja, is ook Poco in je. Ja, precies. Ja, want die begintune is al heel gek, zeg maar. Ja. En ik dacht, ik ga hem gewoon laten. Maar ik weet niet of Japanners gekke toonladders gebruiken of zo. Maar het is het van, die melodie is altijd echt verrassend, toch? Ja, maar... gaan ze nu op daar? Oh, wow, en okay. De structuur is ook anders. Ja, man, heel gek. Ik snap het niet. Ik vind het wel heel sick. Ja. En hij was daar al, was hij al soort van, oh, oké, wat is dit? Ik heb dit nog nooit gehoord, man. Er zit altijd een soort 80s, 90s feeling in hun melodie. Ja, ik zo weet het. Episch, zo groot. Ja, maar dat is het altijd. Het voelt altijd nostalgisch. Ja, alsof je het al kent, zeg maar, toch? Dat is nostalgie, toch? Ja. Dat is die shit die ik heb met die soort gamers, man. Ja. Voelt allemaal zo, zeg maar, uit die Scarface-tijd, uit die Miami. Ja, man. Toch? Ja, man. Ja, ik snap wat je bedoelt. Top 5 films, boys. Oef. Terminator 2, man. Ja, sowieso. Ja, jullie vinden die echt hard, hè? Ja, man. Terminator 2? Terminator 2, Judgment Day. Ik vind het is echt een harde film. Zeker met Arnold. Het is sowieso echt een gekke film. Vloeibaar. Huh? Die andere, de robot wordt vloeibaar. Die kan vloeibaar worden. Dus voor het eerst met die CGI, die computer graphics. Welke jaar is Terminator 2? 92 of 93? Begin 90. Ik moet even weer erin, man. Robocop. Echt hard. Robocop moet ik ook eventjes weer checken. Je moet Robocop het Bas kijken. Ja, wat dan? Hij gaat het eten doorheen. Ja, hij legt alles uit, hij weet alles. Dat niet alleen, hij stopt die film. Ja. Jullie begrijpen het niet, hè? Ja. Jullie begrijpen het niet. Jullie zitten gewoon die film te kijken, maar jullie begrijpen het niet. Jullie zien niet wat er allemaal gebeurt. Wat gebeurt? Wat ziet hij allemaal? Ja, er zit gewoon... De wapenindustrie en hoe dat dan de mensen voorgeschoteld wordt en het harde is. Meta-lagen aan maatschappij, kritiek en weet ik wat allemaal. Hij heeft ook wel altijd gelijk. Ja. Maar vaak theoretisch gelijk. Precies, dus ja. Om theorie te heel doen, abstract om... gelijk, zeg je maar. Je moet je gelijk wel ook kunnen landen, anders telt het niet. Oké, okay, Terminator 2. Mini, maak even een lijstje voor mij alsjeblieft, bro. Ik moet deze shit checken, man, alsjeblieft. Wat, ik weet niet. Ik vind het lastig, man. Er is zoveel shit. Films. Ik vind Eternal Sunshine of the Spotless Mind ook een hele sikke kino. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ja. God damn, je zegt me niks, man. Sikke soundtrack ook. Is dat oud ook? Is een film met, wel 15 jaar geleden of zo, denk ik. Film met Jim Carrey, waarin hij niet, zeg maar, Fatu Jim Carrey speelt. Akira vind ik een hele sikke film. Zeker. Ja, je moet per genre dan of zo gaan, man. Hey, noem gewoon een paar dingen. Ja. Shotgun het Ik zat laatst opeens, kwam in mijn hoofd die Cidade de Deus. Die Cidade de Deus, die Braziliaanse film, zeg maar. City of God. Ja. Oeh, ja. In die kijk ik ook soort van die film met...
Shotta, zeg maar, die was ook gek, ja. Toch? Die was het, ja. Belly. Belly was ook gek, inderdaad. Ja, ja, ja. Hoop, man. Ja, man. Belly was zo, ziek. Ja, sowieso. Scarface natuurlijk, dat van all time voor mij, die vind ik... Die is gewoon... Hebben jullie grote van Con Air? Ik had nooit... Nee, man. Lone Survivor? Con Air is met Nicolas Cage. Ja, ja. In het, met Andrew Cyrus Malkovich. Kennen jullie Lone Survivor? Maar ik ken niet veel films eigenlijk. Ik ben niet echt een film. Lone Survivor, van die soldaten. Dat ze bij het begin van die film komen, gaan ze naar een soort punt waar de helikopter komt. Maar hoe die helikopter komt, worden ze beschoten. De helikopter moet loesoe. En hun zijn in gevecht met Taliban. En ze gaan met z'n zes of zeven volgens mij of zo. Maar ze gaan één voor één dood. Bro, als je wil huilen... Amerika tegen Taliban. Ja. Oh, mag je niet kijken van Bas ook nog. Nee? Nee, het is een CIA-propaganda. Ja. Ah. Ja, letterlijk. Ja. Bas zegt, als je soort van wil weten wat de allernieuwste wapens zijn die mensen verkopen, dan moet je gewoon naar die Marvel shit kijken. En dan weet je wat soort van... wat ze willen pushen. Ja, ze laten die films... De coole nieuwe wapens. Deze wapens hebben we, kijk hier. Dat is de promo. Ja. Ja, bro, Bas is gek, man. Ik zag laatst een filmpje zeg maar, van... En als je hem gaat lastigvallen erover, gaat hij je boek geven om te lezen. Gaat hij dingen sturen, je weet toch? Ja. Ik zag laatst een filmpje... Als je een beetje in een knoop zit met jezelf, nooit Bas bellen. Nee. Ego, fuck you up. Op een gegeven moment heb je gewoon die hele trui in je handen. Ja. Heb je gewoon Rasta. Beste producer van de wereld. Er is een L.A., er is dus een vliegtuigmaatschappij die niemand kan zeg maar, zeggen van wie die is. Maar die vliegtuigmaatschappij, of die vliegtuigen, of ze gaan 4 of 5 vliegtuigen per dag. Die gaan elke dag gaan die zeg maar, soort van naar Area 51. Dus er gebeuren rare dingen op deze wereld, guys. Ja, maar natuurlijk gebeuren rare dingen. Maar dan moeten ook eieren toch elke dag daarheen. Hoe vaak? Ja. Nee. Bijvoorbeeld. Ja. Maar dan gaan mensen. Soms vergeet je honing. Ze zien gewoon mensen instappen. Ja, je moet ook naar je werk toe en terugkomen, toch? Je moet ook naar je werk. Je moet daar ook, misschien woon je niet daar, maar werk je alleen daar, man. Oké, één wel echt een cliché film, maar Goodfellas is ook nog wel echt de beste film ooit, man. Tuurlijk. Godverdomme. Shout out naar Joe Pesci. Oh, weet je wat ik ook sick vond? District 9, man. Ja, is dat van, leg, help even. Dat is van, speelde zich in Zuid-Afrika, zeg maar. Ja. Er waren dus op een gegeven moment aliens ergens geland of neergestort. Toen heeft de regering die aliens op één bepaalde plek gehouden, zeg maar. En dat heette District 9. Maar het is gebaseerd op District 6 of zo. Want dat is een soort van waar ze niggers hielden gewoon. Dus het van de, ja. Dus, en dan, en dat is gewoon een verhaal van, wat er dan gebeurt, man. Het is gek, man. Je moet, ja. Die film moet je echt kijken. Oh ja, en de Pusher trilogie, man. Dat is ook gek. De Pusher, Scandinavische films, man. Zit van over de Scandinavische onderwereld. Fucked up shit, grauwe shit, heel sick. Pusher? De Pusher, ja. Trilogie, zijn 3 films. Ja. Okay. Ja, man. Jij nog films? Slavische gangsters. Nederlandse films, misschien. Bulletjes Blues. Ja, dat was dope, man. Realistische screenplay. Wat wil je van me brengen? Ik voelde me echt gegrepen door die film. Shit don't change my life. Shit don't change my life. Never the same. Nee. Never the same. Nee. Je zou wel goede bolletjes spelen. Never ending story. Jij zou echt goede bolletjes spelen. Bolletje. Maar wil jij wel films gedaan? Ja, man. Wat kan je zeggen over die shit? Het is moeilijk, hè? Dat ik niet een goede acteur ben. Te lang, man. Dat is moeilijk. Ja, en het daar is... in Nederland is er nooit budget. Ja. En dan zeggen ze, ja, kom om 2 uur, dan kom je om 3 uur. En dan ergens om 7 uur zeggen ze, nou gaat het echt beginnen. Ja, ja. En dan ben je helemaal klaar mee. Ben je helemaal moe. Weet je wat? Doe het zo snel mogelijk en dan heb je er geen zin meer in. Ja. En dan ben je gewoon... niet zo goed. Dat is mijn ervaring. Ja. Die van jou? Het is... Ik ben heel lang enthousiast blijven. Ik vind het... ik heb een eigenschap dat ik mensen gewoon wel leuk vind. Dat ik ook goed met ze kan praten. En ik ben dus wel altijd dan bezig gewoon met...
Met iedereen probeer ik gewoon contact te maken, zeg maar. Gewoon vatjes te breken en gewoon, want anders word ik helemaal gek. Wat vond je de leukste film dan? Ja, ik vond die ene film die, waar ik met Campy in heb gezeten, die was stilistisch wel echt. Zat dit, wat dat was? Blackout, toch? Blackout. Ah, ja. Blackout. Maar, en daar, die film, die vond ik niet zelf per se hard of zo, maar die, het was wel leuk om te doen. Ik heb echt veel ervan geleerd. Het was The Masters. Hmm. Dat was met... Atje? Nee. Nee, met Ruben van der Meer, volgens mij. Zou dat Ruben van der Meer? Was, of niet? Wacht even. Ja, nee. Ja. Mimoen. Ja, Ruben en andere tata. Donnie op de beat. Ja. Zijn naam heeft vergeten bij mij. Hij is een hele gekke acteur en ik heb het meeste van hem geleerd. En ik was zijn naam vergeten. Weet je wel. Nikke shit. Maar nee, dus het is wel sick. Maar het is wel gewoon heel confronterend dat je gewoon denkt van... Oké, ik ben dus het van precies zo in één ruimte. En ik weet van iedereen het minst. Je weet toch? Dus zelfs, zeg maar, als je gewoon iemand die kabels, zeg maar, oprolt of zo... Zelfs die nigger weet op dat moment, hij staat hoger dan je, weet toch? Ja. Dat is wel humble pie-achtig, snap je? Ja, je wordt even relaxed. Als gaat zitten. Maar ik denk wel dat het zou werken als jij een film zou maken. Ik wil graag gaan doen, man. Ik denk dat heel maar goed je, zou je, werken. Maar je hebt toch ook wel acteren dingen gedaan, hoor? Ik vind het wel echt moeilijk, man. Ik heb wel echt heel veel respect voor acteurs, man. Je moet wel een klein beetje gek meer zijn, dan nee. Moeders? Hef niet vrouwen zo, man. Die kinderen op. Hef niet zo, man. Wauw, man. Hef acteurs. Acteurs. Nee, ik heb gewoon heel veel respect voor acteurs. Jij ze zet me niet zo. Instagram. Instagram generatie, man. Acteurs. Nee, maar gewoon in de zin van voor wat je allemaal moet doen, bro. Je moet echt een ander. Weet je hoe moeilijk het is, zeg maar, van hoe moeilijk is het voor jou om iemand anders te zijn, bro? Ja, maar kijk, maar het is wel, kijk, je hebt een aantal acteurs. Zeker. Ja, maar je hebt een aantal acteurs die dat doen, zeg maar. Die gewoon echt soort van in een rol gaan en iemand worden. Maar de meeste acteurs zijn gewoon dat je zegt van ja, het is gewoon die film van Hef. Maar deze keer is hij basketballer. Je weet toch? Ja. Nu komt weer die film van Hef. Ja, precies. Nu komt weer die film van Hef. Maar deze keer is hij baas van een maffia. Ja, maar dan nog steeds moet hij wel zo'n script uit zijn hoofd leren. En, dat zo, en ja, alle, dat, al ja, ja, zeker. Kennen, dat is ik ga ook... niet doen alsof het makkelijk is, bro. Ik heb het gezien. Zelfs het is moeilijk. Ik heb een goede boys. Top 5 comedians. Die vinden jullie echt fattig. Ik vind het echt grappig. Cat vind... Williams, man. Ja. Ja, hij is wel, hij heeft die soort eerlijke... Die eerlijke ja. Hij zegt dingen die niemand wil horen de hele tijd. Laatst zei hij... So if nobody shot Tupac, then the same nobody shot Biggie. And if nobody shot Biggie... Hij komt met gekke toren. Nee, man. Ja, maar voor mij is wel Chris Rock, Dave Chappelle. Ja, gewoon Richard Pryor, oude niggas. En is het Pryor komt met, ja? Ja, maar ja. Hij is die guy voor, hoe heet die gek? Voor alles. Voor, Adam alles. Ja, man. Voor alles. Ja. Voor mij tenminste, voor mij. Hij scoorde die blind... Hij jou bij mij thuis liggen. Harlem Nights. Hij scoorde die blinde guy toch in een film ook? Ja, zeker. Harlem Nights, moet je ook checken, bro. Harlem Nights. Van wat is dat? Is met Richard Pryor en Eddie Murphy, man. Hard. Daar hoe je die gekke Raw van Eddie Murphy? Ja, Raw and Delirious. In die film Harlem Nights zie je hoe volgens mij Eddie Murphy soort van een bitch in haar teen schiet, zeg maar. Je weet toch hoe Tory Lanez, zeg maar, op Megan Thee Stallion is gekomen. Ja, man. Hij zegt, ik ga je in je teen schieten. Allegedly. Ja, tuurlijk. Goonie Goo. Hij is anti, hij zal nooit zoiets doen, man. Ja. Vond jullie met Kevin Hart? Ja, zeker. Man. Niet erg, man. Ik vind hem echt hilarisch en echt grappig, zijn shows. Maar zodra ik het heb afgezet, weet ik niet meer wat hij heeft gezegd. Maar op het moment ga ik wel echt stuk. Hij heeft die ene show dat hij het veel over zijn pa heeft. Die zat echt super goed in elkaar. Over zijn kind, die vind ik ook maar. Zijn vader was toch ook aan crack verslaafd. Die heeft toen op een gegeven moment een dagboek gejat van de politie voor hun. Ja? Ja, en dan komt hij thuis slim. En dan zegt hij, ik heb een hond voor jullie. Dat is zo slim. Wauw, man. Jongens, luister, het kan wel nog goed. Ja, maar dat is zo slim. Ja. Tuurlijk gaat jouw zoon gaat de hele wereld finesse gewoon in comedy. Gewoon. Je weet toch? Hij is wel gewoon de grootste, man. Bro. Gewoon, ja. Je kan niet echt haat op hem. Ook al doet Cat Williams het wel. Ja, je hebt ook een tata die heel grappig is. Nick Swartzen. Hij maakt heel veel comedy over heel veel alcohol drinken. Mm. Ik weet niet Louis of ik hem CK, top 5 man. Zou noemen. Maar het is wel iets om gewoon te checken. Louis C.K. Hij is ook wel oké. En ik ga ook heel lekker op Bill Burr, man.
Ja, Bill maar... Burr is zo'n kale tata die altijd boos is. Mm. Ja, maar ik vind, ik vind hem gewoon een... Ik heb het idee dat hij echt een goed persoon is. Ja, ja, daarom zeker. Daarom vind ik het zeg maar, okay, ook leuk als hij aan het schreeuwen is. Ja, denk precies. Oké, ik luister wel. Ja, inderdaad. Hij zegt soms dingen dat je denkt, oh wauw. Het is, gaat wel ver. Gek in Nederland? In Nederland? Wibba. Wibbelientje. Heb je zijn show gezien? Comedian. Ja man, ik heb show gedaan. Ja man. Ja, man. Atje is wel geweest. Zie je? Er is altijd wel eentje beter dan jullie, zeg maar. Met je praatjes over, ja broer dit, broer dat. Broer dit. Alleenstaand, broer nee man, enig kind. Nee man. Nee, nee, you lying. Wat ga je weer doen? We gaan in, volgens mij in februari of maart in de reprise, zoals het heet. Wie heb je geschreven? Ik heb het geschreven samen met Jeffrey Spalburg. Hard. Ja, hij heeft het... Shout-out? Ja, nee. Een grote shout-out, man. Okay, shout-out. Hij heeft ook een boek uit, man. Check zo'n boek, man. Ik ben jullie meester, man. Die man is pro-black shit. Jaren aan het grinden, bro. Ik was al jaren. Hij was een young nigga toen ik deze nigga Al jaren. Maar hij ziet er nog wel gewoon jong en fris uit. Hij had precies het ding wat ik nodig had. Een soort van die echt theater... Ik weet niet wat een theaterding is. Ik weet niet hoe dat werkt. Dus hij moest gewoon die kaders voor mij leggen, zeg maar. Zodat ik daarin gewoon mijn ding kon doen. Ja, man. Ging goed? Bro, ik ga de beste worden, man, bro. Je bent nog niet geweest? Je bent al gedaan? Ja, man, ja, man. Ik heb 42 shows, man. Heb je gespeeld al? Ja, man, bro. Bro, wij doen dit, man. Hou op, man, bro. Ja, ik ben nu gewoon even skaffa, bro. Maar eigenlijk ben ik gek. Deze comedy show... Gun me even skaffa, bro. Luister, deze comedy show had merch met Brix, bro. Ja? Ja, man, bro. Ja, het is gewoon als we... Ja, man, ja, man. Ik ga je die merch sturen. Comedy show, man. Ja, dat is omdat jij te emotioneel bent om te lachen over moeders die aan de drugs zijn, bro. wat voor grappen maak je daar dan? Wat is je beste grap? Nee, hij maakt sowieso geen grappen. Let me stop you right there. Ja, nee, het zijn geen grappen, man. Ja, ik weet niet, man. Het is gewoon... Als je opgroeit met een moeder die harddrugs verslaafd is en die gewoon dat doet, fully, en jou daarin meeneemt, zeg maar. En ik vind dat normaal. En dan ga je gewoon al... Dan is je base level is al heel iets anders dan wat andere mensen, weet je wel. Dus je staat op vanaf heel jong al zit van een beetje aan de buitenkant. Omdat je het gewoon... De hele tijd heb je toch zoiets dat zo'n normale thuissituatie gek is. Ja. Dat je denkt, rare situatie dit. Ja. Het voelt niet helemaal kosher. Ja, en voor kosher. Iedereen is dat juist het ding, zeg maar. Dus je bent direct een soort van outcast-achtig. Zo voel wat je is een van de gekke dingen die je meegemaakt hebt in die show? Het eerste wat nu eigenlijk in mijn hoofd springt is niet eens een moment. Er zat wel een moment bij, maar dat ik gewoon... Op een gegeven moment merkte ik dat ik word dus ook iets ouder. En ik merkte dat mijn moeder gewoon eigenlijk steeds lijper werd door de drugs. Je weet toch? Dus het was gewoon, ik zag haar soort van steeds een minder mens, een slechter mens worden gewoon, zeg maar. En die was wel lijp. Toen woonden we met Gino, shout out Eredise, Janik Janice. En dan gingen we, daar waren we in het weekend al. Mijn vader, die had een vriendin. En zij had kinderen, Gino, Janik Janice. En wij leefden al samengesteld gezin daar. En mijn moeder, die wou, je weet toch, zij was gewoon al gek. En ze was al door aan het draaien. En ze wilde een soort van weten waar het was. Waar is die osso dan, je weet toch? Ja. Waar is die osso? Waar gaan jullie heen? Wat is die? En ik zat van, nee, ik weet niet. Ik speelde alsof ik jong was. Of van, ja, ik weet niet. Ik weet het adres niet. Het is een beetje, je moet met de tram of met de metro, je weet toch. Want ze kenden me toch niet goed. Dus ze kon niet echt inschatten wat ik nou wel of niet kon weten, zeg maar. Op een gegeven moment werd ze lijp, was ze ook echt soort van, sprong ze op me om me te slaan. En toen werd ik bang, dacht ik, nee man, zei ik het direct zo snel, je weet toch. Ja. Zo van, ja, I'm sorry, tot hier ga ik voor jullie, je weet toch. Ja, maar goed, dat was soort van... En daarna ging ze dus elk weekend gewoon daar voor de deur staan. Live the ride, politie erbij, gewoon fucked up. Maar het soort van allemaal dingen die ik achteraf eigenlijk me weer ben gaan herinneren. Toen ik met het theater bezig was en met mensen ook weer erover ging praten, zeg maar. Dus het is wel sick om op die manier je gedachten te ordenen. Mag ik even hebben? Ja. Met mijn boekschrijven had ik precies hetzelfde. Dus soms kan je zeg maar denken, misschien zo voor iedereen, voor jullie ook en voor iedereen thuis ook. Maar soms kan je zeg maar denken aan een bepaalde gebeurtenis, wat is gebeurd in je lijf. En dan heb je één scène zeg maar, die zich afspeelt, toch?
Maar wanneer je zeg maar 3 minuten gaat zitten met die scène, of over die scène gaat praten, dan komt opeens die andere scène. Dan komt die andere scène. En ook dan denk mensen. Je, hey shit, dit was er voorgebeurd. Soms heb je mensen, denk je, oh, dat is die, Is para. Is gek. Is want jouw mind is gebaseerd zeg maar, op die ene scène zeg maar, die je hebt. Zeg maar, die 10 seconden of die 8 seconden, snap je? Ja. Maar wanneer je gaat zitten met die 8 seconden, bro, dan komt die half uur of die hele dag daarvoor, komt opeens weer in je mind dat je denkt van, oh, dit. En soms is het ook vervelend, omdat je herinnert je ook momenten die gewoon fucked up zijn en je pijn doen, je weet toch? Die je gewoon raken, dat je denkt van, dit zit ook nog hier, soort van, dit heb ik ook vervelend, dit heb ik ook weggedrukt, zeg maar, je weet toch? En het is wel lijp als je soort van, nu als oude nigger zijn, die je gewoon daarmee bezig kan zijn en bewust, weet toch? Wij als black people, bro. Met je gedachtes bezig zijn, snap je? Wij als black people, wij werden alleen maar verteld van, shut the fuck up. Hou je bek dicht, doe je best op school, val niet op. Weet toch, maak niet te veel geluid in deze osso. Daarom. Je weet toch? Snap je ook wat dan? Daarom bedankt nog voor de excuses. Dankjewel. Jij ook nog bedankt voor de excuses. Zijn aanvaard. Nou, let's get paid, man niggas. Ja. Hoe voel je als donker, even een stomme vraag, maar hoe voel je als donkere guy, zeg maar, met twee Nederlandse guys, zeg maar, die dan opeens van Noordside, zeg maar, opeens, zeg maar, in allemaal rich people shit kwam. Hoe je dat zo uitspreekt, klopt het niet echt wat je zegt, maar... Wat klopt niet? Nou, dat het zit van rich kids-achtig, dat is het niet per se. Nee, gewoon rich people shit, zeg maar. Ja. Dus je komt op plekken, zeg maar, waar money opeens gemaakt is, zeg maar. Ja. En voor hun, ik kan me voorstellen, voor hun voelt het, zeg maar... Ik ben ook een donkere guy, bro. Ja. Dus ja. Hun worden makkelijker toegelaten tot die plekken. Nee, kijk, zeg maar, sowieso. Hoort hij bij jullie? Ja. het allerbeste wat je in Nederland als nigger kan hebben om een soort van als mens gezien te worden, is 2 tata's. Ja. Want zeg maar, mijn volgende vraag is, boys. Dat is wel een look. Ja, man. Boys, mijn volgende vraag is... I'm stunning al, ja, man. Want jullie zeiden net ook, jullie weten niet alle groepen bijvoorbeeld, maar laten we kijken naar de opgezwollens. Een donkere guy en Nederlandse guy. Ja. Laten we kijken naar opposites. Ja, donkere zeker. Guy, zeker. Nederlandse Zal ik je nog eentje gooien dan? Boef, zeg maar. Is eigenlijk ook echt heel Nederlands. Ook al heeft hij zeker wel een achtergrond. Mm-hmm. Maar hij is soort van opgegroeid. Soort van, heel Nederlands opgegroeid, in een Nederlands gezin, zeg maar. Ja. En dat hoor je, zeg maar, ook. Ja. Maar het is wel gek dat het zelfs tot daar, zeg maar, weet je wel, is het hebben willen... Het is gewoon Nederland, bro, dus ze willen gewoon iets Nederlands, man. Nederlands hebben, snap je? Ja. Het, in alles moet het gewoon een soort van... verwerkt zijn. Ja, doorcijpelen, dat je gewoon wel Nederlands bent. Dat het iets is. Je moet iets hebben, waardoor je, zeg maar, ook al ben je een tata, zeg maar, in Hilversum, die nog nooit soort van iemand zoals jij heeft gezien uit Hoogvliet, toch gaat hij iets horen wat Nederlands is, waardoor hij jou kan voelen, snap je? Ja. Ook al zeg jij de lijfste dingen, dan denk ik, kan dit? Maar hij hoort wel van, het is wel echt Nederlands, zeg maar, snap je? Ja. En wil, want zeg maar, of het nou goed of slecht is of whatever, zeg maar, daar ben ik niet over om over te judgen. Maar you started a lot of shit, bro. Zeg maar, jullie gewoon als groep zijn, maar ook wel, zeg maar, voor donkere mannen, zeg maar, you started a lot of shit, zeg maar, in de zin van, it's okay to do drugs. It's okay to be crazy. I'm sorry, man. It's okay. Allegedly. Ja, maar nee, maar zeg maar in de zin van zeg maar van waar wij vandaan komen, word je zeg maar getraind om gangster te zijn en zeg maar. Ja. Begrijp wat ik bedoel? Ja, ik heb het uiteindelijk. Ik weet niet, man. Nu achteraf zie ik het als het geluk. Ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk mezelf heb moeten opvoeden omdat mijn moeder niet was om te zeggen hoe ik moest zijn. Hmm. En mijn moeder heeft mij niet gewoontes meegegeven en dat soort dingen. Je weet toch? Dus ik heb die dingen allemaal niet. Dus ik ben gewoon vrij, bro. Ik ben gewoon vrij van whatever cultuur, eigenlijk soort van als rare wees, ook cultuur wees, zeg maar. Als iemand dat niet jou bijbrengt, wat je weet toch, feestdagen zijn of wat voedsel is of whatever, dan groei je gewoon heel anders op, snap je? Maar ik heb wel ook altijd gezien dat ik echt moet vechten voor mezelf en heel erg mezelf moet zijn, omdat je anders ook gewoon jezelf gaat verliezen, snap je? Ja. Dus ik weet niet, man. Ik heb me gewoon... ik kan me gewoon niet... Het gevoel dat je jezelf wel snel aanpast? Ik kan dat doen om een soort van... om dingen makkelijker te maken. Ja, zeker. Ja, om dingen makkelijker te maken, passen als... Daar ben jij ook wel echt koning in. Ja, man. Ja. Ik heb gewoon... Aan te passen op de mens. Met 2, 3 vragen heb jij wel door wie iemand is. Ja. Mag ik wat vragen? Ik ben opgegroeid... Echt een slang. Ik ben opgegroeid... The most beautiful. Sorry dat ik door je heen praat. Geen stress. Als Wimma in een ruimte komt en vraagt aan iemand, mag ik wat vragen?
Dan moet je gaan zitten en enjoy the show. Ja, want hij gaat, hij is doing something. Hoe heet jij? Ja. Ferdinand. Ferdinand, heb jij sigaretten? Hoezo heb jij geen sigaretten? Is het omdat je een racist bent, Ferdinand? Ja, that sounds like me. Ja, oh, dat ga je echt erin, hè? Ja, nou, ik vind het heel leuk om een soort van tatas... met racisme op die manier te confronteren. Dat ik eigenlijk net iets te veel is. Ja, ze doen het ook bij ons, dus dan kunnen we het ook terug doen. Ja. Gelijk, ja. Je weet toch. Ik weet nog, ik was met één gangstermat die van mij gekomen. Maar echt gangstermat die van mij gekomen. Naar Eiburg een keertje. En we zitten zeg maar bij Wilma op de bank. We chillen gewoon. En Wilma komt binnen opeens. Wilma was er nog niet. Hij komt binnen opeens. Hij komt binnen en... dit is echt een mat die van mij echt een... gangster is misschien een groot woord, maar zeg maar van, ik wil niet zeg maar gangster, want niemand vindt... Bricks werden gemoved. Nee, maar gewoon een gewelddadige boy. Hij had shit gedaan ook, zeg maar, gewoon van, weet je toch? Iemand die je makkelijk op zijn tenen trapt. Ja, iemand die je makkelijk op zijn tenen trapt. Gewoon een leuke jongen. Wilma gaat naast hem zitten. Wilma zijn ballen, zijn ballen zeg maar een soort van Hennessy, twee Hennessy flessen heeft hij maar. Kling, kling, kling. Ik heb hem uitgelegd. Wilma, deze man heeft vorige... Twee maanden geleden heeft hij dit en dit nog gedaan. Wat gaat hij doen, bro? Hij gaat naast die guy zitten. En hij legt zijn hand op die man's been. Nou, dat is toch grappig, denk ik. Hij legt zijn hand op die man zijn been, bro. Sommige mensen schrikken zo van, wat, jij toch? Bro, die man in mij begint te trillen, zeg maar. Hij krijgt kortsluiting. Bonnie! Ik maak hem dood, man. En Wilma gaat helemaal zeggen. Ja, maar jij bent niet goed, bro. Ja, ik weet niet, man. Jij bent niet goed. Tot de dag van vandaag, als ik hem zeg, hij zegt, Brandy, je moest me hem dood laten maken. Tot de dag van vandaag, bro. Brandy, je moest me hem laten schieten die dag, Brandy. Shout out naar hem, man. Bro, je bent gek in je hoofd, Wilma. Nee, man, helemaal niet, man. Nee, man. Ik zal je nog meer vertellen. We waren een keer op een festival, we hadden een show gedaan en toen liepen we naar de auto. Ja. En toen was er, toen zagen we, toen we kwamen langs een paar andere rappers die geïnterviewd werden. En terwijl we lopen, zie ik Wibba daar naartoe lopen en een van die rappers in zijn bil knijpen en zo helemaal... Zeker. Ja, man. Wilma houdt van mensen ongemakkelijk, ja, man. Ik hou er echt van, man. Waarom, bro? Ik weet het niet, man. Maar het is heel leuk om te kijken naar mensen en hoe ze daar reageren. Iedereen reageert ook anders. Weet je wat een tijdje mijn ding was? Een soort van, tijdje was, dat was echt... Die kon ik niet doen, want die is heel heftig. Maar staren was op een gegeven moment mijn ding, man. Gewoon staren naar mensen, gewoon kijken wat ze doen. Gewoon een soort van, je gezicht gewoon helemaal ontspannen en gewoon kijken. Gewoon kijken wat er gebeurt. Kijken. Yeah. Bro, de mooiste dingen gebeurden dan, bro. Zo was. Sommige mensen vinden mensen het... vallen uit karakter. Toch? Ja, precies. Ja. Je ziet meteen echt... Kijk, als ik zo blijf kijken... Je ziet, en ik ken je niet. Dan ga jij jezelf spiegelen op een gegeven moment. Ja. Oh, fuck, wat kijkt hij eigenlijk nu? Ja. Hij weet hij iets van mij. Hij weet niet dat ik stiekem pak ga plegen elke dag voor de opwoord. Ja, 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 hier in het wc'tje. Dat is hetzelfde ook, zeg maar. Dat is ook een trucje, zeg maar, van interviewen, zeg maar. Wanneer je, zeg maar, soort van... Ja, die stil blijft. Gewoon, stil blijven. Dan gaan jullie, dan krijgen jullie het gevoel van... Ik ga er steeds om shit, zeg maar. Je weet toch? Als je ooit een onderhandeling hebt met iets, gewoon aankijken. Mensen flappen alles eruit. Wat je het geleerd van Jiggy? Als je, zeg maar, een soort van meeting hebt gehad en je hebt gegeten en shit. Wanneer de rekening komt, moet je naar wc gaan. Kijken wat gebeurt. Ben je echt lid? Ben je echt lid? Ik moet naar het toilet, man. Die rekening komt. Ik moet naar het toilet. Heb je dat echt gezegd? Kijken of je echt lid bent. Ja, ik weet niet. Wat doet hij nu? Ik ga altijd naar de wc en dan betaal ik gewoon. Van top, nooit. Maar wacht even. Even terug nog één keer. Ik snap het niet goed. Dus we zijn hier. Pap. Dope. Sick. Ja, we gaan rookworst in Miami doen. Het wordt hard. Ja, sakkelaar, dicks. Let's get it. Nee. Einde van de avond,
rekening komt, ja. Bam, en ik ga weg. Ik kan hem betalen, hè? Ja, maakt niet uit, maar... Dus maar ik ga gewoon... Ik check jou. Ik check jou. Ja. Laat me even kijken wat gebeurt. Ja, ja, laat me wat ga je doen, zeg maar. Dat snap je niet? Ja. Gewoon die. Je kan hem betalen. Als je, ik vind maar dat zijn wel eerlijk, zijn wel kleine zaken. Ja, maar zijn wel kleine zaken als je mannen stressen. Als een van beide partijen stresst om die rekening zijn te klein. Ga niet bij het eten al vervelend doen, bro. Nee, maar we hebben gewoon samen gegeten, bro. We gaan money getten. Wat doe jij? Waar ga je heen, bro? Als jij tegen mij gezegd hebt, you gonna pay me 100k. You gaat dit. Nee, man. Je hebt toch samen gegeten, of niet? You gotta show up. We hebben samen gegeten, of niet? You gotta show up. Bro, ik betaal jou eten, man. Gisteren. Ja? Mijn persoonlijke strategie is, op een gegeven moment ga ik naar de wc en dan betaal ik die rekening. En dan ga ik het liefst eigenlijk ook weg. Zeg maar, zonder te groeten. Ja. Ik ken je maar kijk, zeg maar van, kijk, want kijk. Ik ken je verder. Dat is die instelling. Ik vertel alleen de helft. Ik vertel nu alleen de helft natuurlijk. Zeg maar van, oké, dat is maar de eerste keer. Maar de tweede keer, als die gelegd hebt, dan weet je van, spang. Hier, braas. Ja, maar wat, bro, weet je wat er gebeurt als ik, weet je wat er gebeurt dan als... We moeten gewoon een contract ondertekenen. Ja, dat is het toch? Ja. Voor de rest mag je, daarna kan je gewoon zo dom doen als je wil. Ik ga wel sowieso, blazen dan, we gingen chappen op gisteren. Zijn jullie nog ergens... Even gewoon weggegaan, man, toen die rekening kwam, hoor. Dus luister, we chappen, we hebben champagne gedronken, het was master. We hebben sowieso ik nog met Doek mee gefeest, man. Henny, man, die duurt niet om mee, Henny. Man, die gaat naar wc. Bob, rekening komt, hij is weg. Man was weg. En toen kwam hij terug, zei hij, ik kan het wel betalen. Maar kijk. Dat is hoe die op mij komt. Nee, maar kijk, wacht. Want kijk, weet je wat dit hoor hier, zeg maar, bro? Klinkt wel echt als soms, een Jiggy-actie, man. Wat zeg je? Klinkt wel echt als een Jiggy-actie. Nee, maar soms, voor mijzelf dan, zeg maar, op mijzelf gebaseerd. Soms heb je ook, zeg maar, momenten dat je betaald hebt, dat je denkt van... Ik had het eigenlijk niet hoeven te betalen. Ik heb dat nog nooit. Ik heb dat nog nooit, man. Voedsel, bro? Iemand gevoed iemand gewoon? Nee, voeden. Kijk, voeden kunnen we gewoon ook doen bij de kapsalon halen. Laat me iets anders vragen. Waarom ga je eten met iemand waar je geen eten voor zou willen betalen? Ja, precies. Dat is de business side. Maar wat is de situatie daadwerkelijk? Dat is de business side. Zet hem even goed op. Dat is de business side. Ja, ja, oké, okay, maar zeg maar, wat praten dus jij wilt zaken met mij doen, toch? Wij doen al 18 jaar zaken met elkaar, bro. Nee, wacht. Dus, wij doen het met heel veel mensen 18 jaar. Dus jullie willen zaken met mij doen en jullie beloven mij allemaal shit. Toch? Jullie beloven mij bergen met goud. Ik ga jou nooit van mijn leven iets beloven. Nee, ik ga gewoon meteen zeggen, we gaan mooie muziek maken en geld komt misschien. Ik ga jou niks beloven, man, bro. Ik ga jou niks beloven, man, bro. Ik ben niet jouw vader. Nee, dan zijn jullie anders. Maar zeg maar, oké, laat me zo vragen. Wanneer jij gaat chappen met Lipton? Lipton zegt tegen jou, we gaan een nieuwe Lipton... Hij gaat niet chappen met Lipton. Hij zegt, stuur de check. Naar de agent en je zegt, ja, we willen meer. En dan is dat het, toch? Met wie moet ik... Met wie, ja, precies. Ik ga niet mijn tijd drie uur daar naartoe, parkeerplek zoeken. Ga ik chappen met Lipton. Straat lopen, hey, via de fuck. Chappen met Lipton voor iets waarvan je niet zeker weet dat het doorgaat, toch? Je bent een gierig voor die shit. Ja, misschien zijn jullie dan ook koud. Ja, dat is. Koud? Misschien zijn jullie dan ook een beetje koud in dat. Ja. De nieuwe wil ik jullie ouderwets noemen. Ja, maar laat me een andere vraag. Ik ga wel met ouderwets. Ja, laat me een andere vraag stellen. Ouderwets, zei het niks. Ga je vaak eten met mensen op een soort... Eigenlijk zou ik niet met die mensen willen eten manier? Nee, dat is niet per se de toon. Dat is niet per se. Maar wat eet je dan? Huh? Ja. Wat eet je dan? Ja, dan kan je wel betere kapsalon eten, bro. Whatever. If you don't like each other. Soms meet je gewoon met mensen, toch? Ja, maar meet is iets anders. Soms, het is gewoon een koffie, dat duurt een half uur. Ja, maar en dan loop je naar buiten en dan kijk je elkaar aan en dan weet je, we gaan dit niet doen. Maar zelfs een koffierekening, zegt dit, kan ik ook wel zeggen. Ja, maar dat is whatever. Nee, man, dat zit echt tussen zijn hoor. Een koffierekening is 8 euro of zo. Als je aan het werk bent, is een koffierekening toch gewoon collateral damage, bro? Ja, precies. En als je die betaalt, dan dat is gewoon, zeg maar, dit is nu klaar. Ik begrijp jullie ergens, maar aan de andere kant zeg maar van... Hé, bro, jij mag ook vinden wat jij wil vinden. There's a lot of dick sucking going on right now, zeg maar. Ja, sowieso, maar pijpen is toch ook lekker, bro. Maar als jij zeg maar nu, weet ik veel, zeg maar iets raars, als jij nu zeg maar...
Met een nieuwe, weet ik veel, film, dan is het ook een etentje. You gotta eat with the persons. Zeg maar, iets raars. Zeg maar, als jij nu, begrijp ik bedoel? Van, dat is toch... Ja, maar dan weet je toch al, zeg maar, oké, die mensen willen die film maken. Dat is jullie feest. Juist, zo. Ja, maar dat is dan toch ook niet meer, dan heb je die verhoudingen toch ook niet meer. Nee, maar soms gooi je die mensen nog steeds, zeg maar, gooi je dat soort mensen, dat is waar het om gaat. Echt? Dat zulke mensen nog steeds op jou kijken van, fuck it. Echt? Ja! Nee, man. Ja, laat ze kijken dan. Ik geloof dat niet. Dan willen ze die film niet, man. Ja. Ja, laat ze kijken dan, bro. Ja, precies. Eerste dag op de set. Ja. 8:15, hij is er niet. 8:30, 5 keer gebeld, hij is er nog steeds. Ja, jullie kankermoeder, sorry. Ik was helemaal vergeten, sorry. Ik ben er om 11:15. 2:30. Oké, okay, belangrijke punt, boys. Top 5 Nederlandse albums. Binnenlandse funk op 1. Los van zonder de jeugd. Jullie zelf, zonder jullie ja, zelf. Ja. Binnenlandse funk is extens, man, bro. Oh, ja. Oh, ja. Extens, ja, goddamn, ja. Binnenlandse funk. Apotheek. Apotheek, ja, 100. Wat? Apotheek? 100. Apotheek. Ja. Binnenlandse funk, Apotheek. Ja. Maar ik heb van jullie apart nodig, hè? Oké. Okay. Ik heb van jullie apart nodig, man. Jullie zijn legends op zich. Wat nog meer, man? Jij zegt Apotheek, jij zegt... Binnenlandse funk, maar Binnenlandse funk... Ik vind sowieso die eerste 3 albums van Extints... Ja, die zijn allemaal classic. Vitamine ja. E, Tweede Jeugd. Ja. Echt onaantastbaar. Ik vind dat is ook de eerste echt super goede Nederlandse hip-hop. Ja, daarvoor waren er wel pokoes die echt hard waren, maar dat is... Extints was voor mij ook de eerste tata die gewoon wel rappend kwam, maar niet soort van... een nigger wilde zijn. Snap je? Met accent. Want vroeger had je dat heel veel. Ja. Dat die tata's die rapten, die waren zo van... Nee bro, hou gewoon je bek, man. Jij wil gewoon zo van... negertje spelen, je weet toch? Ja, je wil gewoon iemand zien die gewoon zichzelf is. Je rapt wel, maar je bent gewoon jezelf. En je denkt, hè? En Extints had dat, zeg maar. Ja. Dus hij kwam wel gewoon als rapper gewoon gek. Ja. Maar wel ik ben gewoon... benieuwd wat hij aan het doen is nu, man. Ik heb laatst een dingetje met hem opgenomen, man. Oh, ik was gevraagd voor een NPO-ding en zo'n muziekavond. En dan mag je allemaal artiesten bij elkaar zetten. Mm-hmm. En toen had ik hem ook uitgenodigd, man. Hard? Ja, man. Hij ziet er goed uit, man. Hij gaat lekker, man. Hij is cool? Ja, man. Hij is nu een soort van fully independent, volgens mij, of zo. Sharonair, man. Ja, want hij heeft ook alles overal weggehaald, toch? Als een muziek. Kan wel, ja. Maar ja, en hij gaat nu gewoon... volgend jaar is dan, weet ik veel, 20 jaar Spraakwater of zo. En dan gaat hij dat 25, gewoon... volgens mij. Gaat hij gewoon classics of zo uitbrengen, weet ik veel. Ja, zoiets. Nee, nog veel ouder trouwens. Wij zijn nog bijna 20. Ik heb geen idee, man. Nee, ik wil het nu weten. Kan iemand even iemand laten? Iemand? Vers, jij hebt nog een album gezegd? Ik, als ik heel eerlijk ben, luisterde ik niet heel veel... Nederlandse shit. ...van die hele albums of zo. Dus ik luister meer die poppels. Ik vind Joe heel hard. Ja. Ook die lage stem. Van zijn Adornos. Ja. Zo. Ik vind hem heel hard. Joe komt altijd hard. Zeker. En mensen weten ook van zijn show, zeg maar. Ja. Je weet toch? Ja. Hij heeft gewoon zijn... Hij heeft zijn eigen publiek. Ja, man. Heel ziek, ja, man. Leider, ja, man. Ja, man. Die mag het weer volgens mij nu AFAS doen. Ja. En terecht. Gaat het nu weer doen, man. Ja, man. En terecht. Heel gek. Ja, man. Laten we tafel halen daar dan samen, boys. Wat dan? Laten we tafel halen daar dan. Ja, gaan we trainen. Gaan we tafel daar? Gaan we trainen doen? Gaan we trainen? Sowieso. Die misschien wel vind ik echt een harde. Ja, ik vind die hoe hij... Met zijn stem, die het hoeft niet zo te zijn, maar misschien wel, hè, is gewoon emotioneel. Mm. Terwijl, het is helemaal niet per se emotioneel, maar de suggestie die daarin zit. Ja. Beautiful. Ik weet niet, wie vind ik nog meer hard? Hey, ik vond Jawad ook hard, man, een tijdje, man. Die in die tijd van die, hoe heet dat album van hem met die dingen? Het Zwarte Schaap. Zwarte Schaap, ja, daar zitten ook wel een paar tunes op. Mini Tug gingen jullie allemaal voor. Ja, sowieso. Maar ja, dat is gebaseerd op één. Nee, gewoon die 101 bars of zo van hem, toch? Mm. Van dat ik ga freestylen in zijn overhemd, zeg maar. Ja, die vond ik wel hard. Maar ja, dat hard. Is...
Er was som, van sommige mensen had je gewoon echt weinig, man, vroeger. Ja, 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 ja. Weer wat kruis dood. Ja, van sommige mensen had je gewoon weinig. Ja, man, je, weet, je had niks. Je had één freestyle ergens en dat was gewoon je hele tory. Ja. Dat kan deze dag niet meer. Ik vind Sjaak Mat vond ik ook een heel hard album, trouwens. Ja. Mm. Dus de echt... De, spring in de gracht voor een doezel. Ik doe het. Standaard, helemaal los. We hebben ook veel in de waggie geluisterd op ten tijde van de eerste echte legendarische tour. Ja. Ik vind Lijpen heel sick. Hard. Hé, hey, K.A. man. Ja. Hij komt daar nooit. Ja, man. Ja, dat vind ik. Die stem is goed. Hey, ik vind, maar voel je hem? Ja, ik vind hem ook heel vet. Maar ik vind Lijpen... Het duurde heel lang, maar hij is zeg maar zo boos en soort van stoer, maar ook heel, hij zegt ook ergens op een gegeven moment van dat hij naast de vader wil kunnen lopen. Ja, bro, ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt, maar ik was echt helemaal... Ja. Ja, 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 ja. Helemaal fucked up daarover. Hij is juist een soort van een lieve guy, dat vind ik grappig. Dat is ook, ja, toch? Hij zegt, dat zorg voor je moeder. Ik vind hem heel vet. Als je dat deeltijd zegt, zeg maar, ja, dat is echt... Ik vind toch, Kevin dat is die ook... guy in de buurt die gewoon zegt, hey, zorg voor je moeder. Ja. Slimme. Ja, dope toch? Dope. Ik vind Kevin heel sick. Kevin is hard, ja. Kevin is gek. Hard, ja, mijn Nelcon vind ik ook dope ziek. Ja, ik vind heel veel... Er zijn heel veel hele sikke nieuwe jonge mensen. Ik vind wel dat Frenna nu even iedereen aan het neuken is. Frenna gaat wel, ja, man. Frenna is die guy nu. Frenna is nu die guy, Kevin is nu die guy. Oh. Je kan niet fucken met die boys. Zo hard, bro. Ja. Hou op, man. Ja, dat is niet normaal. Dat is echt gek. Ja. Ja, man. Top 5 rappers. In Nederland? Ja. Oh. Oké, dan ga ik sowieso Extint zeggen. Deze twee niggas, mag die niet, dan niet, toch? Nee. Okay. Nee, gewoon duidelijk. Geef ze graag twee plekken uit mijn top 5. Ja. Kom, we maken samen een hartje. Maak een hartje als twee vrienden. Is de vriendje. Ik maak hem zelf. Is de vriendje. Oké, ik denk dan... het zijn er wel echt weinig 5. Ik ga Ronnie ook erin zetten, man. Hard. Frenna ook erin zetten, man. Hard. Het wordt moeilijk, man, bro. Ik denk Campy, man, bro. Moet. Kom op, jij kan dit. Ja, en je vraagt me wel iets, man, bro. En ik hou van al die niggas, man. Hou op, je weet toch, ik wil niet kiezen. Maar dan ga je checken. Ja, weet je, ik hou ook van Atje, man. Hou op, man. Maar ik vind, voor mij is Atje en jij ook, zeg maar, is buiten categorie. Ja, sowieso. Ja, het hoeft gewoon niet benoemd te worden. Dat is gewoon zo. Als ik jullie niet mag noemen, snap je, dan want anders is het zonde van die top 5, zeg maar. Ja. Ja, man. Itje. Oh, hou op, man. Ja. Hou op, man. Nee, het was niet buurt, man. Garincha. Garincha, man. Itje was in de buurt. Ja, man. Hou op, man. Wie zou jij zeggen, Fiesse? Latifa. Joe, denk ik meteen. Hard. Joe, ja. Joe, echt hard. Die stem van je broer Adonis vind ik ook echt fucking hard. Ik vind hem ook een harde guy, harde energie. Daar word ik gewoon echt blij van. Sowieso, shout out naar Extint. Wie? Ik weet niet, man. Het stopt een beetje. Ik weet het niet. Campy, denk ik toch ook wel. Campy sowieso, man, bro. En sowieso heeft iedereen wel gewoon een paar domme tunes. Je weet toch, waar je gewoon ook in meegaat. Gewoon. Yeah. Want ja, de game is zo groot. Je kan gewoon elke week iets op iets nieuws hard zitten. Gewoon, je weet toch? Dus dat is wel echt leuk, zeg maar. Wat zou jij zeggen hier? Sowieso Extint. Duvel. Duvel, man. Hou op, man. Maar zelfs als hij gewoon iets zegt, vind ik het al heel sick. Ja, zeker. Duvel. Duvel. Ja, Lijpen, Kevin en Abel. Oh ja, Abel. Shout-out naar Abel, man. Is die nieuwe guy, toch? Is die guy van... Hangyoot.
Ja. Hij is met Donnie, is hij met Donnie? Is hij met nee, zeker niet. Absoluut niet. Nee, maar hij is gewoon, hij is gewoon ook een supergoeie rapper. En, en heel erg talig. En zijn motivatie is gewoon hard. Precies, hij kan dat gewoon... Dat vind ik anders. Ja, hij kan gewoon echt live omzetten in kunst op een manier die niet... Die gewoon helemaal echt is. Ja. Wat kunnen jullie twee zeggen over Yeo? Wat mensen nog niet weten, maar wat mensen echt moeten weten. Wauw, wat mensen echt moeten weten. Denk na. Ja, Yeo is... Hij heeft een keer het eten van een zwerver gegeven. Nee man, Yeo is... Wanneer was het? Ik weet niet, wat in de show. We hadden ergens gespeeld. En na de show... had iemand had drugs. Dus ik zeg, ja man, let's get it. Ja, je was altijd down. Ja. Sam ook. Ik was met Sam in Turkije. Hij kwam naar mij toe in Turkije. Hij zei naar mij, Bondi, iemand heeft iets zouts in mijn mond gestopt. Shout out Sam, man. Ja, sowieso. Help, man. Sam moet trouwens ook in mijn top 5, man. Ja, sowieso. Yeah. Sam. En dan is Yeo degene die dan meteen zit van... Denk van, hey, waarom doe je dit weer trouwens, man? Je weet toch, wat gaat het goed met je? Wat is er? Ja, je weet toch, maar soort van... Ben je down om dit te doen of doe je nu gewoon mee, zeg maar? Hij is zeg maar die... Ja, hij is een soort van... Hij weet altijd bij mij op het juiste moment soort van iets te vragen. Wat ik dan soort van even eerst met weerstand even aan mezelf moet vragen. Om dan even soort van weer bewust te kijken van wat doe ik? Waar ben ik mee bezig? Want ik heb gewoon een tendency om gewoon te hard te gaan de hele tijd. Let's get it. Let's get it. Als aan, je weet toch? En hij is een soort van degene die in, op die manier, zeg maar, in acties het liefste voor mij is. Hmm. Ja, man, bro. Kijk. Ja, het, mijn vrouwtje heeft ook altijd zoiets van... Als je met Yeo bent, is cool. Nee, niet dat. Maar meer van, ook dat hoor, maar meer van wat... Dus je weet toch, toen wij samen kwamen, had Yeo even een talk met haar, zeg maar. Mm-hmm. En zij zei, het was wel echt de realest en de liefste shit wat ik ooit had gehoord, wat iemand heeft gezegd, zeg maar. Over jou? Ja, man. Wat zei je? Wat zei je, man? Ik zei, je hoeft alleen maar van op te houden. Dat is het enige wat hij nodig heeft. Dat nigga needs love. Ja. Ja, een beetje liefde, man. Dat nigga never knew love. Snap je? Ja. Ik weet dit ook alleen omdat ze dat laatst toevallig tegen mij zei. Oh, maar sick. Ik weet nog wel dat we dat gesprek hadden. Ja. Sick. Mooi, man. Okay, hard. Mooi, man. Ja, man. Mooi, man. En gewoon... One take Yeo gewoon, man. Ik weet niet, maar ik denk dat mensen dat wel weten. Het is gewoon zoiets van, in de studio is eigenlijk de eerste take gewoon, is het hem gewoon. Gewoon bam. Ja, man. Hij is te snel, man, bro. Om de kop. Hij is te snel, man, bro. Skiet. Ja, maar echt gewoon, man. Ja. Het is te snel, man, bro. Wat zou jij zeggen, Fiesse? Ik denk het enthousiasme voor nieuwe shit gewoon. Dat daar dan gewoon altijd zo... Zij zeg maar het woordje jeugd in jullie? Dat zou ik niet per se willen zeggen, maar het is wel gewoon, wat ik zeg, enthousiasme voor nieuwe sounds en gewoon altijd op zoek gaan hoe dat dan precies zit en een soort van hele fijne, fantasierijke voorstelling voor hoe iets dan, die magie daar is hij altijd naar op zoek. Ja, op zoek. Zeker. En dat vindt hij ook wel. Ik wil gewoon altijd nieuwe shit, toch? Dat is hard, man. Shout-out Yeo, man. Hou op, man. Okay, wat kunnen jullie twee zeggen over Wilba? Echt een slang. Echt een kankerslang. Better watch out. I'm coming for your kindertjes. Nee, dit is de meest... deze man, dit is de allerliefste man die er is. Maar als je hem te veel fokt en hij heeft iets van je meegemaakt... en hij gaat het niet in je gezicht zeggen, maar hij is wel klaar met je. Hmm. Ja, zeker. Hetzelfde zijn. Nee.
Je hebt het wel voor hem verpest. Ja, daar ben ik wel goed in, man. I cut my mom out, bro. Wie ben jij? Je weet toch? Wie ben jij, bro? Ja. Is direct klaar, man. Dan niet. Is je mama nu cool? Mijn moeder? Ja. Nee, ze is overleden, man. Ja, 7 jaar geleden. Geen stress. Mensen gaan dood. Mijn ook, hè? You know that? Ja, bro. Ja, man. Ja, ik kreeg je toen niet te pakken, man. Daar voelde ik me nog wel echt kut over. Ik had je broertjes heb ik wel gesproken. Ja, niet of zo. Maar daarna had ik ook... mijn vrouwtje heeft ook haar moeder verloren. Begin van dit jaar, bro. Ik heb dus niet die relatie met mijn moeder op die manier, snap je? Dus ik heb niet... Je kan niet relaten met haar pijn of zo. Bro, het is zo gek om dat van dichtbij te zien. Hoeveel pijn dat iemand kan doen, bro. Het is echt crazy, man. Het heeft me echt gepakt, man, bro. Het heeft me echt gepakt. Het is heftig om gewoon voor te stellen, man. Angsten, dat is een van de angsten waar elke mens mee leven wil. Ja, die bij jou zo van weggenomen is. Ja, bro. Lijp, hè. Maar goed, ik vind het echt fokken. Toch je ouders verliezen is toch gek. Is een van de angsten waar je mee leeft, zeg maar. Ja. Ik ben altijd als mijn moeder belt, ben ik, denk ik, wat is er? Ja. Paniek, kleine paniek. Ja, zeker. 10% paniek, zo van. Ja. Soms, je toch? Moet ik haar fixen? Moet ik haar... Ja, wat moet ik nu, zeg maar, kan ik... En dan, ik heb ze wel gewoon langskomen om de baby te zien, natuurlijk. Alles is gewoon goed. Beide ouders leven nog? Ja. Shout-out naar hun, man. Ja, man. Dat zijn 4 hele sterke tatas. Bomstone. Solid tatas. Goeie, niet alle tatas zijn goed, maar deze 4. Nee, kom met hun ouders. Ja, Freddy's ouders waren sowieso... Freddy's ouders waren sowieso... zijn gewoon mijn ouders. Ik heb echt veel... was ik bij Freddy, je weet toch... Ik was niet blij thuis, maar ik was veel bij Freddy. Belde een keer, neemt haar gewoon de telefoon op. Wel thuis? Nee, nee. Belde naar huis en neemt gewoon de telefoon. Hallo, Freddy. Maar ook niet met, hallo, met het huis van, nee. Van hallo. Ja, nee, maar ik wist al dat hij het was. Ik wist dat hij op dat moment zou bellen. Maar het zat al zo in het systeem, in het ritme, dat ik, het klopte niet dat ik op dat moment daar alleen was. Je weet dus zodra ik daar ben, ga ik gebeld worden, waar moet ik naartoe? Je weet instructies. Ja, precies. Yeah. Let's go. Maar mijn ouders zien jullie ook gewoon als hun zoons. Nee, sowieso. Komen ze nog wel eens aan de shows of zo? Mijn moeder komt naar elke show waar ze naartoe kan komen. Mooi, en ik ben nog op een gegeven moment, hadden we 2 of 3 shows in Tivoli, niet zo heel lang geleden. Die nieuwe. Nee, wel die nieuwe Tivoli. Toen daar heb ik daar champagne gevoerd, bedoel. Ja, precies. Maar toen was mijn vader ook gewoon de eerste avond. En toen, de tweede avond, was mijn moeder alleen. En toen vroeg ik ook van, waar is Marnix? En toen had zij ook zoiets van, die had er geen zin in. Toen had ik zoiets van, snap ik ook. Je hebt die show gezien. Ja, precies. Je hebt die champagne gedronken. Hij weet het nu wel. Hij weet dat morgen die show precies hetzelfde gaat zijn. Laat me nog een shotje doen, man, boys. Ik ben altijd naar de Tivoli, man. Ja, ik doe... Nu de Gert vanaf. Dus shot jij even een 0% dan? Ik shot even een 0%, jongens. Weer waar is Mariko? Oh. Weer waar is Mariko? Mariko is het Curaçaose woord voor. Weer waar is Mariko? Pimos worden gechapt. Rookworst. Smash, bro's. Let's get it. Doen jullie gamen? Op de Switch, ik ben nu... Wacht. Ik moet eerst even, we gaan onthouden gamen. Ja. Maar wat vonden jullie van, zeg maar, die periode dat Will was, zeg maar, gewoon alle electronics die hij kon buyen? Nee, maar luister, dit is geen periode. Het is nog steeds bezig. En het gaat... Ik wil hem slaan, ik ga hem slaan. Het gaat ook niet alleen over electronics. Nee? Hij komt ergens binnen en dan heeft hij iets. Ja. Sokken van €70. Ja. Een apparaatje uit Zweden waar je boem mee kan doen. Ja. Een ding, een dang. Ik ben nu dit aan het doen. Ik buy allemaal shit. Dit is mijn nieuwe identiteit. Ja, boven, ik wist al boven, die kamer die was dan leeg. Hij had allemaal shit om beats te maken. Hij had NPC. Hij weet alles wat je daarvoor... Weet je nog die shit toch? Ja, natuurlijk, man. Hele shit buy je gewoon zomaar. Ja, man. Bel gaat opeens doos, box. Wat was het? Welke winkel? Bakshop, mooi. Winkel komt braas. Ja, ik weet niet wat Tori gekocht. Deze man komt die Tori uittesten. Ja. En aansluiten. Hij komt aansluiten. Hij weet ik wist niks van die shit, bro. Niks. Ik wist niks. Ik wist gewoon hoe ik een lawaai uit kreeg. Ja. Kijk hier. Ja. Maar het was, zeg maar, wel... Want jij zei toen altijd,
ik koop liever spullen, want anders dan koop ik er drugs van. Oh, bastard. En ja, toen dacht ik, ja, inderdaad, je kan je beter vijf kotjes uitgeven aan een drumcomputer die je nooit aangeeft. 100%. Dan dat je het allemaal in je stopt. Kotjes zijn doezoe? Ja. Ja, kotjes, vijf kotjes, dat zijn wel zijn takjes hoor. Kotjes. Deze praten, weekend weer 30 kotjes. We praten gewoon als oude niggers, bro. Kotjes. De kotjes erop, bro. We zijn op kotje oud geld. 41, man. 41, jij verder? 40. Vier Donnies. Shout-out Henk. Jij bent de oudste, Wilma. Ik ben hun vader, bro. Ze waren nergens zonder mij, bro. Laat me het nu gewoon zeggen bij Rookworst. Ik heb de zon eerder eens weer gezien. Sowieso. Wat is jullie horoscoop? Ik ben een leeuw. Augustus? Ja. Klootzak. En het dagboek. Huh? Klootzak. Klootzak? Bastardo. Klootzak. Klootzak. Wat is dat? Wanneer is hij niet geboren? Ik ben een ram. Een ram. Jij bent wat? Tweelingen, slang. Twee, is de tweeling slang? Two-face, bro. Geloven jullie in numerologie? Nee, man. Nee, maar ik ga er wel volledig in mee als het mee zit. Ik vind het wel leuk. Net als die flat earth shit, dat ik denk, oké. Hoe dom is dit? Oké, ik wil het wel even horen. Ja. Ja, en als je een gekke bar eruit kan halen nog? Ja, precies. Ik ga wel mee in je toren. Ja, let's go. Ja. Take me away. Lock me up. All yours. Yeah. Lock me up. Ik had aan het, vlak voordat mijn jongste zoon geboren werd, zat ik gewoon helemaal in die, oké, mijn spullen moeten in dit kluisje, want zeg maar, anders is er misschien iets aan de hand. En ik moet als cijfercode 444 gebruiken, zeg maar. Het begon als een soort van een grapje en toen helemaal een ding geworden. en toen was het veel tijd, man. Ja, toen was mijn zoon geboren en dat hij helemaal gezond. 10 vingers en tenen, alles deed goed. Toen ging ik naar de gym en toen was 8 bezet. En toen dacht ik, hè, 9 dan? Toen dacht ik, hij is er gewoon, het is oké. Toen echt een opploffing in mijn hoofd. Ik zei, alles kan gewoon. Wat heb ik eigenlijk de hele tijd gedaan? Gewoon de hele tijd bezig geweest met nummers niet opnemen. Ja. Welke telefoonnummer je krijgt. Ja, gewoon allemaal kleine dingetjes. Ja. Ja. Echt? Ja. Tuurlijk, bro. Zijn symbolen. Mensen houden van symbolen, toch? Ja. Je leven staat gewoon in teken van symbolen de hele tijd. Ja. Er is één guy die vertelt over, zeg maar, van, hij vertelt over mensen aannemen, bijvoorbeeld. Hij zegt van, jullie zijn dom. Jullie praten met mensen en jullie zoeken naar, wat zoek je, zeg maar, in een sollicitatie? Hij zegt, je moet gewoon kijken naar datums. Hij zegt, als ik het goed zeg, ik weet niet zeker of dit nu klopt wat ik zeg, maar hij zegt bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld op de vierde dag van de maand is geboren, dat is iemand die altijd, zeg maar, niet heel goed is in zijn werk, maar wel weggaat bij jou. Ah. Zeg maar, zijn bepaalde... Sick, oké. Okay. Er zijn ook mensen, zeg maar, die vijf, dat is iemand die altijd te laat komt. Oké. Ik hou sowieso van zulke theorieën. Zou ik het doen? Ja, sowieso. Ja, dat is wel hard. Maar ik geloof er niet in, maar ik vind het wel heel sick. maar de fatu is dat, zeg maar, als je daar dan dicht in de buurt komt, dan denk je, misschien is het toch wel waar. Ja, inderdaad. Ja. Maar dit is, want kijk, mijn, toch, mijn, dit is maar, toch ook, als je, zeg maar, je wil iemand die daar fucking heftig in geloof. Ja, sowieso. Dan moet je diegene gewoon, moet je via je telefoon zetten en dan moet je hem 11:11 bellen. Wow. Ik voelde. Wat dan? Wat dan, hoor? Ik dacht aan jou. En nu spreek ik je gewoon. En dan gaan ze. Ja, ik had het ook. Meant to be. Mensen die posten die nummers toch ook op Insta. Ja. Yeah. Zo 2-2-2-2. Oké, dit gebeurt elke dag. Ik heb wel een hele tijd gehad dat elke keer als ik op mijn telefoon kijk, dat het 1017 Brick Squad was. Ja, wat? Dat is wel hard. Ja, 1017 toch, Brick Squad. Mm. 17:10. En dat ik zo... Weer? Niemand? Ja. Maar ja, je kijkt ook gewoon 6 keer per minuut op je telefoon. Ja, dat is waar. Ik heb gewoon, zeg maar, wel... Mijn dochter is op 15 augustus geworden, dus 15:08. Ja. Dus, oké, nu ga ik jullie gekke shit vertellen, ja. Mijn dochter is 15:08 geboren. Een van mijn gekste 101 sessies is sessie 158. Ja, maar ze zijn allemaal gek. Mijn moeder is geboren, of mijn moeder is overleden en ik heb mijn moeder begraven. Moesten we, zeg maar, gaan zoeken naar welke graf we gaan nemen. Ja. Mijn moeder kon op 15:26, wat, zeg maar, 15 en dan 2 plus 6 is 8. Ja. Of mijn moeder kon op 15:35.
Wat ook weer 5 plus 3 is ook weer 8. Ja. Oh, dit gaat diep, bro. Deze is wel sick. Ik zit er niet zo diep in, maar zeg maar, soort van die dingen raken mij wel soms. Snap ik. Als ik naar mijn telefoon kijk en ik zie zeg maar 1508, denk ik van oké, dat is wel een kleine school. Gewoon, ik weet niet, weet ik veel, dat zijn allemaal gewoon mijn eigen. Ben je bang voor honden? Voor honden? Nee. Okay. Curaçaose honden wel, maar Nederlandse honden ben ik gewoon. Wie cool. Dat is gewoon je eigen brain die gewoon met het analytisch vermogen gewoon een systeem heeft gevonden om zitten op te slaan. Ja. Maar nee, laatst, nu ga ik jullie andere tory geven. Okay. Dus bijvoorbeeld de familie, kennen de familie Rothschild, toch? Ja. Ik heb vandaag nog een meme over ze gepost. Jullie kennen de familie Rockefeller. Ja, ja, ja. Jullie kennen de familie Roswell. Niet persoonlijk. Nee. Oké, maar heb je nog een Rothstein? Ja. Ja. Oké, wat valt je op aan al die namen? Dat ze uit Roffa komen. Nee, maar die RO, toch? Ze beginnen allemaal met RO. Ja. Wow. Nee, maar ze... Gast, serieus? En je vertelt dit. Ah! Op wow, kijk hier. 2-1-1-1-1. Op zondag have. 9 juli. Oh, jouw 9 uur. Hef. Hef, ze gaan jou vermoorden. Oké, nu ga ik je andere tory vertellen. Stop gewoon, Hef. Ik zeg gewoon shit wat ik zie. Fucking Elon Musk, toch? Die man heeft zeg maar Twitter gekocht. Ja. Op de 8e dag van de maand. In de 8e maand. Om 8 uur. Ja. Hij heeft allemaal... Zo, hun geloven dat money, zeg maar. Die mensen geloven dat... Money zeg, ik zeg gewoon wat ik zie, hè, bro. Ja, dus stel je voor. Maar stel je voor, hij gelooft dat en hij heeft dat precies daar op de tijd gedaan. En dan? Ja, en dan. Nigga rich as fuck. Ja, maar dat was hij ervoor ook al. Ja. Ja, hij is arguably minder rijk nu omdat hij Twitter kapot gemaakt. Ja, als jij je album uitbrengt, dan kies je toch ook een datum? Ja. Hoezo mag hij niet een datum kiezen? Ja, oké. Okay, ja. Misschien ben ik gek. Nee, bro, je bent een genius. Ik heb heel mijn leven... Je bent een prachtige ziel, hè. Mijn moeder woonde op track net nummer 13 in Hoogvliet. Oké, nummer 13. Ik heb een album gemaakt in die 13. Hard, ja, tuurlijk. Okay, mijn eerste osso, mijn eigen osso. Ja. Ik woon op nummer 49. Hoeveel is 4 plus 9? Ho! Gefeliciteerd, bro. Maar het is, kijk, je hoeft er niet in te geloven. Nee, het is voor mij gewoon... Ik denk meer dat het gewoon een ding is. Ik ben er gewoon heel... Ik denk gewoon meer dat het een ding is. Je hoofd is er naar op zoek. Ja, precies. Want je moet ook niet vergeten... Je gaat altijd wel een verband vinden. Je moet ook niet vergeten dat... Het is die magische truc, toch? Oké, ik snap jullie. Wat je nu zegt is goeie. Het is die kaartentruc, zo van, oké. Ik ga je... Ik heb hier een setje kaarten en daaruit ga jij een nummer trekken. En dat onthoud je in die pakking. Maar daar heeft hij al, op die muur heeft hij al, weet ik wel, 13 geprojecteerd. Ja. Maar wie is hij dan? Ja, hij is die goochelaar. Maar het is eigenlijk gewoon, ik snap jullie. Het is eigenlijk gewoon zeg maar een chickie die gaat zoeken in een mannentelefoon. Ja, die kan find something. Ja, zeker. Dat is eigenlijk wat we zeggen. Je moet ook niet vergeten dat cijfers zijn bedacht door mensen om de wereld te schalen. Te ordenen ook, toch? Precies. Maar er is een tafel van... x aantal meter of centimeter is niet gemaakt van een x aantal meter of centimeter. Het is gewoon een tafel. Die is zo lang als die is. En wij als mensen hebben bedacht van oké, dan neem ik dit. Ja. En dan kan ik nu zeggen, dit cijfer hoort erbij. Dit is één PC. Ja. Ja, zullen we dit afspreken? Dit is gewoon één PC. Zeg maar. Ja. En zo werkt het eigenlijk met alles. Ja. Dus die cijfers zijn ook... het feit dat die de hele tijd terugkomen, komt ook omdat we dezelfde soort systemen de cijfers zijn gebaseerd? Op het aantal hoeken. Dus 1 is zeg maar zo, bam. Dan is dit 1, 1 hoek. 2 is zo, bam. Die oude, die Griekse shit. Bam, 2 hoeken. 3 is die, bam, 3 hoeken. Ziek man. Maar zie je dat we slimme shit praten, boys? Ja, we zijn heel slim. Ik heb weer eens geleerd. We zijn heel slim. Ja. Wij zijn heel slim. Ik zeg het al jaren. Heb je een beetje genoten bij jou? Vond je het leuk? Bro, ik vind het echt master. Dat je dat vraagt. Heb je genoten betekent dat dit ten einde is, geloof ik? Nee, dat mag niet. Dat je insinueert. Shout-out naar ons. Nee, man. Ik vermaak me echt, man. Ik ben wil nog wat weten. Wat is je top 5 youngboy rappers? Oké, youngboy rappers, hè? Dus dat maar nog niet. Gaat jou haten.
Nee. Niemand gaat mij haten. Get your pedo on, let's get it. Nee. Lucio is volgens mij nu super lit. Ja, ik vind hem heel sick. Lucio is volgens mij een van de litste guys nu. Volgens mij is er nog een andere guy, Machario, als ik het goed zeg. Gaat ook kwijt. Je hebt nu ene boy met die ene soort van Romein heet die. Romein 17 of zo volgens mij. Gaat ook wel kwijt. Kennen jullie dat? Nee. Ja, ik ben van TikTok. Ja. Ik zit nog niet heel diep in de tunes. Zit je op TikTok? Ja, man. Ja? It's like crack cocaine. Ja, man. Precies daarom heb ik het geloest, man. Ik heb het ook niet, man. Ik heb een soort schijnaccount gewoon van dat ik gewoon shit kan checken als ik wil. Nee, ik check niks, man. Geen TikTok. I'm trying to see my soul, bro. Ik kan niet zomaar checken. Het is gewoon helemaal mijn passion. Ja, precies. Siggy en Dins? Kennen jullie dat? Van naam alleen. Is dat met een cijfer ook ergens drin? Nee, Siggy en Dins. Ja, volgens mij is die D is een 1, toch? Ja. Ik heb het wel eens gelezen, maar ik weet niet precies wat het is. Uit de buurt van, wat is het daar? Hoofddorp, die kant, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja, nee, volgens mij meer bij de kust. Hoe heet het daar? Wat heb je daar allemaal? De Zeeuwse kust. Nee, hier is deze kust. Deze kust. Zandvoort. Katwijk, die zit ergens daar zo. Die zit volgens mij. Bloemendaal. Ja, dat soort shit. Wat? Zandvoort, zie je? Zandvoort. Maar waar zijn de, dit zijn allemaal guys? Het is allemaal guys, ja. Rappen er geen... Ja, Zulema. is mijn eerste signing die ik heb gedaan als A&R. Okay. Zij is top. Maar zij doet niet rappen, zij doet zingen. Zij is wel echt nice. Ze heeft shit met Idali gedaan nu. Zij is echt hard. Wie is nog meer hard nieuw? Ben je al op het punt dat je af en toe shit hoort waarvan je wel denkt... Ja, ik snap dat het vet is, maar ik snap het tegelijkertijd ook niet? Nee, nog niet, man. Maar ik denk dat het mijn liefde voor muziek is. Ik heb dat echt vaak, man, bro. Dat ik denk, ik snap het niet, maar ik vind het heel hard. Ja. Ja? Ja, dat heb ik vaak, man. Overdenk je het dan niet gewoon? Nee, helemaal niet. Je weet gewoon meteen van, dit is iets. Ja, dit is hard, man. Maar ik snap het nog niet. Ik snap het niet, maar ik zit er wel in. Ja. Ik snap wat je bedoelt, zeg maar over het algemeen, zeg maar, de dingen die echt groot gaan, die snap je wel. Hoe heet die nigga? Oomto? Toch? Oomto. Ja. Ik snap niks, maar ik vind het hard. Hij gaat kwijt. Bro, ik snap het niet, bro. Ja, hij gaat kwijt. Ik versta niks van wat hij zegt, bro. Maar je vindt het hard. Je rapstuk is mee, je weet niet eens wat je zegt. Ik weet niet wat ik zeg, bro. Ja, hard. Ja. Ja. Maar dat is shit van vroeger, toch met Engelse rap, toch? Dat je gewoon luisterde mee en dan zei je alleen die fucking, motherfucking. Ja, sowieso. Elke zin mag je op die motherfucking. Shit, ja. Fuck this shit. Ik zie dat nu bij mijn kinderen, alleen die shit kon je meerappen, zeg. Ik zie dat nu bij mijn kinderen, man. Ja? Ja, man. Opeens had ik het door, dacht ik van, ze willen gewoon de jeugd horen, want dan kunnen ze gewoon schreeuwen in de woonkamer, gewoon scheldwoorden, je weet toch? Denk je dat jouw kids, zeg maar, soort van de jeugd, zeg maar, tussen van... tegen je gebruiken, soort van als ik deze shit zeg, dan mag ik gewoon schelden. This nigga can't tell me shit. Ik heb wel eens, we hadden een gesprek en ik vertelde over dat ik dus die pokoe van Young Dolph nou heel lang zoeken in een soort clean versie had gevonden, zodat we die kon op Spotify, zodat we die thuis konden pompen. En toen zei jij... Oh, niet hier, man. Ik heb gewoon gezegd, van deze woorden... Ja, dit kan gewoon in muziek. Ja. Dit kan thuis, snap je? Ze weten wel niet dat ze zo tegen ons moeten praten. Maar ga dit niet op school doen, want je gaat gewoon in problemen komen. En dan, en dan ga je thuis ook weer in problemen komen, snap je? Dus dit is niet... Dit doe je gewoon niet hier, maar je kan wel gewoon... You can express yourself in the room. Bro, ik heb ook gewoon... voordat ik iets wist van mezelf, was ik al met Tim Dog. That's my motherfucking name. Tim Dog, that's my motherfucking name. Je weet toch? Ik weet niet, man. Ik ben gewoon vloekend geboren, man, bro. Ja. Dus dan ga ik ook niet... Daarom, dan ga ik niet tegen mijn kinderen zeggen dat zij niet zo mogen praten. Ik heb zijn moeder nooit gezien. Maar vroeger was ook anders. Mijn moeder... Hij heeft wel mijn moeder gezien. Ja, man. Zal ik iets geks vertellen? Shit, ik moet het vertellen, Wilma. Wilma, eerste keer bij mijn moeder thuis. Hij is in Hoogvliet. Dus eerst hij is in Hoogvliet, oké, dan spannen we Wilma in Hoogvliet. Juf van tegenwoordig in Hoogvliet. Iedereen para. Juf van tegenwoordig, is dat Willy Wartaal? Bam, ik breng hem eerst naar de hoed. We zijn in de hoed, we chillen. Hij knipt, je wordt geknipt. Ja, man. Hij wordt geknipt in de hoed. Te veel kinderen dan. Tante kinderen om die shit, zeg maar. Die hele ossen. Een student op blok, zeg maar, met allemaal ossen.
En al mijn, waren misschien 12 ossos. En van die 12 ossos hadden 8 van die ossos waren van de matties van mij. En ik had misschien 7 sleutels. Oh, die uur, man. Ja, het was gewoon. Ja, we hebben tante frikandellen gebakken in één osso. Gingen we naar die andere osso knippen. Ja. Het was gewoon een organisatie, gewoon. Ja, man. Real systeem. Real shit, zeg maar. Ja. Het was een dorp, gewoon. Ja. We bakken tante frikandellen. Turk kreeg nog bijna ruzie. Ja. Er was één mattie van mij, hij het pak. We noemen hem Toepak, je weet toch. Dus nu zeg maar, we bakken tante frikandellen. Weer was net geknipt, tante frikandellen worden gebakken. En Turk zegt tegen Wil was zo van, wil je ook frikandel? Pak. Die mattie van mij zegt tegen Turk, wat pak. Wat pak. You'll be your own niggas. Ja, hij zegt, wat pak. sorry meneer, dit stoort mij. Wacht even. Ja. Hier gaan we even een issue van maken. Ja. Maar IJsland. Je wordt geknipt op een frikandelle gegeten en shit. Wat opeens wil moet schijten. Ik zeg van kom naar mijn osso, kan je daar gewoon rustig schijten. Dus hij komt nu bij mijn moeder binnen, zeg maar. Ik zeg mijn moeder, dit is een Willy Wartafel, een jeugd van tegenwoordig. Maar hij moet schijten. Dus hij gaat gewoon in de wc gelijk. Hij gaat schijten. Jeet. Hij zegt hallo mevrouw, hij gaat schijten. Mijn moeder begint in die woonkamer. Kom je zeg je daar? Kom je, wat in mijn kakken in mijn kaas? Hoe kom je schijten bij als je op eerste keer mee binnen? En die man is rustig, hij is rustig aan het schijten in de wc, ik weet van hem. Mijn moeder schreeuwt in die oorlog. Hoe kom je eerste keer bij iemand binnen en schijten gelijk? Hoeveel lef kan je hebben, zeg maar? Dat is dus echt Tata shit. Ja, gewoon schijten gelijk. Ja, boom, ja, schijten. Ja. Ja, ik moest poepen, man. Ja, ja. Real shit. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben meegemaakt, dat je moet poepen. Huh? Heb je het wel eens meegemaakt, dat je moet poepen? Ja, kijk. Ja. Maar mijn kont hebben ook al zones, man. Wat zeg je? Mijn kont heb ik kapsones. Oh nee, ik ben vrijgevig. Ik ben alleen thuis, man. Thuis, huh? Misschien kan nog één plek erbij komen. Mijn zus. Vroeger was mijn zus al zo. Oh nee. Als ik mijn zus aanbelde, ze wist al scheid. Hoe doe je dat op vakantie dan? Ja, dan pas ik me aan mijn eigen wc. Maar zeg maar, op vakantie moet ik ook in een osso gaan waar ik mijn eigen wc heb. Ik kan niet een ritueel bij? Moet je dan kaarsjes branden? Of is nee, dat niet. Maar de liefde bedrijven met een toiletpot. 11 over 11. Niet mijn iPad, doe. Die toiletpot zit van... Hij niet mijn iPad. Nee. Hij niet mijn iPad, doe. Hij niet een little bit of Videoland. Je moet die poep wel op de scherm smeren, toch? Nee. Ik kende iemand die altijd Make Him Say van Master P moest luisteren. Ja? Wauw, sick. Heb je wel eens dat iemand je belt, maar je bent al aan het poepen en je begint het gesprek en het wordt een soort heftig gesprek. En dan halverwege zo... Dat ben je gewoon aan het schijten? Ja. En dan denk je dan zo... Ja, wacht even. En dan weer verder praten. 24/7 business, G. Oh, ik wil jullie bedanken, man, boys. Nee, wij willen jou bedanken. Ja, love, man, bro. Alleen maar liefde. Alleen maar liefde, man, boys. Alleen maar fucking heeft te lang geduurd, dit, man. Ja, hè? Ik dacht dat je ons niet meer mocht. Nee, jullie moeten vaker langskomen, man. Jullie moeten vaker langskomen, boys. Jullie zijn... Zet ons met wat jongboys erbij. Ja, precies. Met wat jongboys erbij, hè? Ja. Nee, maar we moesten eerst... Dit moest eerst gebeuren. Ja, dat snap ik ook. Dit moest eerst gebeuren. Gaan zij er doorheen jeppen. Ja. Weten zijn, denken zij dat zij weer... Nee, man. Snap je? Ja, en ik heb niet eens echt lastig gedaan over Turk. Nee. Wat is daar nou eigenlijk echt gebeurd? Ik en Turk? Ik hoor nu pas van strubbelingen. Maar zijn jullie nu goed? Of jullie zijn een soort van... Je kan het eruit knippen. Turk is mijn guy, man. Ik hoef niks okay, te doen. Turk is mijn guy. Die nigga is boos op mij. Ik weet niet waarom. Ja, ik had zoiets van toen jullie... ik vond het heel sick toen ik altijd nog op jullie kon stunten, zeg maar. Mm-hmm. Nu kan je niet meer stunten botsten op ons samen. Botsten jullie ook wel vaak, zeg maar. Ja. Zeg, en toen keek ik naar jullie dacht ik, oh, deze niggas zijn zo skeer en ze hebben al zulke ruzies. Als deze niggas money hebben, wordt het probleem. Nee, maar ik haat jou, man. Nee. Want jullie raken elkaar in elkaar ziel ook, bro. Turk is mijn guy, dat is die Tori, bro. Van, I don't care, man. Van, weet ik veel, I don't care. Maar goed, verder is het ook helemaal niet mijn Tori. Ben je moeilijk met money? Ik kan niet, man. Never.
Alleen met betalen, want dan ga je naar de wc. Ik ken een hoop talen, behalve betalen. nee, maar... Ik ben niet moeilijk met money, man. En wat ik zeg, Turk is mijn guy. Van, ik moet zelf ook... Wat ik eruit gehaald heb, wat ik eruit geleerd heb... Is dat... Dat mensen ontwikkelen. Mm-hmm. Dat jij zelf ontwikkelt, dat mensen ontwikkelen, dat omgevingen ontwikkelen, verder gaan. Dat mensen hun financiële vrijheid, zeg maar, ontwikkelt, beter wordt, verder gaat. Dat doen mensen ook wel anders door, hè? Love changes. Kan. And thugs changes, and best friends become strangers. Ja. Maar nogmaals, als ik nu iets slechts zou zeggen over hem, dan betekent dat ik nooit van hem, dat zou dan betekenen dat ik nooit van hem heb gehouden. Maar, zou je zijn beeld chappen? Ik word eruit geknipt. Dat wordt natuurlijk zelfs. Waarom knip je het antwoord eruit, bro? Ja, wat is je echte naam ook weer? Olivier Mitchell Locadia. Olivier Mitchell Locadia. Oh, je broertje ook weer? Meta. je broertje is ook niet barkje, man. Nee, die is echt niet Bart. Nee. Shout-out naar Joey. Carlo Joey, man. Ja, hier in Nederland hoef je niet Bart te zijn om het te maken, bro. Kijk hier. Dat is real shit. Ja, man. Dat is real shit, man. Ja, man. Vind jij jouw echte naam? Alfred. Alfred. Ja, man. Alfred. The Almighty Fred. Ken je de elf? Alf. Tuurlijk, bro. Daar ben ik dus nou vernoemd. Ja, man. Die nosso kwam uit mijn moeder. Hey. Elf! Maar het grappige is, ik ben dus 11/11 geboren. Wow, nu moeten jullie neuken. Wow! Ja, wat was jouw naam? Sorry. Pepijn. Oh ja, Pepijn. Ja, tweede naam? Adriaan. Adriaan. Atje. Mijn opa was Atje. Kijk, Pepijn Adriaan. Achternaam? Planen. Lanen, ja, ik heb Pepijn Lanen. Ja, man. Ja, ik was van gehoord. Switching lanes. Boys, ik heb genoten, man. Thanks, ja, was man. Dope, man. Was echt leuk, man. Echt een leuke ja. aflevering, man. Weinig bitches wel, man. Ja, wij hebben drie hele bitches. Vieze oude tangas, man. Heel veel poepverhalen. Ja. En als je dit tot het einde... Mensen houden van jullie. Mensen willen het weten van jullie, man. Hey, wij houden ook van mensen. Ja, zeker. Zeker. Ik ben echt dol op mensen. Jullie houden niet van mensen, van hele honden. Nee, man. Ik hou van de mens. Waar zijn jullie nu getekend? Jullie zelf alles? Jeugdrekkers, man. Jeugdrekkers. Want jullie hebben volgens mij... Jullie zijn de eerste met de fucking belastingscheme in Nederland. Jullie hadden een stichting. We hebben nog steeds een stichting. God damn. Jullie geven elkaar... Jullie geven één keer per jaar bonus. Yes. Dus dat is die tory, hè? Mm-hmm. En voor de rest is salaris, of? Ja. Zodat je wel een steady ding hebt. Ja. En daarna heb je gewoon extra money. Wat is die salaris? 10.000? Nee, man, die salaris is laag. Laag? Ja. Wat zeg je? Wat praten we weer wel? Maar het zegt niks, man. Waarom wil je in mijn zakken kijken, man? Het gesprek gaat echt lang door. Waarom wil je in mijn zakken kijken, man? Laten we gewoon, we zijn gewoon independent, ja? Ja? Laten we daar gewoon op houden. We doen alles gewoon zelf. We zijn independent. Ja, dat is liefde, ja. Man. Dat is liefde, man. Boys, ik wil jullie alleen maar bedanken. Ik wil jullie zoveel... Weba, laat me jullie apart. Weba, jij bent een speciale guy. Je bent van Curaçao, je bent van Curaçao. Maar je bent ook niet van Curaçao. Je bent van mij. Je bent van... Ja. Of kanker iedereen. United States of Weba. Nee, maar je bent van Curaçao. Ja. Wat denk je zo? Je bent van Curaçao. Rotterdam. Sowieso. Ik vind het heel lekker om daar op de grond te staan. Locadia. Is die mannetje die best speelt bij PSV jou een niveau van jou? Het schijnt ver, ja. Heb je nog gechilled een keer? Nee, man. Ik ben niet echt met voetballers, man. Ik kom niet waar voetballers komen, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Ja. Kom je nooit in de Harbour Club? Kalfie. Nee. Nee, man. Kom je nooit bij voor? Nee, ik ga het een keertje checken dan. Dope, voetballers. Ja, sushi hebben ze nou. Ja. Maar ik wil jou bedanken voor alle mooie dingen. Voor motherfucking konijntje. Voor alle gekke dingen die je gedaan hebt. Voor alle deuren die je geopend hebt. Voor andere young black guys. Voor mannen. En misschien gaan ze dat, ik weet niet of je dat zelf zouden zeggen. Maar weet ik veel. Mannen als Ray Fuego en zo. Ik zie dat zeg maar. Mannen als Bokusan. Mannen als...
Gewoon mannen die zeg maar. Dat zijn mensen die ik ook echt hoog heb zitten, bro. Snap je wat ik bedoel, bro? Ik denk, ik geloof, denk ik, zeg maar. Ik weet niet of je het zelf zouden zeggen of zo. Of dat het voor hun zeg maar, ook zo is, zeg maar. Maar voor mijn gevoel is, zeg maar, heb jij, zeg maar, deuren geopend voor zulke guys, zeg maar. En dat is alleen maar motherfucking liefde, man, weer wel. Ja, ja, dat is. Ik heb het nooit zo bekeken, maar ik ga het wel nemen als een compliment, man, bro. Blijf jezelf. Dus stop ik diep in mijn eet, man. Nee. Hier ga ik er nog wel even op zitten. Halen we weer eruit. Blijf jezelf. Stay black. Agasta, man. Wat was je toch ook weer in die area? Ik weet niet, ik heb veel dingen gehad. Stay black was het. Stay black. Die stay is black. Ook, ja, lang, ik weet niet, man. Ja. Ik heb nu een nieuwe, maar die kan echt niet, man. Welke was dat? Ja, kan echt niet, bro. Die kan niet, doe maar niet. Doe maar niet, doe maar niet. Doe maar niet, doe maar niet. Zal ik hem gooien? Nee. We good. Zal ik hem gooien? We good. Ja? Good. Okay. Hoef niet. Maar jij kwam ook met die Fafi nikken. Ja, precies, man. Oh. Ik heb heel veel mensen, heel veel tata's nikken laten zeggen. Ja. Sorry nog daarvoor. Ja. Maar goed, de excuses zijn aangeboden, dus... Laten ze waar. Gewoon betalen, het man. Het geld komt eraan. Ja. Fiesse. Ja. Keep being you, man, bro. Hey, bel me als je met jezelf in de knoop zit, man. Laat me huilen, man. Ik ga dat ook doen, hè, boys. Ik denk dat het voor jullie ook echt een tory is. Ik denk dat het voor ons nog een gat in de markt is. Als wij, zeg maar, gewoon... Ik wil gewoon een osso. Ik ga straks een osso baaien, boys. Echte gekke osso wil ik baaien. En dan wil ik gewoon beneden een soort praktijkje maken. Hoeveel geld heb je? Hoeveel verdien je per maand? Hoeveel geld? Wat betaal je zelf? Bavaroli. Kan ik hangen met die mannen. Hoeveel was die olie? Maar ik wil een gekke osso. Wil ik beneden een praktijkje maken. En dan wil ik eigenlijk zeg maar, een soort van life coach, psychiaterachtige shit gaan doen. Dat moet je niet in je huis hebben. Nee, man. Gek. Jawel, man. Nee. Dat is lekker osso. Om de hoek. Nee. Ja, kom je met osso. Jawel, man. Nee. Valt wel wat voor te zeggen. Het is wel heel persoonlijk als je iemand... soort van gaat zeggen wat hij met zijn hoofd moet doen. Dus zijn interne zaken eigenlijk, snap je? Ja. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dat wel gewoon vanuit hun huis willen doen. Zo van, dan ben je te vertrouwen, ik kan je vinden. Ja, maar je wilt toch is ook... toch geen psycholoog of whatever? Nou, nog niet. Jullie snappen shit, boys. Hij is toch gewoon... Fiesse, jouw blik, zeg maar. Je kan ook, en dan zou je eerlijk moeten zijn. Want soms kan er ook iemand binnenkomen dat je denkt, oké, jou kan ik niet helpen. Maar die mensen die je zou kunnen helpen, snap je? Die zou jij heel... Van jouw bepaalde... Alles is evenweg, bro. Dus zeg maar, van hoe jij zeg maar, staat in life... en hoe ik zeg maar, sta in life... en over alles nadenken en alles belangrijk vind... en dat jij dat shit dan eventjes in één seconde kapot maakt. Dat is balans. Zou ja, ik bedoel? Maar je fok dan wel met mensen en een persoon... die het leuk vindt om dingen kapot te maken... ook van tijd tot tijd. Ja, maar dat is goed. Weet je wat jij moet Laat zeggen? Laat je horen van Fiesse, man! Weet je wat jij moet zeggen? Dat zij een hoer is en dat het aan haar ligt. Oké, dit was het voor vandaag. Twee barkjes. En dat doe ik dan onder mijn huis. Trouwens... In badjas. Fred, ze is helemaal geen hoer. alleen cash, bro. Ja, maar kijk, dit bedoel ik, Fred. Je bent te nuchter, bro. Ja, zeg maar, jij bent nuchter, man. Ja, hij is heel lang nuchter, te Nederlands. Zeg maar van... Nou, je kan een hoop zeggen van Fiesse. Nederlands, dan wel te Nederlands, kan je hem absoluut niet noemen. Bro, die nuchterheid. Zeg maar van, ook met de corona. Heel de wereld wordt genaaid, zeg maar, iedereen gaat in lockdown. Wij Nederlanders zeggen hier, laat ons eens zien. Dat is goed. Ja, dat bedoel ik. Zeg maar van dat is hetzelfde. Van, jij wilt zeg maar zo tastbare bewijs hebben voordat je kan geloven in shit. Die shit bedoel ik. Nee. Zo zijn Nederlanders toch? Nee, ik denk dat je het ook gewoon. Fijn dat je mij als de gemiddelde Nederlander ziet. Oké. Ferdinand. Ik ga nu naar huis en mijn frikandellen prakken. Thanks man, Hef. Als je een keer langs wil komen... Frikandellen prakken. Laat me weten hoe laat dat dan is. Dan zorg ik dat er aardappelen genoeg zijn. Wat wil je van mij? Jee joh. Jou wil ik ook bedanken, bro. Alleen maar liefde, alleen maar lobby. Je bent iemand die naar helemaal motherfucking New York is geweest. Je weet allemaal New Yorkse shit. 4 kinderen. Vader podcast. Heb je ook een boek gedaan? Ja, man. Je deed een fucking boek. Ja, meerdere. En ik kan er niet mee met ons praten, man. We hebben boeken in de streets. Bestseller, man. Ja, jij ook? Bestseller. Jij ook? Hou op met me. Kan niet praten met ons? Ik kan niet praten met ons. Ik ben letterlijk begonnen met schrijven omdat ik niet wou dat jij eerder een boek had. Ja, serieus? Ja, omdat ik een hele sikke column van jou had gelezen in de Hitkrant. Ja, inderdaad. Over
Hunk van de week. Nee, over een bloemetje dat uitgleed in de supermarkt en zijn rug brak. Ja, die, dacht ja, ik, die fuck, is hij gewoon nu al dit aan het doen? Ziek. Ik ga wel komen, maar als ik kom, dan kom ik om te neuken. Kom met een boek, bro. Kom dan om te bezwangeren. We zijn already in the book game, bro. Kom om te bezwangeren. Ja, maak je geen zorgen, man. God damn, bro. Geniet nu nog eventjes. Ja. Speel. Speel. Ik wil jullie bedanken als jeugd van tegenwoordig. Ik wil jullie bedanken voor jullie. Voor jullie nuchterheid. Voor jullie scheid. Voor jullie not giving a fuck gehalte. Voor jullie realness. Voor jullie eerlijke visie. Eerlijke antwoorden. Voor jullie scheid op podium. Ik heb wel eens gezien dat jullie gewoon zeg maar kijken naar optreden. En jullie zijn aan het optreden en dan zeggen jullie van wie gaat het gekste? Wie is het meest aan het spelen? Wat is de vraag? Wie is het wouwste? Wat is het? Ik weet het niet, man. Ik heb wel eens gezien dat jullie vroegen, wie is het meest aan het space of whatever, die moeten we nu op podium hebben. En dan komt erop. Dat hebben we waarschijnlijk vast wel. Je kan altijd, zeg maar, als de show echt niet goed gaat, dan moet je iemand uit het publiek halen. En dan gaat het namelijk in één keer niet meer over jou, maar over hun. Ja. Hoe heet jij? Ja. Paul. Oké. Okay. Ik had een soort van... Wat is er met jou aan de hand? Ja. Psychiater. Je bent jarig. Ja. Laten we zingen. Ik moest laatst ergens draaien en daar moest Goldband daar spelen, zeg maar. En toen heb ik een show van hun gekeken. En zij deden echt vaak, zoals van kinderen op het podium en weet ik veel. En daardoor kreeg het een heel soort van gezelligheidsgehalte of zo. Maar die mensen gingen er wel echt goed op, man. Dat was echt, dat is een soort van... Dat is wel altijd een soort van, inderdaad, last resort. Van als je dan echt... Ja. De mensen echt mee wil nemen, kijk hier een van jullie op het podium. Dan zie je hun ogen zo groot worden, gewoon van wauw. Wauw, gewoon iemand cheat zoals code, wij. Cheat code. Ja, ik weet niet. Dames en heren, Paul is jarig vandaag. Wow. Ja, klaar, iedereen klaar. Mensen gaan meteen zingen. Ja. Para, hè? Direct gaan ze zingen. Ik is ja, toch? Ja. Ja. Para, man. Kijk, ik wil je bedanken, man. Ik ben Paantje. Lekker, goed zo, goed zo. Ik ben super dronken, man. Drie kwartier? Ik denk dat we op 3 uur komen. Dat is lang, man. Ja. Ja, 3 uur is nog lang, zeg maar, ja. Ja. Dus ik heb 3, 4 dingen in mijn hoofd. En hoeveel mensen kijken... Onthoud me, vraag maar zo gelijk alsjeblieft. Hè? Hoeveel mensen kijken gemiddeld zo luisteren? Hè? Onze beste is, zeg maar, hebben we gewoon echt van 1 miljoen. Echt? Ja. 1 aflevering? Ja, man. Boy, joy, kanker. Ja. Dat is wel echt veel. Ja, ja, ja. Onze beste is 1,1, 1,2 zelfs. We hebben een paar van 1 miljoen, man. We hebben een paar van 8 ton. Maar het gaat vooral, weet je waar het in zit? Zeg maar, het zit vooral, zeg maar, in de snelheid. Dus zeg maar, ik denk dat deze, zeg maar, echt in een maand op 3 ton of zo zit. Beste heeft 1,6. 1,6. 1,2. Wow. En eentje met 100 miljoen. Ja. Maar deze van... Nu is het vooral, zeg maar, die viraalheid, zeg maar, waar het gaat, zeg maar, in het begin. Dus, zeg maar, in de eerste... In een 2 weken, bro, hebben mensen 3 ton mensen die het gezien. Dat je denkt van, hey, hoe de fuck kan dit? Wie zijn dit? Ja, wie zijn dit, bro? Mensen worden zochtens wakker. Zo, zijn hier. Ja, bro. Dat is het. Ja, man. Mensen toch op computer shit te luisteren. Ja, man. Mensen zijn... Bro, sommigen zijn dan 2 of 3 uur en zeggen mensen, ja, het moest langer, man. Hoe lang ben je al 1 met Top Notch? Nu 4 jaar, 5 jaar. Zoiets. Zo, hey, ik voel me beter niet meer. Nu wil iedereen plassen opeens. Opeens wil iedereen plassen. Nu is het hip om te plassen. Snap je? Maar zelfs dit zouden jullie kunnen, hè? Wat dan? Gewoon zitten lullen met mensen. Ja, maar het kost tijd, bro. En dat is wel waar. Inzet, bro. Dat is wel waar. Kijk, ik heb gelukkig, ik heb nu heel die squad dat ik gewoon zeg, ik kom alleen aan en ik ga zitten en ik rook joker en ik praat. Ja, maar na hoeveel jaar? Bro? Je hebt echt gewoon wel... Ik heb wel gebouwd, ik moest wel die team bouwen. Je moet wel rennen, je moet wel... Maar I got the team, dus als jij nu tegen mij zegt, Bandy, ik heb een idee. Oh, oké. Okay. I got this. Alle camera's zijn van ons, alles. Ga toch weg bij de jacht? Hey, Bandy, ik heb een idee met 2 jonge tata's. Toch? Of eindelijk?
Toch? Waar is je beker? Waar is je beker? Je acting like a little bitch. Ik denk deze, nu, ja, pas, nu pas denk je, ah, ik heb het overleefd, nou, maar shot je neemt. Je bent een bitch, ass. Bro, ik het verschil tussen een soort van nuchtere wibba en... Ja, je moet hem eigenlijk geen alcohol laten drinken. Is zo groot, bro. Ja, ik ben echt een mogol, man, bro. Mijn hoofd werkt niet meer. Nee, op camera. Mijn hoofd werkt niet meer. Oh, man, sorry. Deze story dwingt je soms om met kakaboy te zijn, je weet wel. Deze man kan echt een hoop hebben. Zeg maar ook vaak veel te veel van dingen die hij eigenlijk niet zou moeten nemen. Ja. Maar alcohol kan hij echt niet hebben. Nee, alcohol is echt mijn kryptonite, man. Ik vind dat niet lekker. Ik drink ook nooit. En Hennessy, bro, ik kan me niet eens... Ik weet niet wanneer... Ik zit daar gek genoeg in de afgelopen jaren helemaal niet. Het begon met dat ik een keer een fles vast had en dat ik dacht, yeah. Ja, weet je hoe jammer... Yeah. Ja. Feels great. Feels great. Weet je, ik kijk altijd soort van... je weet toch huilende Pepe, zeg maar, op Instagram. Ja. Als er weer soort van zo'n Hennessy-event is en ik zie jullie allemaal kanker blij met elkaar. Ja. En dan kijk ik, denk ik, kanker, ik drink geen Hennessy, man. Ik denk, kanker. Je weet toch, ik zie jullie gewoon met elkaar genieten. Ik zie Winnen erbij, ik zie iedereen daar. Mannen drinken niet eens. Nee, drinken zij niet. Winnen drinkt toch niet? Oh, ze gaan gewoon. Ja. Wil je erbij? Kom dan. Ik zeg je gelijk, ik zet je gelijk erbij, bro. Voel. Pak hem met jou, man. Ik wil kanker graag bij dat groepje, hoor. Ik heb jullie vervloekt, man. Fuck these niggas. En dan dacht ik, drink ik ook nog eens geen Hennessy. Dacht ik, je weet toch, dus ik kan niet daar gaan voor saus, zeg maar. Maar het kan dus wel. Yeah. Oh ja, let's get it, man. Laten we drippen, man. En zijn goede mensen van die cult ineens. Hè. Hun zijn cool, man. Ja, sowieso. Ja, shout-out naar Wat de laatste gekke etentje, man. De laatste gekke illuminatie etentje in hoe heet dat shit? Conservatorium? Ah, ja. Oh, sick. Was het babybloed? Met Reavers. Nee, Reavers was er niet. Die is niet geïllumineerd. We waren met Ray Fuego. Dit is zo grappig, ik moet jullie dit vertellen. We waren met Ray Fuego. Dus nu, we zitten in het conservatorium. Echt, dat appel is hij, bro. We zitten in het conservatorium, zeg maar, in een soort gekke suite, en een mens, zeg maar, boven. We hebben, zeg maar, allemaal Hennessy. Er is, zeg maar, een soort hele bar met Hennessy en shit. Helemaal ingericht aan Hennessy en shit. Gek, je weet toch? We zitten aan tafel en zeg maar, er komt een chefkok langs, zeg maar, je weet toch? En die man, zeg maar, legt die bord voor iedereen neer, zeg maar zo. En hij heeft die bord voor iedereen neergelegd. En nu gaat hij vertellen wat die tori is, toch? Je weet toch, man. Ja. Dit is een, weet ik veel, ossa's uit die. En die dieren worden gemasseerd 3 keer per dag. Bla, bla, bla. Om in shit, zeg maar. Je weet toch. Afgetrokken. Komt uit Ierland. Weet ik veel. Om in shit. Hij vertelt om in shit over die tori, zeg maar. Hij is klaar met vertellen. Hij zegt, geile koeien gewoon. Hij zegt, zeg maar, eet smakelijk. En Ray Fuego zegt, is al lang op, man. Daar zo dacht ik van, you my nigga. Hij zegt, is al lang op, man. Gooi je mee, mama. Sick. Oké, laten we een shotje doen, man. Dus. Let's get it, man. Kijk maar aan, Papijn. Olivier, kijk maar aan. Kijk je aan, man. Je bent scheel, man. zeg iets slims. Zee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 e
niet op. Vind jij ze zeggen slims? Ik zat laatste Sopranos te kijken. En mensen praten de hele tijd, hoor. Toen zei hij zelfs een gebroken klok heeft 2 keer per dag gelijk. Toen dacht ik, ja man, deze gaat echt diep. Zelfs een gebroken klok? Heeft 2 keer per dag gelijk. Of wanneer dan? Gewoon, dus die klok... Je kijkt echt neer op mensen, hè? Die klok die stopt 11:11. Dan is er altijd wel 2 keer op een dag dat het 11:11 is. Dus mensen die heel veel dingen zeggen. Zelfs iets wat kapot is, kan gelijk hebben. Iedereen heeft wel eens gelijk. Ik kijk neer op mensen. Jij kwam met, iedereen heeft wel eens gelijk. Ja. Iedereen steelt wel eens een tasje. Iedereen steelt wel eens een tasje. Is dat neerkijken op mensen? We moeten wel neerkijken op mensen, want... Ja, kijk wat we hebben gedaan dan. Het gaat niet echt goed, toch? Nee, precies. Moeten we trots zijn. Ja. We vliegen gewoon zo. Ja. Nee, man, bro. Maar shout-out naar mensen ook wel. Ja, nee, ja, sowieso shout-out. Ja, sowieso. Boys, laat je horen van de fucking jeugd vertegenwoordigen, man.
Alleen maar love, alleen maar liefde, alleen maar. Boys, ik hou zoveel van jullie, man. Check me nog een keer voor een poko, man. Ja, leuk. Staan fucking voor een poko dan. Ja, ga je nu op mijn ouwe? Sowieso. Dat zou wel gek zijn, man. Dat zou wel hard zijn. Ja, man, let's go. Die ene doen met de hele familie, back to back. Let's get it. Wow. You guys can make my price go up. Passie cut gewoon. You guys can make my price go up. Ik ben nu 7,5 douze, hè. Lekker, man. Wat kosten jullie nu? 5 donies. Nee, wat kost je? 5 donies. Pepijn, wat kosten jullie nu? 5 donies toch? Nee. Oh, 50 douze. Ja. Banku. 5 donies. 5 donies. Maar je kan het zo gek maken als je wil. Ja. Ja, want als je voor een barkje krijg je... Lampen erbij. Ja. Dat is een beetje ding. Weet je, het is wel gewoon... het is wel een productie, man. Bedoel, je krijgt de hardste show ever en het gaat niet per se om... Tuurlijk, het gekste is dat jullie... Tuurlijk, je moet gewoon betalen, maar we zijn gewoon bekend om. Er gaat ook gewoon iemand mee die ervoor zorgt dat je ons kan verstaan. Ja. Het is ook niet voor... Ja. Het is niet een boete en klank van, oké, je boekt die shit. Wat zegt die? Nee. Wat? Ja. Is het Ghostface? Ja. We hebben alweer... Wie komt er, zeg maar? Komen ze allemaal? Zeg maar, jullie zijn altijd samen. We hebben alweer te veel gebost op licht. Ja. Ja. Wat? Stunt even dan? Nee, hoeft toch niet. 15 minuten zo. Jullie spenden alleen 5 barkje. Ik weet ook jouw moeder. Jullie spenden alleen 5 barkje op licht. Inderdaad. Inderdaad. Jazeker, jullie spenden 5 barkje? 5 barkje. Één lamp is het, zeg maar. Ja, en hij staat bij de garderobe, want het is een kleine lamp. Die kabel is Philips niet zo lang, Philips Huey. Hij staat in je gezicht als je precies, je jas gaat halen. Inderdaad, ja. Maar als je dan soort van in de zaal staat, kan je altijd kijken en dan zie je het. In de back. Als dan het gebouw in de fik vliegt, weet je, ren die kant op. Ren die kant op. Jeugd van tegenwoordig, man. Alleen maar love, alleen maar liefde. Motherfucking Fabio. Wewatron. Fiesse. Ja, man. Bas. Ik moet Bas ook noemen, toch? Ja, man. Altijd. Ik moet ook... Hoe heet jullie manager ook alweer? Daan de Boer. Ja, man. Topical Danny 69 at Hotmail. Kostijn, ook Kostijn. Ja, ik wou net zeggen Kostijn. Ik zoek even naar die naam. Ik zoek naar die naam. Sowieso. Ja, man. World Builder. Vast wel. Vast wel. Oh, maar jullie zijn nu met Daan. Ja. Ja, man, Daan is nu... Hij was eerst onze DJ, maar nu onze manager. En hij was tevoren ook al manager bij hetzelfde bedrijf als Kostijn. Hoe nemen jullie... We waren weer bijna bij het... Maar hoe nemen jullie die beslissingen? Ja, van, okay, nu moeten we moeten doen, man. Ja, we moeten nu een nieuwe, een nieuwe manager. Het is makkelijk met ons. Nee. Ik heb het gevoel dat het wel echt niet aan mij ligt, maar aan hun. Maar het is gewoon niet echt... We zitten niet altijd op één lijn. Goed. Nee, dat kan ik wel begrijpen. Ja, maar dat is juist ook goed. Ja. Zeg maar, dus, daarom heb je ook gewoon... Dus onze manager is wel gewoon echt geduldig. En, is wel wat die guy, zeg maar, die guy komt met van... Ik denk dat mijn nip voor ons goed kan managen, man. Nee. Luister, boys, ik heb een idee. Ik heb een idee voor. Hij is net op Curaçao gekomen. Jullie kennen hem niet, maar hier is hij. Hij is die guy. Nee, helemaal niet. Dus hij werkt bij Holland Casino. Wibba is juist degene die zegt van... ik heb geen flauw idee, dus ik ben overal mee akkoord. Ja, hij is die lakse. Oké, allerlaatste. Naturel chips, paprika chips. Bill zijn gewoon, man. Bill, als je het mij vraagt. Naturel chips, paprika chips. Maar zijn het deze of zijn het die met die ribbels? Wat je wilt. Oké. Ja, kijk, nu maak je het wel echt heel groot, bro. Je moet specifieker gaan. Zeg maar, als het, chocoladepasta of pindakaas? Pindakaas voor everyone. Oeh, nee, man, chocopasta. Oké. Okay. BMW of Mercedes? BMPG? Ja, ook BMW dan. Wat dan? Ook BMW. Ik denk Mary, man. Ja. Mary? Ja. Het hoeft niet zo te zijn, hè? Nee. Maar, misschien als wel. Als ik die shit wil zien. Young Talk of Future? Young Talk, man, wel, man. Maar ik vond het wel leuk. Allemaal Young Talk? Ja, man. Free man. Him. Ja. Drake of Kendrick? Eigenlijk zoeken ze het allebei. Neither. Zet de volgende. Maar als ik een pokoe op zou moeten zetten, is het eerder een pokoe van Drake dan van Kendrick. Ja, maar ik heb wel meer tegen Drake dan tegen Kendrick. Maar ik vind Drake zijn muziek beter. Okay. Ja. Beste water. Wat is de beste water? Ons kraanwater, man. Ja, shout-out naar ons kraanwater. Antilliaanse kraanwater is top 10, hè? Ja. Of het merk wat de check overmaakt. Nike of Adidas? Adidas.
Nike. Ik ben ook wel op Adidas deze dagen. Ja, jij hè? Ja, altijd ik. Al geweest. Maar hoe waren samen? Toch? Gucci of Louis? Oeh. Ja, shout-out voor Delma. Delma Gucci, man. Nee, shout-out voor Delma. Ja, ik ga ook voor Louis. Ja? Wel nu al verpest. Ja, maar man, daarom juist, man. Hij heeft echt pop gemaakt. Hij heeft happy ervan gemaakt. Gewoon. Luister, die jullie willen een wereldhit? Hier. Die rode en die gele en die blauwe bagga, die zijn gewoon... Paradiso of Melkweg? Paradiso. Wacht, ik moet jullie 3 geven. Want, nee, maar jullie zijn te groot misschien. Maar ik ga jullie toch geven. Paradiso, Melkweg of Bitterzoet? Ik ga voor Melkweg, want die sound is gewoon daar lekker. Ik ga voor Paradiso, want... De vibe. De backstage, ja, de vibe. Van de Paradiso. Ja, je kan niet tegen die vibe van Paradiso, kan niet. Lowlands of Pinkpop? Lowlands, man. Lowlands is een lifestyle, hè? Ja, hè? Lowlands is die tory, hè? Ja, Lowlands, man. Ronaldo of Messi? Ronaldo, man. Ik weet niks van voetbal, maar ik vind... Welke Ronaldo? De oude of de nieuwe? De nieuwe, ja. Ja, nee, wel de nieuwe inderdaad. Ik denk dat ik niet weet hoe hij eruit ziet. Ja, als je hem ziet, dan weet je wel. Oh, dit is niet met die kuif. Ja, is de lijn, Portugees. Die Portugees. Biggie of Pak? Biggie. Pak, man. Pak, ja, ik ga voor Pak. Ja? Ja, hey, vroeger was het only Biggie. Only God can judge me, hè. Biggie heeft die betere flow, maar Pak is wel nog dat je zoiets hebt van, hij begrijpt het. Het is ook allemaal fok op. Ja, Pak is gewoon André Hazes level, zeg maar. Het staat aan en ineens denk maar je Biggie dit. Is ik wel moet meer het hiphop gevoel. Ik moet ook even een paar klootzakvragen stellen. Ronnie of Frenna? Voor mij Ronnie. En voor mij Ronnie. Ik zou ze allebei pijpen. Fijn, hoe leef je met deze guy, bro? Maar dit is het, man. je zit gewoon precies erin. Okay, ik vind hun allebei echt, echt kankerhard, bro. Ja. Coke of MDMA? MDMA. MDMA. Heb jij dat wel eens gebruikt? Nee, ik heb nog nooit dat gedaan, man. Wel eens drugs gebruikt? Nee, man. PMI? Maar, hè? Pierking. Nee, man. Ik zeg het wel eerlijk, zeg maar. Het is ook niet voor iedereen, toch? Van net als hoe mensen, zeg maar, een soort van Bondi kunnen zien en zeggen van... Ik denk dat ik mijn eerste jonker met Bondi ga roken. Oh, ja. Heb ik het gevoel dat ik met, zeg maar, guys als jullie, of guys als Bokusam, guys als Kleine, dat ik best wel een keertje, zeg maar, een soort van uit mijn comfortzone, zeg maar, zou kunnen. Omdat ik dan ben met iemand die me, zeg maar, zou kunnen guiden. Oké, Bondi, you go in bed right now. Chill the fuck out. Nee, begrijp wat ik bedoel? Hey, je moet nog een beetje meer kristallen. It's okay, I'll set it up. Snap, begrijp wat ik bedoel? Ja, we gaan het doen. Je denkt het even. Cola of Fanta? We gaan het fixen voor jou. Beide is vergif, bro. Vergif van de witte man. McDonald's of Burger King? Allebei goed. Allebei ook niet. Kies maar eentje voor me. Eet dat niet. De mooiste vrouw in Nederland? Linda. Ja, Coco. Hoe? Je vrouw, hè? Ja, mijn vrouwtje, man, bro. Stop sucking these dicks, bro. Is mijn favorite dick te suck, man. Als in BBC, broertje. Als in BBC. I suck a mean dick. Mijn vrouwtje. Nou, weet je, ik heb gewoon heel sterk het gevoel dat als ik iets kan zeggen wat iemand vervelend vindt of niet trekt, mm-hmm. Ja, dan ben ik al blij, man. Ja, oké. Okay. Ja. Als je zo zegt, is wel waar. Pokus maken in de studio of optreden? Optreden, man. Optreden, man, wel. Ja, ik ook optreden, maar ik moet wel zeggen dat het allerleukste in de wereld om te doen, wat niet met mijn gezin te maken heeft, is wel met de jeugd in de studio zitten. Dat is wel waar. Dat is wel waar. We moeten weer een keer die Brussel vibe gaan pakken, man. Maar dat was niet zo heel. Nee, maar dan gewoon gezond, zeg maar. En ja, precies. Dat is die vibe. En met sauna en zo. Ja. Snap je? Zeker. Een goeie. Ja. Ja, man. Ja. Ja, ja. Guys, we kunnen uren doorgaan, man. Uren. We kunnen uren doorgaan. Uren. Uren, man. Love. Ga maar staan. Yeah. Hug it out. Alleen maar lobby, papa.
Alleen maar love. Weet wat? Kom bij me, man. Wat is dit? Wat voor dress heb je vandaag aan? Missoni. Wat is dat? Wat is dat? Weet maar, sowieso iets raars aan, zeg maar, wat gewoon lijkt op H&M. Het is gewoon net een mensen ding. 6 barkjes. Wat is dat? Nee, 3,50 of zo. Ik wist het. Missoni is the white man's cookie. Wat is dat? The white man's cookie. White ja, man's eigenlijk cookie. Wel, ja. Missoni? Maar mijn cookie was ook wel the white man's cookie. Ja, maar het werd niet zo geadopteerd. Ja, oké, okay, fair enough. Maar was je erbij toen Wibba die joggingsboek van Balmain had? Nee. Wat dan, wat dan? Ja, gewoon... In de mic alsjeblieft. Deze man had een joggingsboek. Ja. En dan op een gegeven moment vroeg iemand altijd op een gegeven moment van... wat is dat voor joggingsboek? Want het zag gewoon uit als een joggingsboek. Maar ja. er was wel iets mee, dat zag je meteen. Ja. En je had ook zoiets van, waarom heeft Wibba een joggingsboek aan? Ja. Daar ja, moet iets mee zijn, ja. Ik ben de naam even vergeten, kom maar even kijken. Dan stond je daar met je hand bij zijn billen zo te kijken. Van, nou, dat merk je. En dan op het moment dat je zag dat er Balmain stond, begon hij kankerhard te lachen. Ja. Ik doe eigenlijk niks voor mezelf, man. Ik doe alles voor andere mensen. Ik word geleefd. Ik word geleefd, man. Ik stunt op jullie voor jullie. Alleen maar liefde. Alle mensen thuis. De beste podcast van Nederland. Ga pakken spelen. 100. Rookworst. Smash Bros. Was in de motherfucking building. Fiesta. Ik dacht echt dat je het niet zou voorbereiden, man. Maar je hebt het supergoed voorbereid. Shout-out naar jou, man. Nee. Ik snap wel dat je Millie's pak. Iedereen pak coole spelen. Motherfucking jeugd van tegenwoordig was in de building. Hey, shout-out Rookworst, man. Shout-out Rookworst. Alleen maar liefde. Alleen maar love, man. Check me, man. Check maar, laat me een keertje komen chillen bij jullie show. Ja. Check maar, 28 oktober. Oktober, ahoy. Ja man, ahoy. Ik ben daar. Ja, als ik er niet ben, ben ik maar zijn er nog kaarten voor die andere shows? Nee, zoals man. De AFAS? Nee, dat is uitverkocht. Nee man, uitverkocht. En België? Uitverkocht. Come on, yes, hij is aan de stil, toch? Come on, yes. Jullie gaan zo kwijt. Okay, wij verkopen 0, shit uit, 013 Tilburg? Met uitverkocht bedoel je, maar wel bovenste ring. Geen kaarten meer beschikbaar. Alleen als je bandy bent. Oké, dat is goed. Jullie gaan lekker, man, boys. Alleen maar love, alleen maar liefde. Ik wens jullie nog zoveel motherfucking jaar. Ik hoop dat we over 10 jaar weer dit kunnen doen, man. Sowieso. Ja, leuk. Volgende maand. Ook. Ik ben daar, man. Ja, man. Alleen maar love, alleen maar liefde. Over 10 jaar, ik weet niet van jou. Ja, jij ook wel. Maar wij zijn hier sowieso nog, man. Sowieso, ik ook, man. Easy, man. Easy. You see me doing this shit. Ja, we zijn krokodillen in deze motherfuckers, man. So, hey. Yeah? Wow, I love it. Volgende naam van de album, Krokodil. Los Krokodillos. We survive every shit. Ja, man. Iedereen thuis, je weet zelf, beste podcast. Oh, ik ben paantje. Beste podcast. Nee, ben je niet, man. Ga pak cool spelen. Ze liegen tegen je. Ben je kaka. Alleen maar love, alleen maar liefde. Jeugd van tegenwoordig, what's the bird? Shout-out Heis Rocker, shout-out... Hey, sowieso. God damn, alleen maar love. Hey, shout-out Heis sowieso. Je hebt geen shout-out naar Kees gedaan ook, man. Shout-out Kees sowieso. Hey, had Kees de Kerk geleden. Shout-out Kees. Jawel, hou op, man. Shout-out naar jou, man. Ja, hou op, man. Tuurlijk. Waar is hij? Hoezo zit hij niet daar? Hij moet zitten eigenlijk hier, hè? Dat is... Kijk, snap je? Kees, you fucking up. Kees, you fucking up. You fumble in the bag. You fumble in the bag, my nigga. Fucking with the bag, my nigga, Kees. Oké, okay, je hebt... We zijn oud, maar cool spelen. Ik ga in mijn zakkenpartie. Whip it out! Oh, die hebben we licht in die coach. Hey, sexy. Oh, dude. Sexy, man. Ja, zo'n wat kan ik dit. Ik dacht dat het een waterpijp was.